Hallo. Goedemiddag. Hallo. De Kobe Show. Mag ik beginnen opnemen? Oh, ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Ik heb het denk ik al aan het opnemen. het <laughs> De Kobe Show. De Kobe Show. 1, 2, 3, 4. Zeg maar Herman. Daar ben ik. Maak fouten. Kijk om je heen. Kun je niet aan deze raad kniepen? Blijf je verwonderen. Vind de talent in jezelf. Kobe Show. Woe. Oh ja, en luister naar de podcast. Litt... Vandaag met uw gastheer, Kopen. Neem een... Ik neem je mee. Oh, is dat niet zo'n liedje? Ik neem je mee. Ik neem je mee, mee, mee. op reis. Ja, ik neem je mee. In Parijs. In Parijs. Neem je mm. mee naar Rome en Parijs. Ik denk mee. ook dat Rome is in Parijs... Ik weet dat jij kan, niet kan tellen, maar ik val op een alfabet. Het is zoiets. I niet dat maar het is zoiets. Nice. je moet die microfoon wat dichterbij u trekken. Hallo? Trek. Ja. Zo. Pup, pups, pups. Mm, mm, mm. Doe ze een mic check. Mm. Mic check. Wat je daarnet deed. Yeah. Ja. Yeah.

top drie van haar talenten uh, ik denk um, ondersteunend als in uh, zorgt ervoor dat, dat, uh, dat ik me altijd veilig voel oh. zorgt ervoor dat um, dat ik voorzien ben van al de basic needs um, extreem is dat, grappig is dat een talent ik vind dat een talent hmm. Want dat is kunnen inschatten wat dan een mens nodig heeft. Ah ja, zo, ja. ja. En um, extreem grappig, want die heeft mijn humor, daarom. <laughs> <laughs> um, en de derde is uiteraard uh, artistiek um, een, een soort van uh, don in zijn Spaans. Eh, Iets dat we toch over spanje Spaanse gebied gaan praten. Een talent, een don voor um, esthetica. Aan mij. Hé. Hey. Ah, ze heeft zich goed gekozen, hè? Hé. Dank u, schat. Ja. Dat was mooi. <laughs> <laughs> voilà, ja, nu, Hadi. Nu staat nu, hè? <laughs> schappig ik kan hier gewoon zitten en observeren moet ik dat dan over Kope doen of over u? Allee, oh, okay. gaan wij gaan rond gaan of gaan we? Oh, nee. <laughs> is dat een <die> rondje? <laughs> ja, maar ja. Het doet mij al te veel aan de Junto denken. Ja, ah, ja. Is... Ja, kom, kom we gaan wat complimentjes is, aan elkaar geven. Dat is ja. iets wat ik wil uitklaren. uitklaren. Dat komt toch van Junto, hè? Dat, wel. Het komt van in mij Franklin die dat in de VS deed en dat heette de Junto. Ja. En ik ben vrij zeker dat dat van het Spaanse. Het Spaanse Junto, hè? Junto ja. Komt. Ja. Okay, nice. ja. Um. Ja, het eerste dat mij opkomt is gewoon zo. De leeuw die jij zijt, dat is uw sterrenbeeld. Dat is uw naam op Instagram. Maar dat is gewoon ook zo. Je straalt echt zoals de zon in augustus, kind. <hums> en ja, dat doet iets met mij. Dat brengt mij altijd terug naar warmte. Mm. En. Uh... Dat doet mij ook altijd. Jij spiegelt ook altijd voor mij daardoor dat het oké okay is om helemaal te shinen en uh, in je kracht te staan. En zo ja, de leeuw te zijn, die dat, die dat de weg toont zo. En je, je haalt dat in mij naar boven, dat ik dat ook mag zijn en dat ik altijd toch naar warmte en naar mijn hart kan gaan als ik het daar eens moeilijk mee heb. Mm. <laughs> en dat was nog maar reden, hè. ik moet nog beginnen. <laughs> Zeg kunnen we het -so eigenlijk? Een hele podcast. Ik kan, uh... <laughs> Even zo'n self-confidence-ronde. Ja, um... dat heb wel nodig. <laughs> Keep going. Dat is dus het grappige, want dat is niet waar, want dat is een Leo. Dus je weet heel goed wat dat zijn talenten zijn. <laughs> um... Ja, ik wil ook direct naar die astrologie gaan bij u. Dat is iets dat nog niet heel lang in je leven is, al wel een tijdje, sowieso al heel onze relatie, maar ik weet dat je dat allee, een paar jaar geleden hebt ontdekt. Dus is dat, iets, is dat een van je talenten? Ik vind dat wel. Ik vind, allee, voor mij hoort dat echt bij u. En uh, dat is zo uw tool, dat, jij, dat is uw levenswijze echt. Je bent daar constant mee bezig. En dat is, dat is zo charmant hoe je bekijkt, zelfs van: oké, okay, als we gaan verhuizen. Wanneer gaan we dat doen? Dan, dan kijk je naar de astrologie. Um, als je een persoon leert kennen, dan wil je eigenlijk gewoon kei iemand zijn chart gewoon snappen. Um, en het mooie daaraan is dat dat, dat is een analyse die dat, allee, op zielsniveau echt gedaan wordt. Dus je bent, bent totaal niet bezig met het oppervlakkige van het leven. Je, je blijft daar helemaal van weg. Je kijkt daar zelfs niet naar. En dus ook in onze relatie. Ga je ga altijd in, in de kleinste details de kijken naar, oké, okay, um, hoe zit dat daar vanuit de skies? Zo, hoe, hoe werkt dat daar? Hoe, wat is daar een inzicht? En dan ga je van daaruit verder puzzelen om dat te bekijken. En dat vind ik ook echt geweldig aan u. En, ja, goed in bed, <laughs> Oké. Okay. Ladies. Ja. Oh, heeft hij 0471 een, een specialiteit? Een specifieke specialiteit. Verschillende. Hij kan goed liever, zingen. Liever, liever een, een vinger te veel of te weinig? Zeg, zeg, zeg. Nee, ik oh, zal dus als derde de pakje te veel, denk ik. Maar. Ik zal als derde pakje. Hij kan ook heel goed zingen. Ik kan ook nog eens heel goed zingen. Terwijl. Dat we... nee, voor het, ik het, ah. gewoon in het algemeen. Ah. Ik wil het... gewoon dat laatste vervangen door. voor het zingen de kerk uit. kent je die uitspraak? Dat is zoals je seks met iemand hebt zonder condoom, vlak voor je klaarkomt uittrekken. voor het zingen de kerk uit. ja dat is... ja, ja ja ja. anyway. Ja. nee, ik ga gewoon als laatste pakken. Uh, ik kan heel mooi zingen. right. oké. Okay. Jij, jij bent nog steeds de enige die ooit op de podcast gezongen heeft. wel gezongen geperformed, gezongen yeah. gespeeld. Cool. Ja. Dat was een eer. Ja, het was heel leuk toen je ja, stond met je uh, gitaar. Cool. Ik zo, ah yes, ja, ze heeft hem bij. Ja. Ja. Cool. Nog iets doen, hè? Heb je hem bij? Ja, nee. <laughs> ah ja. Volgende keer. Volgende keer. <laughs> Dat is leuk om met zo'n uh, complimentenrondje te beginnen. Ik denk dat Kevin dat nu ook Ja, krijgt. Nee, omdat, ik, ik zou echt graag oh. zo van hoe en ik? Ellie, wilde jij nu geen complimentjes nee. van ons? een beetje ongemakkelijk ook, als dat zo on the record is. Omdat je de host bent, of omdat we in uw huis zitten? Of? Nee, ik vind complimentjes ontvangen niet ongemakkelijk, maar dat is altijd zo'n beetje. Ja, ja, ja. Nou, dan toch eigenlijk wel, hè? Mm -hmm. Of? Maar ja, hey, ik heb het toen al. Je moet de microfoon wat nee, dichter Ehm... Nee. Ja, ik, ik heb dat toen al gezegd op de podcast. Um, en ik denk dat je dat veel hoort. De manier waarop dat je eerst en vooral spreekt en je stem gebruikt. En dat is gewoon mm, Dat is echt mm. een talent. En uh, mm. de vragen die dat je stelt, en het um, in een zekere zin een spaceholder, zijn die drie dingen, die drie dingen heb ik toen in die podcast gezegd. En ik ben het daar nog altijd, elke keer als een podcast luister, denk ik dat altijd van, ja, je voelt mensen hoe aan. Je weet wanneer je... De, de space um, binnenkomt en waar je te ver gaat, en um, waar je moet terugtrekken. Dat is misschien op de podcast, zo, maar ja, wie weet. Nee, voilà, dus um, ja. Was het jij zo te geneven? Hè? Ja, jongen, de gezichten dat je trekt. Ja, maar dat is waar, je bent een hele menselijke mens. Jij moet, moet ook dichter bij de microfoon bij. Menselijke mens. Mm -hmm. Zo noem ik u je de menselijke mens. Ja. Uber menselijke mens. Dat is nice. Ja, want misschien is dat... Hé, hey, dat zijn dingen die ik nu zeg over de podcast, maar dat is even goed daarnaast. Um, als we gewoon aan het babbelen zijn, dat zijn... Je trekt dat door. Dat is, niet, dat is niet enkel op de podcast. Je bent, wie dat je bent op de podcast, naast het leven ook. Of naast het leven van de podcast. Dus, mm. Dat is leuk dat je dat zegt, want dat is bij mij altijd... Ik vond dat heel belangrijk, voor mij persoonlijk, dat je zo... Als iemand mij... Uh, zo zou je tegenkomen op straat dat dat zo, hoe groter de breuk is tussen beiden, tussen ja, ja. iemand die je professioneel en privé kent, zo, zo negatief indicator. Zo, hoe kleiner die afstand, hoe leuker. Ja, ja. En je niet zo het gevoel hebt van je zet een, een, een persoon op. Ah, en mm -hmm. dat geldt voor jullie alle twee ook heel, heel, heel duidelijk. Hè? Maar dat je zo geen duidelijk gespleten of een verdeelde identiteit hebt: van hier ben ik de baas, of hier ben ik op het werk, mm -hmm. hier ben ik thuis, hier ben ik de, de mama, de papa, de partner, mm -hmm. de zoon, de dochter. Dat dat zo allemaal zo, ja, dat is die gewoon. Die is gewoon. Ik vind dat, dat superleuk als je dat zo als uh, ondergrens kunt houden of zo. Of als maatstaf. Of, daar moet ook niet te streng voor zijn. Wat wel soms moeilijk is, als je heel veel ruimte geeft, dat je op den duur dat ook van iedereen begint te verwachten. Mm. Daar heb ik me wel het laatste jaar soms moeilijk mee gehad. Mm. Dat ik zelf zoiets wou vertellen. En ja, goed, je begint dan te verwachten wat je zelf heel veel geeft. En zo werkt de wereld natuurlijk niet. Mm. Dus gelijk dat jij ineens van iedereen zou verwachten dat iedereen maar perfect, ik zeg maar, zijn emoties daar de juiste kleur voor vindt, daar het juiste patronen vindt en dat maar perfect kan delen met de wereld, bij wijze van het ja, spreken ja. of zo. En zo, ja, zo, werkt dat niet. Soms moet je zo ja, mm. rust daarin vinden. Ja, ik snap je. Hm. Oké, okay. cool. Um, waar, 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 waar beginnen we? Ik. ik... Ik, ik, ik waarschuw ook alle luisteraars. Ik, had, ik zei dat voorhand, hè, ik had mij voorgenomen om geen dubbel uh, interviews meer te doen. Want dat is moeilijk, dat is vermoeiend. Maar met jullie dacht ik direct: ah ja, chill. En dus ook, ik denk dat de Junto-opnames zijn de enige waarvoor ik echt geen stress heb. Waar ik ook zo, gewoon zo voel van: we zitten hier met twee of, ah, met drie of met vier. En um, ja, we. Ja, Charlotte Je gaat dat niet horen op de uiteindelijke audio, maar je hebt kikkers in de keel. Zo ik het zo, ja, dat is zo met de laatste slokje thee heeft iets raar gedaan. Ja. Dat is al twee keer dat er zoiets in mijn ja. keel gebeurt. Ja. Maar ik heb dat nooit voor, dat is een keer raar. Maar dat is oké. Okay. Na de postproductie hoort je dat helemaal niet meer. Oh ja. Maar ja, nu weet ze het, hè. Maar nu weet ze dat, dat jij zo'n kikker hebt. Um, nee, maar dus die Junto-aflevering, die daar heb ik zo geen stress voor, want dat is gewoon drie, vier gasten samen. En je zit gewoon aan het co-creëren om een fancy woord te gebruiken, maar ik voel me niet zo verplicht om het gesprek gaande te houden. Mm. En dat is met jullie ook. Dat is zo, ja. Als ik hier, als ik hier gewoon vijf minuten zit en zo'n dipje heb. Terwijl als dat mij echt een gast is, yeah. dan kun je dat niet beloven. Ja, ja, dan gaat, hij zo, dan gaat hij zo naar je kijken en zo zo'n gast, je hebt mij hier uitgenodigd, zeg eens iets. <laughs> Dat is een vraag. Misschien is dat wel eens een nice experiment om te proberen, bijvoorbeeld als een Herman Brusselman-serie is en dan dat je dan zo zit, ja. <laughs> en dan dat je dan, dat is, dat is awkwardness, maar ik denk dat is juist het, het krachtig aan een spaceholder. Dat, en, en, um, dat is twee jaar geleden of zo, dat, ik, um, dat was, um, hoe heet dat nu weer al? Uh, spaceholder, ik ga het gewoon spaceholder noemen, en dat was een soort cu cursus. Um, in procesbegeleider, dat was het. En um, waarbij dat je echt effectief in, in een groep komt en dan, hey, dat was een, een cursus uh, creatief creëren of zo ik weet het niet meer. En dat ik, um, dat ik helemaal naar voren moest gaan en dat daar dan dus effectief negen mensen elk apart kenden niet. Maar ja, je hebt niks van materiaal. Het enige is, het materiaal is echt in de moment gewoon met die mensen creëren. En dus dan ga je er gewoon vooraan zitten. En dat is grappig, want de mensen hebben dan zo het idee van: ah ja, oké, okay, there's is, there is the teacher. Hmm. En uh, dan kijkt iedereen zo naar u en ik zo. Ja. <laughs> oké. Okay. En de eerste vijf minuten is dat heel awkward. Maar dan worden daar juist heel veel, worden daar heel veel mooie dingen in gecreëerd. Omdat mensen kunnen gewoon zijn. Je laat mensen zijn. En omdat ze het zien. Dat jij gewoon zijt, kunnen zij ook zijn. En ik denk dat dat ook wel iets is in interviews. Um, vaak komen mensen pas echt na een uur of zo mm, volledig mm. los. Maar wat als je dan nu eens als een experiment kunt proberen met een mens gewoon, dat die dan ineens. Dat wel, kan. ik weet het niet. Mm. Het is iets om, om te proberen. Hè. Wat ook natuurlijk is, je zet ook gewoon. Dat is zelfs mijn vrienden het probleem. Je zet koptelefoons op, je bent je, zit, je, zit je ook te zeer bewust van dat je overschakelt van de pre-on-the-record-modus naar de on-the-record-modus. Ja, en zelfs ja, ja. dat is zo'n beetje... Ja, ja, dat is waar. is wel moeilijk. Mm. Maar op den duur, oh, de duur maakt het eigenlijk niet meer uit. Mm, mm -hmm. Je voelt wel dat er zo tijd nodig is zo, om te vergeten dat je zo... Dat je, allez, het heeft soms tijd nodig om je te herinneren dat je gewoon aan het praten zit onder maten of zo. Mm. En mijn vrienden, vreemden, mensen die je op voorhand niet kennen, is dat zo... Nee, ik snap het wel. Daar vind ik zo'n eerste babbel altijd, ben ik daar eigenlijk nooit zo streng op en denk van, ja, het is wat het is, maar zo'n tweede, derde, als je iemand echt beter leert kennen of zo, mm. um, ja, dan kun je, je die fase wel veel sneller overschakelen. Mm -hmm. Aan de andere kant, als je er echt zo zit, zo, dat kan ook heel gedesinteresseerd gete of zo overkomen. Dat is mm -hmm. wel. Maar in deze setting of met de Junto is dat zo van, ja, ik heb eigenlijk even niks in te brengen en dat is oké, okay. zo palaver, ja, is palaveren top. jullie maar verder. Mm -hmm. ja, en dat hebben jullie de eerste vijf minuten ook gedaan. Ja, voilà. ik gewoon tegen elkaar te praten. Ik dacht, ik, ik zit hier gewoon, dus uh, ideaal. Nee. ideaal. Ideaal. Hmm. Oh, ik vind die koptelefoon zo aangenaam. Ik wil zo leven. Dat is zo nice. Maar je, je, gewoon, je hebt gewoon letterlijk veel meer signaal en veel minder ruis. Ja, ik voel echt zo heel mijn onderbuik zo ontspannen. Gewoon van dat op te hebben, hè. Dat is toch keer raar? raar. Nee. Ja, echt? Ja. Ik wil zo'n hebben, maar dan zonder een draadje, want ja, dat is ook onhandig. Ja, maar dat bestaat, hè? Draadloos. <laughs> ja, <ik> dat bestaat <laughs> tegenwoordig, hè? Ja, ik heb er redelijk zo een, maar Misschien dat... maar straks dat is eens zonder... naar de winkel gaan, schatje. Ja. Misschien, misschien, misschien is dat een mooi brugje. Ja. Gaat je, je hem ook direct door, hè? Ja. Je had hem... Maar kijk. Wat? Dit is wat Charlotte. Ik, heb geen ik ga het gewoon zoiets zeggen, hè? Ja. We gaan het eerst zeggen, want dit is wat Charlotte dus heel nee. subliminaal doet. nee. Oh, dat is het nieuwe. <laughs> ik heb een darkfiets om te Dit is letterlijk een Gobe, andere weg die ons... Krobe leest gewoon <laughs> diep door u. Diep door u. Nee, dat, dat was... ik voel gewoon letterlijk deze zone, ja. ja die zone, Oh Allee. Anyways. Dus. Ja, ja. Vertel eens wat meer over die zone. <laughs> maar niet. <laughs> Waar mensen dan niet mee zijn. Ja, dan ja. Ho, ho. Het gaat wel over de... Ja, ja. Want we hebben onderbuikgezicht. Ondere... We hebben het wel over de deftige zone. Ja. Dat is toch allemaal deftig? Mijn darmen zijn te <laughs> hoog. <deftig? laughs> ja, alleszins... Um... Allee, zeg in deze omstandigheden. Nee, Charlotte, Charlotte voelt zich niet op haar gemaakt. Nee, of niet volledig. Dat is oké. Okay. Dat is oké. Okay. Okay, dan, dan is het een teaser voor de mensen om te blijven luisteren. Mm -hmm. Vandaag. Moeten <laughs> we. Wie, wie van jullie. Jij is het laatste op de podcast geweest, hè? Als ik denk dat nou, wel. Ja. Mm -hmm. ja. Denk jij werd in mei of zo vorig jaar? In u? <laughs> in mei. Ik kocht ei. In mei op de podcast. <laughs> Leen, oh jongens, dat is, echt, ik, dat is ja. toch echt niet te doen. Dit is, dit is te flauw, maar het is wel, ja. ja. Um, ik moet ook geen Ik denk dat met er een keer een ging zo tussen zitten dat ik eens kan zeggen: hé hey mama, <laughs> kun kunnen eens luisteren. Maar dat komt gewoon ja, niet. Nee, nee, nee. ene ja, tot ja, nu toe ja. dat ik kan zeggen: dat klopt. Um, mama, papa, echt? misschien geen, moet je eens naar de poten eens luisteren. Geen wat? ene? Geen wat? Geen ene. Mijn aantal bedrijf. ik denk dat hij dat gewoon niet echt doet, zo aan de podcast luistert. Maar ja, duurt dat ligt dan niet, lang. Dat ligt niet aan ons. Nee, nee, nee. Ah ja, oké. Okay, okay. Denk ik. Oké. Okay. Mm -hmm. Maar dus jij zit in het voorjaar langsgekomen, in de lente. Klopt. En ik denk jij nog een keertje in de zomer, want dat was zo ja. met je kleedje aan, het was hier ook heel warm. Dat is juist, mm. ja, ja, het was keer warm. Oh, dat mis ik. Warmte. <laughs> ja. Mm -hmm. Ja, ja, ja. Dat is even geleden ondertussen, hè? We hebben niet stilgestaan. Wel, was, um, waar beginnen we zelfs als je vanaf die periode rekent ik was denk ik toen um, ik was toen een groot schilderij aan het maken denk ik met Peter, niet? dat moet dan geweest zijn denk ik mm -hmm. want dat is het dat is het, allee, het, nou het leukste dat ik die zomer heb gedaan we zijn ook wel op vakantie gegaan toen mm -hmm. naar Spanje ja um, Die kijken zo alle twee naar mij en nu dat moet ik even voor de luisteraars vertellen. Um, allee, dus wat, ik heb vertel gedaan? Weer... wat heb je gedaan met dat schilderij? Vertel ah, ja. okay. Ik ben gewoon um, aan het denken, het was een, was een mooie, aangename uh, lijn om te volgen. Uh, ja, zo iets chronologisch. Voordat we... Hoppen van het een naar het ander. Ja, voordat we zo een aantal dingen kunnen. voordat jullie een aantal dingen kunnen delen. Het was gewoon een aangename lijn. Ja, dus... er ja, is ja, wel veel gebeurd. Ik, allee, ik heb dan. Een, een hele expo gemaakt samen met Peter Wellens uh, over het universum en waarschijnlijk nog, nog een ander universum en nog een ander universum dat we nog niet kennen. Um, een hele expo voorbereid en de, de opening ging zijn op Halloween en net daarvoor is uh, de lockdown gestart. Juist, yeah. ja. Want, dus die uh, opening is niet kunnen doorgaan. Mensen zijn wel privé komen kijken zo, af en toe, in kleine groepjes. Um, dat ging in Felix Pakhuis. We hebben kleine werken verkocht en allee, veel mensen waren wel geïnteresseerd. Maar ja, je kunt nooit hetzelfde doen als dat je kunt doen op een expo. Um, maar wij voelden heel erg van, ja, maar dat maakt niet uit. En um, ja, wat er dan gebeurt is, heel, allee, voor mij dan, in, in mijn carrière, of zelfs allee, gewoon in mijn gepassioneerd leven rond schilderen, is er een grote stap voor mij gebeurd, want uh, een vriendin van mij die, die, ja, had zo wat contacten, en die heeft mij dan geïntroduceerd bij een galerij in New York, en die hebben ja, interesse gekregen in mij, en dan hebben die gevraagd of dat ik in hun galerij wil hangen. Met de werken van... Tranova en dergelijke? Onder andere, ja. ja. Dus onder andere van die expo en ook werken dat ik al had. Uh, en dat, was, ja, dat, is, dat is heel speciaal om dat als artiest mee te maken, want dat is daar echt... Uh, alleen bij Manhattan, dat zegt, ja, het, het walhalla. Um, maar ja, dat is, dat is keihard wat ik gemanifesteerd heb, want ik heb daar drie jaar geleden gestaan en ik heb daar een... Galerij, een, een, een straat van degene waar dat ik uh, nu een contract mee heb getekend, daar heb ik gestaan en heb ik gezegd van hier wil ik hangen. Wacht, wacht. Hier. De, ik wist het zelfs nog niet. Wanneer is dat gebeurd, De, dat contract? Nu nog maar juist. Een uh, paar, paar weken geleden paar heb weken ik geleden. dat getekend. Ja. Wacht, en wat betekent dat concreet? Jij maakt werk en je hebt, bijvoorbeeld je doet hier een expo, hè? er wordt een aantal, mm. een aantal werken worden verkocht, een aantal niet en een aantal gaan dan naar die expo of naar die ruimte. of Hoe, hoe werkt dat dan? Um, of wat betekent dat dan voor u? Wat heeft dat ja, dan? dat werkt zo dat. Nu is dat een online representatie om te beginnen. Mm -hmm. Dus die gaan eigenlijk gewoon naar hun netwerk sturen. En die gaan kijken: oké, okay, welke architecten zijn met die stijl bezig? Welke privé collectors kunnen hierin geïnteresseerd zijn? En zo gaan die aan de slag. En dan later, in een later stadium, ga ik wel werken naar New York, ook shippen. En daar effectief een expo doen in real life. Dus zij doen ook een stukje... Ik weet niet of dat het juiste woord is, maar... Ja, management, maar ja. het is eigenlijk de link tussen u en hun klanten, zoals ja, architecten, ja. Ja. huizen, wat dan ook, waar dat, uh, zij de match doen tussen de kunstenaar in deze en dan de opdrachtgever. Exact. Zodat dus je maar... werk in opdracht gaat maken ook. Nee, niet in opdracht. <coughs> Echt gewoon werken die klaar zijn. Ja. Als ik een werk in opdracht wil maken, dat kan ik gewoon doen, want daar ben ik vrij in. Maar al de rest van de werken moeten verkocht worden via hun Snapte. Mm -hmm. heb, heb jij dat? Ik zie dat soms. Maak je nog graag werk en opdracht versus gewoon vrij werk? Ja, ik vind dat wel leuk om te doen, maar ik vind dat gewoon dat dat moet. Ik moet ook vrij kunnen zijn. En dan voelt dat ook vrij. voelt in je hoofd. Of echt tijd? Uh, vrij in Ja, in alles, inderdaad. In mijn hoofd in tijd. Maar vooral in wat ik wil maken. En als ik bijvoorbeeld aan een reeks bezig ben voor mijzelf. En ik kan daarnaast dan ook een werk en opdracht maken in de vibe dan van, van de persoon waar ik het van mm. maak. Dan vind ik dat keihard leuk. Maar als ik nu een reeks van vijf werk en opdracht naast steen moet maken, ja, dat is niet plezant. Want je moet echt wel in, in die persoon, zijn of haar leven kruipen of zo. In die vibe. Dat is best wel intens. En dan zit je niet in je eigen vibe. Hè? Je bent mm. constant gefocust op. Terwijl als je nu zelf iets maakt, als ik iets uit mijn eigen vrijheid, uit mijn eigen fantasie kan maken, ja, dat, dat, dat komt van mij. Hmm. Dus, dus zij nemen contact op met u, zij representeren u nu, wat die Amerikaanse markt of hun online cliënteel uh, aangaat, mm -hmm. en daar is het voorlopig ook zo. Het is niet dat je, ja. ik zeg maar, uh, concrete plannen hebt dit jaar of volgend jaar om iets in New York te doen, of die... Die fase, dat komt nog wel. Allee, of ja, dat de, komt nog De inderdaad. rest komt nog wel. Want ik heb, ten alle tijde maak ik, kan ik dat contract met hun upgraden, zodat ik ook een expo daar in real life ga doen. Maar ja, dat is een beetje plannen en zien wanneer dat, dat tactisch is, wanneer het dan een goeie moment is. Ik wil ook echt nog wat werk bijmaken, vooraleer eerder dat ik een real life expo doe. Dus uh, ga ik eerst nog wat schilderen en nog wat werken. En dan... Hoe heet uw expo in de winkelaak weer? was dat? The Reefs? The Reefs, ja. The yeah. Was dat de eerste? Ah, oh, was dat mijn eerste expo? Was dat zo'n eerste ja? Echt publieke... Ja, ja, ja. Ja, inderdaad. Mm. Ja. Mm -hmm. <laughs> ja. De tijd gaat snel, hoor. Als ik daaraan terugdenk... Als je... Ja, wat ik heel cool vind bij je, is dat je daar een hele tijd mee bent bezig geweest. Al overschakelen van, van je vorige carrière. Halftijds twee dingen doen en nu voltijds wat je vandaag doet. Mm -hmm. En dan... Dat is, dat is gewoon heel cool om te zien dat dat, en ja, bij u ook, van wat ik hier van hoor, ook zo die overstap gemaakt de laatste jaren, of toch, toch, die, toch dat beeld gevormd er is en dan er ook gewoon ja, naartoe gewerkt. Die, die, dat contract nu, of die overeenkomst, hoe, hoe uh, significant is dat in, in het geheel der dingen waar je al een aantal jaren aan werkt? Ja. En voor mij is dat wel een grote doorbraakse. Dat is, ali, ja Dat is gewoon. Je kunt een. Je kunt internationaal gaan om te beginnen. Dat is fantastisch. We zijn wel met Kunstgezind een paar jaar geleden ook naar New York getrokken. Maar dat is een heel ander verhaal, want daar georganiseert de expo volledig zelf. Je, je legt alle contacten zelf. En nu is het zo gewoon van, je wordt gerepresenteerd. Hè. Dus dat is echt gewoon, je maakt je kunst en dan je levert dat af aan hun. En zij doen heel het verhaal vanaf dan. En dat is echt een verademing, want als je... Als je artiest bent, je moet ook businessvrouw zijn en je moet het dan ook nog eens verkopen. Niet dat dat... Allee, dat gebeurt wel vanuit een flow en vanuit een joy en een spark bij mij. Het is niet dat ik dat heel... alleen een keigrote opgave vind of zo, maar dat vraagt wel gewoon energie en tijd en, uh, en inzichten en, en tactiek en, ja, je bevragen bij mensen en de prijs inschatten. En, allee, dat is een heel verhaal dat daar nog aan vasthangt naast dat schilderen. En nu kan ik mij gewoon... Ja, dat is tot nu toe een contract van een jaar, en dan mag ik dat ook verlengen als ik wil, en dan kunnen we zien hoe dat geweest is, hè. Um, ja, denk ik, gewoon een jaar weet ik van, oké, okay, het enige wat ik moet doen is schilderen. Mm. <laughs> dat is echt, dat is een droom. Ja, ik ben daar heel dankbaar voor. Heel dankbaar. Is er een tijd geweest dat je meer uh, groepstrajecten en individuele trajecten deed en minder schilderen, en dat dat nu weer aan het veranderen is? Of lijkt dat maar zo? Uh, dat gaat zo projectmatig, zeker. Ik kan dat niet zo goed inschatten. Ja, ik denk dat je nu op dit moment gewoon uh, echt wel met je groepstrajecten bezig bent. In one -on -ones. En de one-on-ones. En schilderen is, is, wat, is wat minder geweest. In het begin van onze relatie waren je echt voortdurend aan het schilderen. Mm -hmm. Ik weet nog dat ik u echt kwam bezoeken in uw atelier. En, uh, maar ja, dat, dat is heel, heel normaal. Je hebt een, een andere kant van jezelf ontdekt, waarbij dat je ook je talent van. Um, mensen begrijpen en, en, en weten wat de andere mensen doormaken, omdat je het zelf hebt doorgemaakt en dan anderen da daarmee kunt helpen. En dat is gewoon iets wat dan moest gebeuren, zodat je. Ik, ik zie, en ik heb je dat gisteren ook gezegd, um, jij, astrologisch zit jij nog niet eens in je piekjaar, die komen pas rond je 44. Um, ik denk, ik, wat ik zie, is dat jij dat Schilderen en dat, dat spirituele, het begeleiden van mensen, echt gewoon op een heel andere manier gaat toepassen in de wereld dan dat mensen dan nu al nog snappen of zo. Mm. Um, dat dat, hey, in een zekere zin, komt dat in creatieve therapie en zo, maar echt nog dieper. Mm. Dieper naar waar we het al bijvoorbeeld hebben gehad over um, de kleur die dat je gebruikt en de patronen die je gebruikt, die energetisch mensen kunnen um, impacteren en, en emotioneel, dat is een soort. Therapie is op zich, zonder dat mensen zelf iets moeten doen in de therapie. Mm -hmm. En dat is iets wat we al in het begin hebben gezegd. En dat is wat ik zie gebeuren in de, ja, in de nabije toekomst, of rond de 40. Dat is wat ik voel, dat is wat ik zie. En dat is wat ik denk. En ik denk dat dat, wat, dat, dat er nu aan het gebeuren is. Je zei het, met andere woorden. Um, ik zie zo een beeld van omhoog naar links en omhoog naar rechts. En dat dat zo'n zo soort trap is. En, en soms mm, spendeert je energie aan het schilderen. En dan bouwt je dat een beetje op. En dan pakt je dat mee naar je um, ja. one-on-ones. En, en uiteindelijk komt dat gewoon komen die, komt die in de piek te samen. Dat is zo precies zo'n vortex. Zeg je nu zo. Oh, ja, voilà, ja. Mm -hmm. ja, maar dat klopt wel helemaal. En dat, je, dat verloopt heel organisch. Dat is niet dat ik zo echt plan van, oké, okay, die maanden ga ik schilderen en dan ga ik niks van. Maar met een agenda verloopt echt orgaan. Dus ik merk dat ook. Er zijn periodes waarin dat mensen in het algemeen gewoon meer hulp nodig hebben van mij. En dan krijg ik, dan ontploft mijn mailbox van aanvragen. En dan zijn er periodes waarbij dat mensen meer easygoing zijn. En ja, misschien, dan, dan, heb ik, dan heb ik gewoon precies ineens heel veel tijd om te schilderen en dan doe ik dat. En ik vertrouw wel met een agenda heel hard dat dat zich maakt en dat dat. Dat dat gegidst wordt zo door iets hierboven. Zo. Ik, ik vertrouw echt heel hard. Dat dat, dat dat mij altijd wel duidelijk gemaakt wordt op wat ik mee moet focussen. Mm. En dat is precies altijd juist zo. Wanneer was je op uh, Heksendagen sneakers? Was dat in uh, oktober? Was, uh, ja, dat kan wel, dat dat daar ergens was. Ik weet ja. dat, je daar, dat je daar ook wel naar uitkeek, hè? of dat, dat ook Ja, wel... dat was leuk. Ja, dat was ook leuk om Lana te leren kennen en. Ja, om dan, dat is ook wel tof. Allee, dat is dan een hele andere podcast natuurlijk. Hè. En dan gaat super diep in op die spiritualiteiten. En dan, ik mocht we, uh, praten over energie. Uh, daar praat ik super graag over. Het energetische werk. Um ja, dat, dat was een heel andere ervaring dan hier. Het is alle twee leuk, het is gewoon ja, heel Natuurlijk, ja, zijn twee ja. heel twee andere dingen. Hè? Ja, het is heel specifiek bij hun. Hè. Het is allee, bam, 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 één vraag, de volgende. En, maar dat is wel tof, want je kunt zo eens heel diep doorgaan over één onderwerp. Uh, maar hier vind ik wel het leuke dat je... Je raakt zoveel delen aan van het leven, dat je echt wel de mens kent. Allee, of het gevoel hebt dat je toch een mens kent nadat je zo'n aflevering hebt geluisterd. Mm. Jongen, ik, heb, uh, dus ik was gisteren bij Evi Hanze. Omdat die, die is hier een maand geleden geweest. We hebben zo tien boeken weggegeven in de aflevering. Ja. En gisteren was ik dan daar om dit te gaan laten signeren. Mm -hmm. Ik heb dan uh, dus de winnaars een mailtje gestuurd. En daarnet, als ik op jullie aan het wachten was, was ik zo mailtjes aan het sturen naar de mensen die het niet gewoon hadden, wat dus veel meer werk is. Maar dan was ik zo nog alle mailtjes dus aan het lezen en dan merk je zo, van oh om, daar zitten echt zo mooie berichtjes tussen. Ja. Oh. Van mensen die zo zeggen van ja, ik neem je elke dag mee op wandeling en die ja, dat en dat. daar ja. en ook zo. Ja, dat is echt zo. Dat is heel mooi, als je daar zo bij nadenkt over zo, wat je gewoon kunt teweegbrengen met, met een babbel. En heb ik u dat verteld van die, die psychologe die dat stukje in ja. therapie gebruikt? Ja, juist. Je hebt hier verteld over die, hoe heet dat, acroniem, nee, waar dat je zo die, dat woord. Die zes stappenplan, of, of ja, maar ja. gaat daar een woord voor, hè? Of, um, Een gedichtje bedoelde. Ja, je had daar. Hello, ja. my fear, I love ja. you to be here. Ja. Wel, ah, ja. dat... Dus, dus er was In de zomer was ik bij iemand, en die zegt dat stukje, waar, hoe dat, hij dat uitlegt. In de podcast laat ik aan mijn patiënt in de therapie horen, omdat hij dat zo goed uitlegt. Oh, heel fijn. Dat is wel en dan denkt ze zo. Mooi. En er was ook iemand die stuurde, en ik vond dat heel cool. Die zegt zo: Ja, ik luister al jaren naar podcasts. En ik heb eindelijk mijn 19-jarige dochter een paar maanden geleden kunnen overtuigen om ook te beginnen luisteren. Echt? Die heeft mij dan <laughs> uw podcast leren kennen, want dat Ach, kwam maat. in haar leefwereld. En zei die. We luisteren dan naar de podcast, apart, maar naar dezelfde afleveringen. En dan hebben we iets om over te praten. En zo kan ik toch in het hoofd van mijn dochter kijken, mm. omdat we over dezelfde dingen praten. En zegt dat zorgt echt voor verbinding tussen mij en mijn dochter. Dan cool. denk ik, hoe zalig is mm. het daar? Dan zeg je, ik vind dat heel cool, zo'n dingen. Nee. Het zijn nee. allemaal van die extraatjes die erbij komen, dat je niet weet dat er ineens. Uh... Maar ja. voordat je het ook hebt gedaan, zo. Dat is, Zeker. Dat is ook een punt waarbij dat je, je hebt je visie en je doet iets omdat je een impact wilt uh, maken. Uh, maar al inderdaad, zoals jij zegt Charlotte, de, de kleine dingen daar rond waar je je niet bewust van bent, die, die maken soms nog eens de grootste mm -hmm. impacten. Ja. Zeker. Dus um, dat is kinder mooi. Maar dat is ook zo omdat je omringd bent door hè, wat zijn uw inkomstenvolgers, dat soort dingen. Mm. Maar dat is niet dat kwalitatieve. Hè. Dat kwalitatieve is iemand die zegt: ik heb verbinding gevonden met mijn dochter of is... met wie dan ook. Tuurlijk. Of met mijzelf. En dan denk je zo: ah ja, dat is, dat is zoveel waardevoller, maar je mm. ziet dat vaak niet. Mm -hmm. Of je weet niet wie, wie wat heeft aan je, aan je werk of aan, aan de dingen die jij de wereld instuurt, hè, totdat ze het u zeggen. En dan is dat zo: oh ja. Ja, ja. Exact, totdat ze, ze, tot, totdat ze het u zeggen. Maar um, al die mensen die het niet zeggen, dat is ook keihard impact. Hè? We nee. staan er soms niet bij stil. Hoeveel impact dat we echt hebben. Um, en ik denk dat dat een belangrijke is om, om gewoon af en toe jezelf um, te aan herinneren. Want soms vraag je je: Oh, my, ik wist keihard gewerkt vandaag. En, en je gaat wel door en je blijft gaan. En, en dan zeggen mensen wel ah oh, super nice. Bedenkt, maar echt al die andere mensen die daar ook een impact van hebben. En dat is niet alleen voor ons. Het is echt voor elke persoon die gewoon op straat misschien gewoon wandelt en mm. blij is en lacht naar een persoon. Die impact die die persoon meemaakt. Allee, dat zijn zo allemaal dingen dat je niet bij stilstaat. En dat, dat mooie aspecten zijn van het leven die dat we kunnen vergeten. Ja, en ook zo dat idee dan, je hebt er ook bewust voor gekozen om die positieve impact te hebben. En dan mocht je daar ook gerust mm. die veer of zo op je hoed spelden. Zo van: Ja, ik had ook gewoon in bed kunnen blijven liggen, bij wijze van spreken. Ja, ja. Of nu iets anders te doen waar ik eigenlijk niemand mee zou helpen. Laat staan mijzelf. En dan zo, nee, ik heb daarvoor gekozen om daar wel mm -hmm. die penseel op te nemen of die camera aan te zetten. En gewoon, ik heb daar de wereld in gestuurd. En dat is ook wel cool dat je zo weet van: Ik had een keuze, ik heb dat wel gedaan. Mm -hmm. zo, ja. Nice. Ja, je gebruikt je macht voor iets goeds. Mm -hmm. Heerlijk. <laughs> ik wist het daar juist... Als nu één van ons pipi moet doen, is dat totaal niet erg. Ik moet keihard drie... pissen. Moet Kom, je al pipi doen? Weer al? Ja, ja. Ik... Ja, we zijn thee aan het drinken. We zijn eigenlijk... Ik heb veel thee. Dus het er... enige nog kleiner <laughs> is uw is blaas. Ja, dat is zo. Zie... Dat was weer telepathie. Want ik, was, want ik moet geen pipi doen, maar ik was daar wel over aan het nadenken. Ja, ik zit echt al de hele tijd. Fucking We hebben de laatste tijd een beetje freaky telepathische momenten. Oh, wel, Gaat ja. jij dan telepathisch naar het toilet? <laughs> nee, nee, jongen, nee, niet telepathisch. Dan voel ik daar zijn pipi aan het doen. <laughs> jij moet naar het toilet. Ja. En dan gaan wij gewoon doorpraten. Ja. Zal ik de microfoon meepakken? Nee, niet. liever niet. Die, die, ka die kabel is niet zo lang. Nee, nee, maar echt overlaatst. Dus ik lag al in. Nee, wacht. Michaël was in de slaapkamer. En we hebben zo'n slaapkamer, we hebben zo van alles wat liggen. zo wat ja, natuurelementen ook en zo. Waaronder zo'n grote um, draaischelp uit de zee. Mm. Ik denk dat ze uit Cuba komt, want daar hebben we van alles meegemaakt, meegepakt. Dat mag niet, hè. Maar we hebben een grote schelp. En... Dat is goed dat je dat publiek toegeeft. Ja, ik... ja. <laughs> ja. koraal en zo zelfs. Maar mm. dat lag op het strand, hè. We hebben dat niet uit de. Mm. Dat lag op het strand. En ik kom uit de badkamer, en dat was keiraar, die ligt daar al, ik weet niet hoe lang, die schelp. En ik, en ik ga in bed liggen, en ik zeg zo, oh schatje, wil jij die schelp eens geven, want ik wil eens horen, of dat je nu eigenlijk de zee kunt horen of niet. Ik dacht zo, oh, dan moet keiraar rust zijn voordat ik ga slapen. En die zo, heb jij mij juist bezig gezien? En ik zeg, nee, nee, nee. Die zo, ik heb juist vijf minuten naar die schelp zitten luisteren. Maar ik had dat totaal niet gezien of zo, want ik was in de badkamer aan het touchen. En zo hebben we nu al drie verhalen de laatste dagen dat we echt denken van, maar dat begint erover te gaan. Mm. <laughs> maar dat is wel leuk. Uh, het is gewoon op heel onverwachte momenten dat je dat echt niet ziet aankomen. Zo. Maar mm. Michael, dat was snel. Hé, hey. dat, dat weet je. Wat was zo'n ander moment? Ik weet alleen nog van die scheld, maar we hebben, we hebben zo nog momenten gehad. Hè? Mm. Goh. Oh, ik weet die andere niet meer van buiten, maar dat was wel uh, significant. Ik vraag me af of dat veel koppels dat op die manier hebben. Dat is wel, ik vind dat heel mooi. Hè? Mm -hmm. Omdat ik, ik, ik geloof enorm hard in telepathie. Ik gebruik dat ook super hard tijdens mijn helingen met mensen. Tijdens one-on-ones schakel ik dat in en ik krijg gewoon alles door van die mensen. Maar dat is, als je op zielsniveau werkt. Dat is... Maar dan zo als koppel is dat. Ik schakel dat niet in, ik ben daar niet mee bezig of zo. En dan gebeurt dat ineens. Mm -hmm. Ja, dat is waar. Ik kan, ja, ik kan er niet meer op zeggen dan dat dat waar is. Ik denk dat het een heel logisch ding is. Je zit constant in mekaar's veld. Je zit constant. Allee, ik denk dat er ook een deel bij is waarbij dat je zo gesynchroniseerd zit op elkaar dat je hetzelfde denkt. Omdat, we, omdat je elkaar kent, um, dat je dezelfde gedachten hebt. En dan is het natuurlijk veel makkelijker om hetzelfde te denken. Versus als hier iemand toekomt die dat je totaal niet kent. Als je daarmee telepathie hebt, dat is, dat is dan echt wel nog, nog vreemder. Ik vind dat heel normaal, dat je telepathie hebt met iemand um, waar je dichtbij zit. Ik vind dat wel heel mooi. Ja, um, ik ook. Ja. Ik vind dat ook een beetje magisch. <laughs> dat is ook ik magisch. Ik vind ook dat iedereen dat moet leren. Dan hebben we geen internet of zo meer nodig. Hè. Dan kunnen we het gewoon naar elkaar sturen. Well, ik, ik, um, ik denk dat um, op, op heel energetisch, universeel niveau, dat dat, dat misschien is wat het er nu aan het gebeuren is. Mensen mm. worden geïsoleerd, maar wat is, wat is er onderliggend bezig? Mensen moeten ook een mondmasker dragen, dus je hebt al minder input op de mens te lezen. Dus... Zo beginnen zich organen te ontwikkelen binnen in een mens om de ander beter te begrijpen. Net zoals een blind persoon beter begint te horen, leert uh, lezen met de vingers. Um, ik denk dat wij nieuwe organen aan het ontwikkelen zijn. Heel onverwacht of onbewust zou men niet verbazen dat we binnen 5, 10, 20 jaar ineens iets heel anders kunnen, of, of die telepathie bijvoorbeeld ontwikkelen. Uh, dat we echt gewoon, hè, want daar is, een, daar is een film over, hè, of een video. Een video, een, um... Documentaire. Do nee, geen documentaire, een ah. uh, serie. Die serie van die acht mensen, dat zo constant. O oh, ja, hoe heet dat nu weer? Ah, ik weet het niet meer. Maar um, dat lijkt mij. Dat vond ik wel heel goed. Ja. Een, een mogelijke realiteit of zo. Hmm. Ja. Ja, ja, ja. Sense 8. Sense 8. Ik ging Ah, zie je dat zo'n momentje? <laughs> je nam me de woorden uit de mond. Gelijk dat ze zeggen. Ja, ja of dat je zo al tenminste zo'n grote waardering hebt voor wat dan wel de andere is in je leven. Of zo. Mm -hmm. Het feit dat je gewoon elkaar nog eens kunt zien of vastpakken, dat betekent zo... gewoon daal, betekent zo al tien keer meer vandaag ja, ja. Dan, dan een jaar geleden of zo. Is... Je ziet dat bijvoorbeeld ook bij kinderen. Ik was gisteren zo'n podcast van de Standard aan het luisteren, hadden zo kindjes zo een lagere school geïnterviewd. Als iemand u twee jaar geleden had gezegd dat je interviews met kinderen ging doen, die zeiden, wij willen niet thuisblijven, wij willen naar school, dan had je gezegd, wat? <laughs> maar dat zijn wel allemaal kinderen die voelen van, ah, wacht eens, wat ik eigenlijk het meeste mis is, bij u te zijn of bij anderen te zijn. Mm. En ik denk dat dat ook zo... Ik vraag me ook af wat daar zo de lange termijn consequenties van zijn. Mm. Zo dat je de, de nood van de anderen zo... Dat dat veel duidelijk is. We hadden wel een, een jaar geleden, zaten we hier op café, zo'n hele nacht door, en dan werd je zo van, amai, Nee, niet heel de nacht, niet heel Dan merk je van, amai, dat, zo dat soort dingen mis ik. Mm. Maar ik ben, ben blij dat je daar juist vertelde van, amai, dat is bijna een jaar geleden. Want daardoor besef ik van, dat is de laatste keer dat ik op café ben geweest voor de lockdown toen. Mm -hmm. Echt waar, dat is de laatste keer geweest. Ik denk dat dat eind februari was. Ja. Ik vrij zeker van. Ik ja. denk dat ik daarna niet echt nog, allee, of, of toch niet zo'n hele nacht, want we zijn echt tot vijf uur s morgens toen, toch? Ja, het was laat. alleen, allee, allee, het was vroeg zo gaan doorzakken zo, dat, dat is daarna nooit meer gebeurd gewoon. Ja. Maar dat was ook wel, ik vond dat nog wel leuk, omdat ik heb nog het weekend voor de lockdown nog een feestje bij iemand gehad en mm. eigenlijk toen hadden we ook eigenlijk nog weinig door en daar ook nog heel hard van genoten. Maar die avond op café dat is zo, wat ik denk ik nu het meeste mis. Ja, je zei het ook, hè? we hebben daar met iedereen gelachen en iedereen heeft met ons gelachen. Maar zo <laughs> ja. die spontaniteit, van er komt iemand binnen, tracteert hij een punt of niet, of Mieke. en dan komt die vriend daar keystone of keidronken binnen. En gewoon dingen die hmm. gebeuren. Zo, daar mis ik zo misschien nog het meeste. Zo, Observeren zo. aan de togen. Ja, en dan ja, zo, zij ah, is zei ze even naar het toilet, ik ga even met Mieke praten, we hebben al tien keer gekeken. Allee, zo, gewoon van <laughs> die kleine, spontane dingen. Zo. Ik was aan het wingman, wingvrouwen. All right. Ja, 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 ja. Ja. Het is niet Bind gelukt, meer. hè? Nee, achteraf bekeken. Uh, maar dat is oké. Okay, dat, okay. dat is gewoon het, het, net, het net nietjes machine. Hè? Ja, net nietjes anyway, machine. Ik heb hem. Ja, Friedrich, net nietje. Anyway. Um, ja. ja, nee, maar zo, zo dat soort dingen misschien het meeste. En in die zin kijk wel keihard uit in de zon. Waarom? Omdat je denkt dat je dan wel. Naar het café gaan mogen of. Wat. Nee, maar er gaat wel zo een bepaalde. Gelijk, wat ik nu mis is uh, een, uh, een flesje pakken aan de scheldenbord gaan zitten en gewoon wat palaveren. Ja, ja, ja. Dat kun je met het weer vooral niet. Ja, het is ja, gewoon ja. te koud en dergelijke. En zo in de zomer kun je tenminste dat soort dingen terug doen. Of is mij een man of 10, 20 buiten is zitten en zo. Oké, okay, het zal niet hetzelfde zijn als twee jaar geleden, maar je kunt wel zo. Hm. Terug zoals spontaniteit en zo meer buiten uw vier muren leven. En dat is nu zo. Mm -hmm, ja. Als je wilt, dan kunnen we dat al waarmaken in april. Als je naar ons komt. Ja, ik had ook, ik ik ook zeggen, dat is echt een perfecte brug op te zee. Ja, we zijn, dat, is, dat, is exact, <laughs> dat is exact waarom we naar Spanje verhuizen eigenlijk. Bam, we said it. <laughs> Schatje, dat is niet zo. Maar we zijn dat maar vier niet. maanden weg. Ja. En dan komen we wel terug. Ja, misschien hè. Waarom, waarom komt geen na vier minuten? je <laughs> maar... Oké, okay, hier komt de belangrijkste aankondiging. Ja. Gaat ik ga het zeggen. Ik of jij? Of samen? Charlotte heeft. in haar zone. <laughs> in de babyzone. De babyzone, <laughs> voilà. Een ik klein dat. groeiend babytje. <laughs> de baby. Ja, wow, kan niet anders. Dat is okay. gewoon. Dat, is, ik, dat, dat, is, dat groeit in mij, mannen. Ik kan me ja. over niks anders meer praten. <laughs> exact. Nee, nee. Dus, ja, wij zijn zwanger. Wij zijn zwanger. We zijn in verwachting van ons eerste kindje. Ja. <laughs> ja, nu elf weken. Volgende week is een spannende week, want dan kunnen we voor de tweede keer voor een echo. Dat is dat niet deze week? Ja, nee. Allez, het is nog de ene week en dan na zondag begint de volgende week. <laughs> Toch? Ja, ja. ja, ja oké. Okay. Is het zaterdag vandaag, toch? Ah, is, wow. <laughs> ik ben hier niet de, de enigste. Het is nu man. zaterdag. Dat ja. was gisteren vrijdag, morgen is zondag. Just. En dan start de nieuwe week. Dus vandaar volgende week, donderdag, ja. is onze tweede echo. En dan mogen we de niptest doen en zo. En dat betekent, daarna weten we of het een jongen of een meisje is. Hm. En dan weten we ook of dat alles wat in orde is. Maar ik denk dat wel. voelt wel goed. Zeker wel. Zeker wel. Mm -hmm. Wat denkt jij, Kobe? Jongen of meisje meisje. Ja. Ik denk dat ook. <laughs> Wij denken het ook. Ik voel het ook. Ja. Zo is het maar dan, de of het nu een meisje of een jongen is, doesn't matter. Zolang die maar op u lijkt. <laughs> Alles is welkom. Ja, dat is waar. Ja. 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 En weet je dan ook of het een tweeling is? Dat weten we al. Ja, ja. ja. En het ja. is dat geen, tweeling. geen tweeling. Geen tweeling. twee meisjes. Nee, nee. Nee. Ja, ik, we hadden er even mijn gebeden uh... zijn aangehoord. Ja, ja. Waar? Geen tweeling? Nee, jongen, echt fuck. Ik ging daar even van uit, omdat mijn waarden heel hoog waren. Veel hoger dan een paar andere vriendinnen die ook zwanger zijn. En die zeiden allemaal van, maar volgens mij is dat een tweeling. En dat zit in mijn familie. Dus <laughs> ik was Michael daar zo al half en half op aan het voorbereiden, maar dat lukte niet goed. Hij was er echt niet, ja, echt niet voor te vinden. Zo'n een eigen tweeling kan wel heel verwarrend zijn. <laughs> ja. Also. Snap je zo? Heb je daar ervaring mee? of wat? Ja, maar er zijn gasten die hun namen kan ik nog steeds niet uit elkaar houden. Die zijn eenvoudig als mij. Ja, mijn neven ook. Ik kan mijn neven ook nog altijd niet. Mm. Dus, ja. Maar dus, uh, je weet dat je zwanger zijt van. Wat is dat dan? December? Ja, um, ja december. Ja, wij zijn... maar we zijn dat pas te weten gekomen in januari. En dan uh, waren we al wel een paar weken zwanger. Mm -hmm. <laughs> ja. Ja. Dat <laughs> happens. Nice. Hij is drugs gaan toepassen. Ah ja, de opening. Ah. Ja, we zijn heel gelukkig daarmee. Wacht, en de, dus de verhuis naar Spanje: het is, het is de terugkomst van Spanje die, waar dat de zwangerschap een impact op heeft. Niet zozeer de verhuis naar Spanje. Ik, ja. Nee, exact. Um, de reden waarom dat we naar Spanje gaan is omdat we dat al heel lang willen, uh, maar vooral omdat het huis wordt verkocht en we zagen dat als een opportuniteit om, um, om daar ja, eh, van gebruik te maken. Um, en toevallig of niet, hè, wij zien dat dan niet als toeval, maar eerder als een synchroniciteit, uh, kwam um, letterlijk twee dagen nadat het huis, dat, dat we de... Het nieuws kregen van nieuw nieuw Voor mensen die dat niet weten, jullie huren en ja. het ja. huis werd verkocht. Wij huren dus... een ja. herenhuis in Bergen waar wij wonen en werken. Daar is ook oh, mijn atelier het is en heel Michael mooi. zijn Kundalini Yoga. Wordt mooi, gegeven. Ja. ja, en Sarah kwam toe en die zei: Ja, ik verhuis naar Spanje, naar Malaga. En jij zei: Ah, jong, dat is waar wij naartoe willen. Ah oh, ja, zegt Sarah, ja. <laughs> maar ik heb nog aan u gedacht, uh, want daar is ook een atelier in. In dat huis. In dat huis. En, en dan uh, zei ze: ah, uh, we gaan het eens aan Michaal vragen. En als ik, toen ik dat zeg, dacht ik: van... fuck, zijn we weg. Mm. Dus um, omdat, ja, ik heb zelf al in Spanje gewoond. Um, het is altijd al mijn, um, mijn visie geweest om daar echt te gaan wonen. Um, wij zijn allebei zonmensen. Wij houden van de zon, wij houden van de zee, wij houden van Spaans ook. Charlotte naar. Papa Politico, de stiefvader is, uh, is Cubaans. En um, ja, ik heb, ik heb in Colombia gewoond, in Ecuador gewoond, in Spanje gewoond, ik heb Spaans vertalertolk gestudeerd. Dus, um... En al uh, plus, we hebben tijdens onze eerste date, weet ik nog, hebben wij daarover gepraat. En hebben we, we oh, hebben ja. over heel veel gepraat al hè, toen. En dat was direct zo van: ik koop nooit een huis in België. En jij zei: ik ook niet jong. Um, in Valencia of zo. En ik zo, ja, ik heb dat ook altijd gezegd, in Valencia of zo. Mm -hmm. En het is nu wel niet Valencia, maar het was wel mm -hmm. Spanje. En we, we zijn aan vorige vakantie gaan rondtrekken in Valencia, vertrokken, en dan naar beneden langs de kustlijn. En daar hebben we dan ontdekt welke, welke zones dat we heel leuk vinden. En we vinden dus Andalusia echt geweldig. Ja, Malaga is de kant van de Mediterraanse zee, hè? Niet ja. van dat land, Oceaan. Mediterraans. Mediterraans oh, ja. Klopt. Zo rechtsonder? Ehm... Um, mm. Midden echt wel zo. Midden. midden. Ja, ja, ja. Onder uh, Granada en onder Sevilla, zo in een driehoek. Mm -hmm. ja. En dus eind maart? Is ja. dat de planning? Of, of, of april? Dan willen we. Vertrekken. 23 maart, ja. 22 maart, 23 22 maart. 22 maart is de verjaardag van mijn oma. Ik heb ze gisteren laten weten dat we 23 maart vertrekken. Ze zei... Ah, ah Oké. Okay. Ja. Dat vind ik wel heel fijn dat je de 23ste vertrekt. Hmm. Ja, en dan willen we. Um... Vier maanden daar zijn, dus voor alle duidelijkheid, hè, onze vriendin Sarah Michaud, die hier ook op de podcast is geweest, mm -hmm. hè, die, ja, die heeft ons meegesleurd. Die zei gewoon van, ja, maar dat, dat is perfect. Allee, je doet dat dan, als je even niet weet wat de volgende stap is, nu dat dat huis voor jullie wegvalt, doe dit dan. En dat voelde helemaal juist. Dat resoneerde in heel mijn lijf als zij dat zei. En dan zagen we die foto's van dat huis en dat is echt zo... Ja, dat is met een zwembad, uh, dat is in een dorpje, um, tien minuutjes van de zee. Um, veel plaats, veel ruimte, wij kunnen daar ook allemaal thuis werken. Um, en ik voelde gewoon, ja, dan ik denk ik, als je dan zwanger bent, je pakt gewoon vanzelf even je buik vast. Allee, ik doe dat toch. En ik voelde zo van... Ook als je niet zwanger bent. Ja. <laughs> ik, pak, ik pak die ook wel eens zo vast. <laughs> ik voelde van, een baby, wilt jij daar zijn? En dat was een grote ja. Dat was echt gewoon een heel groot jaar dat ik door heel mijn lijf voelde. En um, ja, om daar een heel chille zwangerschap te hebben en op gemak te zijn en in de zon te zijn. En ja, ik voel ook dat dat kindje in Spanje wilt wonen. Maar um, tot nu toe is wel ons plan om terug naar België te komen, om hier te bevallen, om ook onze vrienden en, en familie de kans te geven om, ja, om op babybezoek te komen. Ik wil daar zelf ook wel. Dat die, die eerste maanden, dat dat dicht bij mm -hmm. mensen is, die ook dicht bij ons staan. Lieke uh, Piesemans van Stories by Mammals is hier op de podcast geweest. En die had mm -hmm. haar vierde kind in de eerste week van de lockdown, van de eerste lockdown. En die was daar zo over aan het praten. Allee, ik parafraseer, maar hoe ik dat, hoe dat mij herinner, dat ze dat zei, is... Ja, die eerste kinderen, omdat dat pre-corona was uiteraard... Dat werd gevierd, mensen kwamen langs, dat bestond. Hmm. Zegt nu, ja, niemand komt langs, je krijgt wel kaartjes, maar zo... En zij sprak daar gewoon, ze had daar geen, geen waardeoordeel over, maar ze zei wel van, ja, het voelt niet zo echt, of hij, denk ik, voelt niet zo... Ik bedoel, die baby is echt, maar het wordt niet zo gepercipieerd of gezien, want ja, je mocht niet mm -hmm. langskomen. Nog gaar dat is erg Ja, nee, ook vanuit dat perspectief cool. kan ik mij wel voorstellen... Het hangt er een beetje vanaf wat je wilt. niet erg, nog... ergens, hè? Ja, het ding is, het mm -hmm. is misschien erg omdat je kunt vergelijken met andere kinderen. Ja, voilà. als je Als het je eerste kind is, de facto, wat er ja. gebeurt, is je, is je realiteit. Mm -hmm. ja. Maar ik kan mij wel voorstellen dat... Stel dat je in Spanje zou bevallen, Allee, als plan, hè. dat zou nog steeds kunnen gebeuren, mm -hmm. maar dat, als dat plan is, dat je daar dan zit en denkt, oké, okay, we zitten hier nu al rustig, maar we kunnen dat inderdaad met niemand delen, terwijl als je in mm. België zit, dat je toch, eh, afhankelijk van de situatie, maar ja, Je hebt wel een veel grotere nabijheid van familie en vrienden. Het hangt er natuurlijk ook vanaf wat, wat je zelf wilt hè? wat je zelf prioritiseert. Ja. Want ja, gewoon, al, ja. gewoon al een paar maanden onder de zon, dan gaat u super deugd doen. Dat is ook gebeld, dat gaat u super deugd doen. Ik denk bij ons van nature, um, allee, dat blijft komen. De mensen, wij blijven omringd zijn door mensen. Ja, um, het is ook een goede, uh, en ik hou wel van dat soort dingen, zo een goede um, um, test of een goede filter om te weten wie wil die kleine of ons echt zien. Ja, ja, ja. Dat is... anders kom je dat... naar Spanje. Ja, ja, ja. Is echt, dat, is... dat is een goede filter om te weten van hoe is het echt menen. Dat is keihard. Ja. En dat is juist het ding, denk ik, um, heel veel mensen um, dat ik ken, die vinden dat heel vermoeiend. Hè. Dus uh, die hebben net een babytje gehad en dan is dat de ene bezoek achter het andere. En dan um, heb ik zoiets van, pff, ik weet niet of ik wil, eerst en vooral. Um, Ten tweede, um, in de yogiwereld, de Kundalini yoga wereld waar ik, waar ik het kom, uh, is het zelfs aangeraden om de moeder en de, de, uh, het kind 40 dagen lang gewoon op, op hun te laten zijn. De moeder ervoor te zorgen de, dat er iemand komt om te masseren, uh, dat er iemand komt om voor de baby te zorgen, zodat moeder en kind echt. Alleen kunnen banden een hele veertig dagen lang en ook uiteraard de, de vader. Um, maar ik denk um, dat, dan, dat dan een hele belangrijke is en dat daar niet bij wordt stilgestaan, dat dat trekt is gewoon, let's, let's go back to normal life in, mm. in een zekere zin. Je kunt niet echt naar het normale leven terug gaan als je uh, daar zit als moeder met het kind. En... Maar um, daar zijn ik heel veel inputs. Die binnenkomen van andere mensen. Soms ook inderdaad mensen die daar niet echt willen zijn. Omdat zoiets is, ah ja, ze hebben een kindje, we zullen nee. maar gaan. Dat is gewoon realiteit. De merendeel wil daar wel zijn natuurlijk. Maar dat alleen al is zo, dat is heel veel input. En dat het kind mee moet dealen, terwijl dat kind is net geland op aarde. Tjoe, ja, het laat het, het kind landen. Effect. Maar ik weet ook ja. wel dat, dat onze ouders, he, dat als ze advies gaven aan mijn broer, daarom doe je een babyborrel. Eén hmm. keer, twee, drie, vier maanden nadat hey. die kleine geboren is. is... Uh, ja, dat was in de zomer, was een paar maanden daarna. En al die mensen die willen langskomen, chill, we doen een babyborrel ja, daarvoor. Dat ja, was zo ja, het voilà. idee ook daarvoor, dat je niet zelf uitgeput bent van iedereen die nog eens... Exact. ...op de duur met iedereen zijn dingen en iedereen zijn vragen. Ja, kotbeu, ik kan het veel beter zeggen, veertien <laughs> dagen of... Ja, maar... ja, dat is... Blijf even buiten, geef mijzelf mijn tijd om hmm. te om te rouwen voor wat voorbij is en te genieten van wat nu, nu, nu nieuw is of zo, zo, Ja, ja, inderdaad. Ja, ja. Ik zeg dat stukje van mama vertelt dat vaak zo van, ja, komen vrouwen binnen, Allee, de situatie en zo die bevalling dat is gewoon zo'n ongemak en dan moet gewoon zo snel mogelijk snok buiten, dag buiten, terwijl vroeger was dat zo. Ja, ik bleef drie, vier, ja, vijf natuurlijk. dagen in het ziekenhuis en, en dat was echt mm. wel intens. En nu is dat zo... Nee, nee, op dat uur, negen uur s'morgens, dan ben ik s'n bij wijze van spreken buiten, mm. dat we daar gewoon de manier waarop je naar kijkt, is vaak heel ja, planmatig. Mm. Zo heel... Ja, ja. Terwijl dat je, als je, moet je daarvan bewust zijn wie en waar je daarin omringt en hoe je daar zelf naar kijkt, dat je je daar zelf ook niet in verliest. En op een de duur denk van, wat, wat zijn we eigenlijk aan het doen? Mm. Dat is niet waar wij, waar wij blij van worden. Daarom ben ja. ik wel heel blij mee, wat dat dan ook gewoon... Ja, dat is grappig hoe dat dat bij ons loopt. Hè. Voordat we. Of ja, toen was ik ook zwanger. Maar ik was begeleiding aan het geven aan. Um... Wacht, ik denk Iemand? dat je eerst. Ja, sorry. Ja, ja. Nee, ik was aan het denken. Ik weet waar het over gaat, maar misschien moet je dat eerst voordat je het begeleidt. Maar ik laat het u zelf vertellen. Ja. Ik was begeleiding aan het geven aan een vrouw. Um, en dat is een vroedvrouw. Uh, in Sint vincentius En. Um... Oh, die is hier ook al op de podcast geweest, je mocht die naam zeggen. Ah. Is hij op de podcast geweest? anne katrien anne katrien Ja. Ah, ja, ja. Maar ik heb dat nooit gehoord, want ja, ik mocht daar niet naar luisteren van haar, want ik mocht ah, geen vooroordeel, okay. dus ik heb dat nog altijd niet... Dat nee. is juist, ah ja, die is hier ook geweest. Um, die, die was ik begeleiding aan het geven, one-on-one, -on -one, en dus eigenlijk tijdens heel die begeleiding, dat was... Een magische, prachtige, een van mijn mooiste begeleidingen dat ik ooit voor vrouwen heb, heb gedaan en wat, hij, wat, hij, wat ik voor haar heb kunnen betekenen ook. En zij is voor zichzelf. En daarin zat ook een stukje dat zij de, de vloer van uh, de materniteit in Sint-Vincentius wou zij, ja, veranderen en zij wou daar een andere functie en zij wou daar meer inzicht hebben in ja, hoe dat de toekomst daar gaat uitzien, van die vloer. En uh, die had zo'n goede visie daarover. Jong. Dat, ik vond dat echt inspirerend. Uh, ik ken daar ook allemaal niet zoveel van natuurlijk, maar zij hoe dat ze daarover praten en hoe dat, ze daar, ja, dat vuur dat ze daar rond had. En ik zei dat toen tegen haar, als ik ooit zwanger ben, dan wil ik bij u komen bevallen. Ja. Uh, en vandaar ook onze keuze nu om in... Allee, tot nu toe, hè? Want ja, ik zeg altijd, het kan nog altijd zijn dat wij in Spanje bevallen, maar gewoon mijn voorkeur gaat wel naar dat wij terugkomen en dat wij dan in Sint-Vincentius bevallen. En daar is echt ruimte. Ja. Dat is heel mooi hoe dat ze dat daar aanpakken, want ze heeft dat dan helemaal verteld. En ik kan dat totaal niet vergelijken met andere ziekenhuizen of zo, maar ik vond persoonlijk, ik voelde mij heel veilig en heel vrij, ook in keuzes en in mogelijkheden rond die bevalling daar in Sint-Vincentius. En zij zal dan onze vroedvrouw zijn. Dus... Ja, heb je dat gesprek al gehad met haar? Ja, ja, ja. ja. Ah, zij, ja, ja zij volgt ja. onze zwangerschap en dan ook, zij vindt dat natuurlijk ook leuk, omdat ze dan nu ook met die spiritualiteit bezig is, om dan ja, ons proces daarin mee te maken, want dat, mm. ja, wij, wij laten daar dan wel zowat binnen in belangrijke momenten en hoe dat wij dat dan aanpakken. Ja, en uh, dat vind ik super inspirerend ook. Hè? Dus mm. alleen dat is langs twee kanten echt kei tof. Hoe, hoe is dat? Zijn er, is het, zijn er uh, second thoughts? Weet je, twijfel uh, is er twijfel bij de move naar Spanje of maakt dat eigenlijk voor de zwangerschap niet uit? Oh Nee, totaal niet. Nee. Vanuit het voetkundig hebben... perspectief. Nee, we hebben daar al. Um... Sarah heeft daar al direct een gynaecoloog geregeld, <laughs> uh, want we gaan daar wel een echo moeten laten doen, de echo van twintig weken. Um... En ik denk ook, alleen dat is en zelfs dan nog, dat is geen derde wereldland, hè? Dat is, is Spanje, <laughs> hmm. hè? En Michael spreekt echt vloeiend Spaans, dus als er wat is, dan uh... Dan kunnen wij daar ook gewoon een behandeling krijgen of, uh, allez, daar ja, zijn heel goed ziekenhuizen. <laughs> Kobe heeft zich een beetje comfortabeler. Dat is ervaringen, jong. Is ervaring. De voetjes omhoog. Ja. ja. Dus daar maak ik mij echt totaal. Ik denk zelfs dat dat veel beter is voor de zwangerschap dan hier in België te zitten. Ja, dat was Met... mijn eerste idee, zo. Ja. Amai. Als je wel op jullie, met jullie tweetjes, alle drietjes dan in de zon aan het strand. Ja. Weg van die stress, weg van zo dat oh, ja. typisch West-Europese. Exact. Poeh, gewoon ja. zo, omringd door rust en allee, zo Dat is ook misschien te romantisch, maar dat idee wat ik daarvan heb is zo: wow, jong. Ik mm -hmm. kan nu maar alleen deugd doen. zeg ja, ja. mm -hmm. ja. maar zeker. Goede vibrations. Ja. Mm -hmm. Oké, okay, dus, dus dat is aan zich geen, dat is geen issue dat je, dat je naar Spanje gaat en je komt nee. op tijd terug om dan in principe hier Te bevallen als het mm -hmm. zover is. Ja. 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 Zalig, ik heb echt al van. Ik moet altijd oppassen met zo'n cijfers, want ik, ik haal dingen door elkaar. Maar ik denk al tien mensen of zo die hebben gezegd: maar als ik moet bevallen, ga ik naar Sint-Vincentius. Ah, ja, Ja, echt waar. Oh, het is dat heel cool. grappig. Het is grappig. heel cool. En ook zo'n anderen die zeggen: Ja, ik heb geluisterd en ook zo'n andere voetvrouwen van andere ziekenhuis of yeah. tegen personeel zo. Ja, dat zei ik wel. Dat is ik wel. Nice. Cool. Zo, yeah. ja, zo, zo, Ja, zo. Je had een percentje moeten vragen, man. Ja. <laughs> Ik heb dat ook gevraagd ja, aan de baby. Ik heb mijn hand weer op mijn buik gelegd en ik heb gevraagd: wat wilde jij? Wil... Want wij waren daarover aan het praten, over thuisbevalling of ja, in een ziekenhuis. Uh, bij vroedvrouwen werken die zelfstandig zijn. En dan: allee, ja, je kunt van alles doen. Uh, want, ja, he, Michael zei zo eerder: van, uh, Ik zie u wel een thuisbevalling. Ja, in, ik, ik, ik prefereer gewoon een thuisbevalling, omdat ik. Dan, ja, dan moet je niet helemaal naar het ziekenhuis rijden. <laughs> nee, nee, nee. Als ik kei Nee, ik, ik hou er wel van als er, um, als, als er iemand nieuw binnenkomt in je space. Wat? Je kunt je eigen space creëren, die energie zit er al. Mm -hmm. Ook als dat niet je huishuis is? Of ja, maakt dat niet uit? Dat maakt niet zoveel uit. Dat dus maakt niet zoveel uit. uit. Ey, als je daar uh, ondertussen de space hebt geclaimd in een zekere zin, zoals mm. in dat huis waar dat we nu wonen, Um, daar hebben we echt ons huis van gemaakt. We hebben daar ook voor gezorgd dat daar goede energie hangt. Um, en dan is dat zo. Dat is een, een veilig portaal mm -hmm. om ergens te landen, ergens te zijn. En ik vind dat heel belangrijk. Maar dat gaat toch? Ja. Stel, ik heb een huis met mijn partner en gewoond daar. Dan zou je inderdaad vanuit die filosofie volledig mm. onderschrijven. Maar dat gaat in jullie geval niet. Niet zo zijn. Ja, wel, mogelijk. dat is het punt waarbij dat we zeggen dat, dat er nog altijd de optie is dat het huis niet verkocht is en dat we waarschijnlijk uh, in het huis hmm. zelf van waar dat we nu nog altijd wonen kunnen bevallen. En inderdaad, stel nu dat het huis verkocht is, ja, dan is het een andere zaak. Dan zou ik inderdaad in Sint-Vincentius willen bevallen, maar idealiter, hè, want wat Charlotte nu zegt van thuis bevallen, dat was voordat we wisten. Dat we naar Spanje ja. zouden verhuizen. Ja, dan dachten hebben. we eigenlijk dat we nog zeker nadat na het na kindje komt, um, dat we daar nog zeker een jaar gingen zitten. Mm. En dan, dan mm. zou het uh, contract mm. gedaan zijn en dan zouden we ook tijd genoeg hebben om naar Spanje te gaan. Ja, hè? Dat was exact. ons eerste plan. Ja. Al zien, naar Spanje gaan. alleen echt daar iets kopen. Hè? Ik moet nog tegen mijn mama zeggen dat je zwanger bent. Ah, dat die nog gaat niet dat wel goed vinden, denk ik. ik. Ik heb het gevoel dat die ja, zo die vinden. dat vinden. die gaan mij willen bombarderen met tips. <laughs> dat voel ik bij haar. Mama is wel. Maar in een good way hè? Maar die is wel terughoudend. Als in die is niet intrusief of zo. Ja. Dat is niet iemand die ik ga u zeggen wat goed is nee. voor u. Maar, maar vandaag zou als, ik wel, tips wel iemand. Krijgen. Ja, dat is wel iemand die gebeld voor een kwartier en dan zo drie uur aan de telefoon. Had. Ja, ja, sowieso. zo is ja, wel, dus, wel. Ik ben ook zo. Dus kom ja. ik kom keer overheen met je mama. Allee, ik heb dat gevoel ja. toch. Ja, ja. <laughs> um, nee, maar ik. Van haar zou ik ook heel graag tips krijgen. Zo. Ik zou daar dankbaar voor zijn. Uh. Ik zou dat met twee polletjes uh, aannemen. Maar ja, dus... Uh, om daarop terug te komen. Dus jij vond van... Allee, uw voorkeur was van... Oké, okay, een thuisbevalling. En ik wist het gewoon niet. En ik dacht, wij kunnen daar wel over babbelen. Maar wat wil de baby? En dan heb ik echt ingetuned. En dat, was, dat kwam gelijk een flits door, hè. In het ziekenhuis. En dat was heel duidelijk. En, uh, want ik stond daar eigenlijk ook. Ik, ik vond dat ook wel een cool idee, een thuisbevalling. En een vriendin van mij gaat dat ook doen. En die had daar al over gebabbeld. En dat klonk allemaal keihard En ja, allee. In eerste instantie dacht ik dat ook. Maar dan voelde ik in. En dat was zo: nee, dat is in het ziekenhuis. En dan zei ik: oké, okay, dat is goed. Dan gaan we dat gewoon respecteren. Ik vind dat wel leuk dat we die keuze dan uiteindelijk maken vanuit de baby. Weet je? Dus aan een even uh, thema denken. Wat is jullie gedacht over meters en Peters? Want ik merk dat daar heel wat speling op zit bij verschillende mensen. Omdat in mijn hoofd is zo de meter en Peter die ik zou kiezen, zijn zo de mensen die waarvan je eigenlijk, waar tegen ik zou zeggen, kijk, ik ga fouten maken. Allee, ik ga er als vader niet altijd kunnen zijn. En jij zit zo de, de persoon daarnaast en jij zit ook zo. Je speelt een belangrijke rol in het leven van mijn kind. Mm -hmm. En als ik Peter werd van, uh, dus mijn peterkind, dat is ook zo echt van, er gaan momenten zijn in, in haar leven dat ik er voor haar kan zijn, wanneer haar ouders er misschien niet zijn, omdat die ja, de facto haar ouders zijn. En zo, ik vind dat wel een belangrijke rol of zo, dat je dat meegeeft. Ja. dat is zo mijn insteek, van niet gewoon iemand zo, een speciale nonkel of zo, of zo. Maar voor mij is dat echt iemand die er voor die kleine is, om die soms te beschermen van de ouders. Dat is wat ik daar zo van denk, zo'n stukje van, jij zit boos op je kleine, is goed. Ga, ik ga die een week opvangen. En dat is niet erg dat jij boos bent. Ik doe wel wat goed is dus voor die kleine. Mm. Zo <laughs> dat is zo dat idee. Dat is wat ik daarvan denk. Maar ja. er zit heel wat speling op afhankelijk van. Als ik zo bijvoorbeeld aan mensen vraag, ja, sommigen zeggen we doen dat helemaal niet. We doen dat wel. We doen dat op een andere manier. Dus ik weet niet hoe dat, dat voor jullie is. Ja, zonder. Natuurlijke wicht te geven. Ik weet niet wanneer het deze uh, je? podcast. Ja, nee, vanavond, denk ja. ik. Ja. Dat is ja, we nog geen details vertellen? Jawel, nog geen details. Zonder te verklappen wie <laughs> dat we natuurlijk hebben gekozen. Um, Eerst en vooral denk ik dat. Het is. Dit um, is een persoonlijke ervaring. Ik denk dat Charlotte die ook deelt. Het is niet makkelijk om een Peter of een Meter te kiezen. Eerst en vooral. Om vanuit mijn ervaring te praten, omdat. Um, dat is. Dat is een belangrijke rol, dat is inderdaad, hè, wij beiden vinden dat dat iemand is die inderdaad er moet kunnen zijn. We hebben dan ook iemand gekozen, um, de Peter, we hebben de meter ook al gekozen, maar we hebben het de Peter al gezegd. Um, Godverdomme, dus ik ben het niet. Nee. Zie, <laughs> dus dat is mijn hele punt, rond, uh, dat is, je zou iedereen Peter willen maken. Maar dat is toch niet? Jawel. Wie kan daar niet mee om? Allee, ik bedoel, dat, ik, nee, dat, maar dat... Zo zien, dat weten we nog. Ja. Niet. Ja, als, als het gaat om bijvoorbeeld beste vrienden. Ja, uh, Ja, maar uh, uh, dat, uh, uh. Dat, zijn, dat, zijn, dat zijn nuances. Dat is moeilijk, mm hè? -hmm. Maar dat is, dat is echt zo van fuck ja. Allee, je wilt die pers persoon ook niet kwetsen, in een zekere zin. Want ik vind dat ik heel veel vrienden heb die beter zou kunnen zijn, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Maar um, wij, wij, wij hebben daar echt wel over nagedacht en wij willen echt wel iemand die. ja. Um, open-minded is en Dat die... was ook de eerste term waar ik aan dacht, ja, open-minded. En die, die, die er kan zijn en die die kan beschermen en die, die zo wat ballen heeft en, en zo ook... De beter, ja, hè? Ja, ja. Wow, <laughs> de, de meter ook, Allee, dat maakt mij niet uit dat hij ballen heeft, maar um, ja, dat hij dat ook wel zo anders is, dat hij kan kritisch de persoon, dat hij onze baby kritisch kan laten nadenken, dat hij niet... Dat hij ook een, een zekere um, intelligentie heeft, dat hij wijs is. Allee, al die dingen, en al mijn vrienden bezitten dat. En dan is dat gewoon moeilijk om, om dat te, te kiezen. Maar er zijn een aantal rollen natuurlijk, um, of, of bepaalde factoren die niet een rol hebben gespeeld. Waarom dat we die bepaalde persoon hebben gekozen. Um, maar dat is mijn ervaring. Ja, mooi. En ik kan daarbij aanvullen, um, ik weet een term waar dat we ook mee die echt naar boven kwam toen, dat was iemand die enorm trouw is trouw, aan ja, ons is tot nu toe en ja. die, waar dat we tot nu toe van kunnen inschatten van die persoon gaat ook trouw zijn aan die rol van meter en peter mm. en gaat ook trouw zijn aan dat kind mm -hmm. voor het leven zo. Mm. En dat voelen we bij die twee mensen die we gekozen hebben enorm ja, dat is waar. door merg en been. Dus daar uh, ja, dat en de, heel goed. De meter is nog uh, open. Eigenlijk, nee, nee, nee. eigenlijk weet hij dat al. He. Die weet dat al. Dus dat is altijd duidelijk het geweest Maar haar. Wil... Nee, nee, nee. Wacht, ik wil, die... ik wil even meegeven. De Peter en Meter hebben al met elkaar in bed gelegen. Maar alleen. Allee. <laughs> allee. Als een kind dat later gehoord. <laughs> Zonder dat ze wisten dat ze eigenlijk Peter en Meter ja, gingen worden. Dus die... Ja, hè, ja nu is het he, duidelijk. He, schat. Ja, nu het is moeten duidelijk. wij zelfs daar naartoe. Allee. Alleen. <laughs> <Doet je> nu? <laughs> schat, nu moeten wij daar zelfs naartoe. He. Maar zeg. Dat is niet waar. Ik vind het gaat... heel grappig. Ik vind het ook wel grappig. Ik dus, kan er wel mee lachen. Kun je zeggen, maar dat is lang geleden. Wat? Nee, niet Nee, nee zo dat is letterlijk, letterlijk um, van nieuwjaar Maar oud opnieuw nog. Toen <laughs> hebben wij een, uh, een mini-klein feestje, illegaal feestje. Maar, en hier. toen waren, wij, waren, de, waren de Peter en de Meter al gekozen. Wij wel. hadden die al gekozen, maar die wisten, maar die wisten dan dat niet. niet. Nee, dat is niet waar. Jawel. jawel. Ja, 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 jawel. Ja, ja, wij hadden... ja. Wij wisten toen al wie dat er ooit beter in. Want wij wisten toen nog niet dat we zwanger waren, maar we wisten wel dat we hun zouden vragen. Ja. Toch geweten maar... wie dat op jullie feestje was? Ja, dat is wat. Ja. Ja. Oké, okay, ja, spannend. De... Uwe Frank zal wel eens vallen. Ja. Maar we zijn heel blij met de keuze van deze twee personen. Ja, ja. En dat voelt enorm juist. Fijn ook dat die met elkaar verbonden zijn. Ja, ja. 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 Dan ben ik echt aan het denken. shit, u was daar. Ja, zwart. Oké. Er is een weinig makkelijke manier om dit subtiel te doen, dus ik zal het gewoon bruut doen. Okay. Wil je over oktober vertellen? Ja, ik zal gewoon vertellen. Allee, wij zullen erover Want je hebt er vertellen. Ik heb er eigenlijk net al over verteld, maar je zit er niet op verder in. Je. Ja, ja, ja. We, um, ja. Ik word daar wel altijd een beetje emotioneel van, toch? Um, we, waren, we zijn al eens even in verwachting geweest. Uh, ja, in oktober, november en uh, toen Wacht, hadden we... mag, ik, ah, mag ik mijn kant van het verhaal vertellen? Want ik ja? vond dat wel mooi eigenlijk. Ja, zeg maar. Um, op mijn verjaardag, ja. mm. wat dus toch een speciale verjaardag was, ah, ah, in, in de context van 2020, heb ik jullie gezien. En uh, dat was, uh, ja, was, was fijn om dat met jullie te vieren. Meer nog, omdat jullie, ik denk twee weken later, vertelden van... Uh, of mm. twee of drie, ah, ik vergeet zo details... Maar het kwam erop neer dat jullie uh, uh, op de nacht van de verjaardag, denk ik, mm -hmm. uh, dat de ene de andere bevrucht had. Dat is juist. En, en dus, dat, dat, dus dat. Ik weet nog dat dat de opening was van komen. Ik heb teruggeteld. Ja. Op de nacht van uw verjaardag ben ik uh, zwanger geworden. En dat dat heel... En dat, ik denk dat, ja. dat dat toen drie, vier weken was. Het, was. het was heel vroeg, want ik herinner me nog dat ik zo zei van van neem je tijd en, en rustig, want ja. nee, je, je weet niet meer. Dus dat was, zo, dat was mijn kant, dat eigenlijk wel heel speciaal was. Zo van, allee, dat, daar, dat daar een bepaalde link mee was. En dat was, denk ik, dus 10 oktober was mijn verjaardag, dus dat is eind oktober geweest of zo, dat, dat jullie dan ah, ja, verteld dat hebben. Dat zo. was dat deel van het verhaal. Mm -hmm. Goed dat je daar die timing bij kunt zetten. Ja, het grappige uh, daaraan, en vrouwen gaan dat misschien herkennen, sommigen, uh, wat niet iedereen voelt dat, maar ik voel echt mijn ijsprong. En ik voel ook wanneer dan mijn regels gaan komen. Dat, is re dat komt redelijk veel Wacht, voor. Hoe lang is uw regels na uw ijsprong? Tien dagen? Twee, Twee weken. Weken. Twee weken. Ja, dus je hebt een cyclus van een, van een maand bijna, maar eigenlijk van een maan. De mm -hmm. maancyclus en de vrouwelijke cyclus is bijna hetzelfde. Dus 28 dagen ongeveer. En uh, toen als wij... Hey, wij hadden u uitgenodigd voor uw verjaardag. Inderdaad, met het idee van... alleen dan gaan we toch een beetje vieren, want anders... Ja, in deze tijd, wat ga je anders doen? Dan hadden we een birthday dinner voor u gemaakt. <laughs> en als we aan tafel zaten, op een bepaald moment kreeg ik gewoon echt een steek. En ik, ja, ik voelde dat, ah, oh, wat is dat? En dan dacht ik, oh my, dit is mijn ijsprong. En uh, toen moeten wij dus inderdaad zwanger geraakt zijn, toen, met die ijsprong. Um, ja, daar waren we heel blij, dat was wel super overweldigend. Uh, we waren daar helemaal klaar voor. Het is dus totaal niet dat wij dat gepland hadden, maar goed, wij, allee, ik, ik was al een tijdje. Um, ik, had, ik had mijn spiraaltje eruit laten nemen omdat ik gewoon puur natuur wou zijn. Um, niet met de intentie om een kindje te maken, maar eerder zo van allee, als dat gebeurt, is dat goed. Hè? We, we zien wel. En dan gebeurde dat en um, dat was super overweldigend. We waren heel blij, maar ik herinner mij wel. Dat ik, dat ik vanaf het begin van de zwangerschap precies voelde van, ja, er is iets mis. Zo. En, en ik dacht dan dat dat een angst was, maar misschien was dat wel echt gewoon mijn intuïtie, dat zal ik nooit weten. Hè? Of misschien was het omdat ik zwart in angst zat, dat dat, ik weet het niet. Um, ja, heel blij, um, heel excited. Ik denk dat wij er alle twee waren. Um, en dan heb ik een natuurlijke miskraam gehad. Als ik op acht weken zat, zoiets. Um, of wel iets langer zo. Um, ja, dat is ja. En dan krijg je precies je regels. Hè? En dan zeiden mensen nog van ja, maar ik heb mijn regels ook nog drie, vier maanden gehad als ik zwanger was. Dus dan dacht ik nog, oh, er is niet veel aan de hand. Maar dan bij de volgende check-up uh, was dat duidelijk dat ik, dat ik geen waarde meer had. Dus dat ik niet meer zwanger was. Ja. <laughs> Ja, dat is hard, hè? Was Wat een natuurlijke miskraam? Dat betekent dat dat vanzelf gebeurt. Dus je hebt het zelf niet door, ook niet dat het gebeurt? Nee. Dus um, dat is eigenlijk gewoon het vruchtje dat echt beslist van ik ga niet verder groeien. En dat zichzelf ook gewoon kan verwijderen uit je lichaam. En als je een miskraam hebt, als je nu nog langer zwanger bent, dan moeten ze dat er echt uithalen. Mm. Dan moet je, als je lang zwanger bent, moeten ze zelfs echt een bevalling doen dan, hè? Maar bij ons, ja, dat is, dat is snel. Hè? En uh, ja, blijkbaar gebeurt dat heel vaak. Um, maar dat wordt precies zo niet besproken, totdat je dat meemaakt. En dan ineens komen er allemaal verhalen van mensen die, die dat, dat ook hebben meegemaakt. En uh, ja, dat wordt precies zo onder de radar dan wel een beetje verteld tegen elkaar. Maar ik had, dat, ja, ik had daar nog nooit van gehoord. En dat was voor mij echt heel nieuw, allemaal en hard. Voelt je dan schaamte als. Mm, dat of, ik denk ik niet. Wat is wat gevoeld of wat ervoor zorgt dat dat zo moeilijk is? Of, of dat er zo'n uh, taboe rond hangt? Ik voelt als vrouw... Ik denk dat dat als man ook nog anders is dan als vrouw. Het is goed dat we met twee zitten, dan mm -hmm. kunt je uw kant ook vertellen. Mm -hmm. uh, als vrouw voelde je gewoon... Weet je, je wordt zwanger. Mm. Voor mij was dat. Hè. Ik werd zwanger en ik was mama. Dat was gewoon... Die mm. transformatie was voor mij heel gemakkelijk. Ik kon die knop gewoon omdraaien en dat was... Precies, of dat mijn, mijn levensmissie hier op aarde ineens duidelijk was. Zo, hm. um, dat was, eh, ze van ja, in eerste plaats. Ben, zwanger ik wanneer? Nu... het voelde niet wanneer de gynaecoloog het zei. Vanaf dat ja, mijn, mijn regels kwamen niet, en dan dacht hm. ik, oh ja, oké, okay, ik zal waarschijnlijk zwanger zijn. En dan, ja, dan, dan, dan laat dan, je bloed trekken, en dan zeggen ze van ja, je bent inderdaad zwanger. Um, ja, dat is een klik dat je maakt, en de, dat is een super joy dat je voelt als vrouw. En vanaf dan, ja, ze de mama. En dan komt die miskraam en dan zei de mama, maar je bent niet zwanger. Dus daar is een leegte, hè? Daar is, daar, dat, dat verhaal klopt niet. En dat, dat staakt niet meer. En je krijgt echt daardoor zo wat een, een kortsluiting, want je voelt nog altijd dat je mama aan het zei, maar dat is niet meer fysiek aan het gebeuren. En die hormonen, die blijven nog wel een tijdje hangen. Dus dat is echt keiverwarrend en kei emotioneel en zwaar... Um ik voelde wel geen schaamte, want ik was er heel snel met mensen over aan het babbelen. We hadden dat ook wel redelijk snel tegen wat vrienden verteld. Zo. En uh, ik was daar heel dankbaar voor, omdat daardoor kon ik ook aan hun dan vertellen dat we een miskraam hadden en, en kreeg ik ook de steun die dat ik nodig had. Als je dat dan niet vertelt, dan moet je direct heel dat verhaal vertellen en dat leek mij nog moeilijker. Dat is nog een grotere drempel om daar dan over te praten. En dankzij dat we dat best wel tegen wat mensen hadden gezegd, het excitement van die eerste zwangerschap, um, hadden, we, hadden we meteen een netwerk die, die echt voor ons klaar stonden en allee, die wouden helpen en die ons daar wat doorhaalden. Uh, dus dat was wel goed. Maar eigenlijk, als ik terugdenk, dat hielp allemaal niet zo. Er, er heeft niet veel geholpen toen voor mij. Dat was gewoon een zwart gat. Ja. Ik weet niet hoe dat, dat voor u was, schat. Um, ja, de man ervaart natuurlijk die hormonen niet. Um, dus ik zal misschien even, even gewoon kaderen. De moment dat we hoorden dat Charlotte zwanger was, dan was dat voor mij, ah, nice, dat is, dat is heel fijn. En dat is heel natuurlijk, heel logisch, want dat is de vrouw van mijn leven. Dus... Come on, let's go. Um, en wanneer dat we hoorden dat het um, dat er uh, een spontaan miskraam was en de, de bevalling niet ging doorgaan, dan had ik zoiets van: Oké, okay, ja, dat, um, dat is jammer, uh, maar dat verandert nog niets qua mijn gevoelens ten opzichte van u of ten opzichte van de baby of, of ten opzichte van mezelf. Dat is als man, sta je daar. Um, in een zekere zin detached from um. en dat is raar, dat gebeurt buiten jezelf en je bent daar niet echt zo bij betrokken, je raakt er wel bij betrokken omdat de vrouw natuurlijk door zo'n tumulte periode gaat en je bent daar eigenlijk om de vrouw op te vangen en om de vrouw te ondersteunen maar ik zelf ervaar dat verlies niet en dat was niet de eerste keer dat het bij mij was gebeurd, ik had dat met iemand anders in een andere relatie ook gehad en dat is juist hetzelfde, ik ik vind dat super... Um, ja, erg. En, en, en ik kan wel meeleven met die persoon, maar ik voel niet hm. dat die baby er niet meer is. Dus dat is zo life continues. Maar ja, de impact van Charlotte... Charlotte is heel emotioneel daar rond. En um, dat is zeker bij haar iets heel, uh, waar ze heel veel belang aan heeft. Dus dat, zij is echt door een... Ja, een van de zwaarste periodes gegaan op dat moment. En, en heel terecht. Ik denk um, dat als vrouw echt ongelooflijk um, ja, pijnlijk moet zijn. Um, ik kan me dat niet inbeelden. Maar um, dat, was wel, dat was wel moeilijk. Dat was wel moeilijk. Mm -hmm. ik, dat was moeilijk voor mij om, om, om dat voortdurend. Dat was, dat was echt een aantal weken, misschien ja, zelfs ja, lang. Ja. Ja, ja. Dat het echt voortdurend. Wenen was en, en, en. Rauw. Ja, rauw, ja. Echt, rauw. ja. En, en in het begin gaat het daar mee gesteund. En maar aan een tijd. Was van, pff, dan snapte dat als man ook gewoon niet meer van: come on, life continues. En we hebben er bij tijd. bij stilgestaan. We hebben er aandacht aan geschonken. We hebben echt gevoeld. We hebben toegestaan om te voelen. Nu is het moment om echt wel die switch. en die knop te maken. En dat is, um, dat is een verschil tussen man en vrouw, denk ik. Gewoon waarbij die man zegt Okay, let's go, dat is 1-0, dat is rationeel. Hmm. Dat emotionele is echt wel dat is onvoorspelbaar. Dat is, ja, dat is echt wel diep, diep in een relatie gaan, moet ik wel zeggen. En dat is waar het de relatie eigenlijk ook om draait, denk ik. Is dat, dat je echt, dat is dan het verschil tussen het rationele en het emotionele. Je maakt een rationele beslissing om met iemand samen te zijn, geen emotionele beslissing. Initieel is het een emotionele beslissing omdat je zegt, oeh, hier voelt dit goed en maar ik voel aantrekking. Maar die aantrekking verandert na een tijd in echte liefde. En dan, ja, kun je nog altijd... Uh, die, die initiële aantrekking is iets wat dat altijd zal blijven. Met iedereen rondom u. Je voelt ja. je aangetrokken tot bepaalde andere personen. Maar je moet op een, bepaalde, een bepaald moment een rationele beslissing maken. Dit is... Iemand waar ik voor kies. Mm -hmm. um, en dat is wat voor mij echt liefde is. Liefde is niet bepaald iets emotioneel, het is echt iets rationeel in koppeling met. Maar, um, en dus um, als je die beslissing hebt gemaakt, dan je gaat het ook wel door die emotionele rollercoaster tezamen. En ik moet echt wel zeggen dat dat was echt uh, dat was een heel zware en een moeilijke periode, sowieso echt. Um, niet omdat ik rouwde, maar omdat zij aan het rouwen was en die impact daarvan was echt wel oef, zwaar op ons leven. Voelt je dan machteloos? Of... Ja, ik denk dat machteloos het woord ja, want, is. Want, want je ziet ook iemand lijden, ja. zonder dat je dat zelf eigenlijk kunt. Je kunt dat wel delen, maar je, want dat is ook een stukje wat jij zegt van ik kreeg ja. van mensen rondom mij wel wel uh, begrip enzovoort, maar eigenlijk heeft dat niet veel geholpen. Terwijl als je dan de partner bent, en je voelt dat ook aan, hè? van ik kan daar wel zijn, ik kan naar je luisteren, ik kan voor je zorgen, maar ik ben u niet fundamenteel aan het, aan het helpen of zo. Mm -hmm. Allee, toch niet, is... niet zo kozaal. Dat is waar. Um, en dat je daar dan zo als man ook buiten staat, van ja, wat, wat... wat doe je nu? <laughs> Wil je een boeket ja. bloemen? alleen bij wijze van... Ja, 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 ja maar, maar, Nee, nee, maar daar hebben ze gelijk in, want vaak is, is het gesprek inderdaad geweest dat Miguel ja, inderdaad, dat het een einde raad was van mm -hmm. hoe kan ik die nog helpen en dat ook echt gewoon vroeg aan mij van waar heb je nu nood aan, schat, wat kan er u nu helpen? En ja, dat ik alleen maar kon wenen en dat ik niet eens wist, ik, ik had geen woorden voor wat er gebeurd was, ik had dat nog nooit meegemaakt, ik begreep niet wat er gebeurd was, ik kon dus ook tegen niemand uitleggen hoe dat aan u voelde mm -hmm. of ik kon daar helemaal geen gevoel op plakken, dat was iets dat ik niet kende. En dus ik kon al helemaal niet duidelijk maken waar dat ik nood aan had, want ik had geen idee waar dat ik nood aan had. Ik wist gewoon dat het echt niet goed was. Kon je dat op een of andere manier... Dat valt mij valt net te binnen. Uh, met pen en papier. Met, kon je dat op een of andere manier uit je systeem krijgen zonder dat verbaal te moeten doen? Nee, ik kreeg zelfs niks geschilderd. Ik kreeg uh. niks geschreven. Ik kreeg, er, dat was echt gewoon ja, een zwart gat. Zo voelt dat echt. Um. En uh, ik wist wel van... Dat heeft hier gewoon tijd nodig. Dat had ik wel door. Dat heeft tijd nodig, maar eigenlijk wil ik gewoon terug. Maar je kunt niet terug natuurlijk. Je moet in het nu zijn en je moet daar door. Ik vertrouwde wel van ja, dit, dit is de bedoeling. En ja, dan op een bepaald moment heb ik gebeld met mijn bompa Om dat te vertellen tegen hem. Het is dan ook zo'n mens dat ik al lang niet gezien heb, dankzij de lockdown. Um, en die gaf zijn, zijn vriendin aan de lijn. En ik had dat niet verwacht, maar zij heeft mij ineens woorden gegeven die dat ik nodig had, die dat ik zelf niet had voor die situatie. En zij heeft mij toen uitgelegd wat er aan de hand was en, uh, en dat alles dus in orde was en dat ik de natuur moest respecteren en dat ik dankbaar moet zijn dat de natuur dat beslist heeft, want dat dat zijn redenen heeft. En dat waren allemaal dingen die, die zijn zo voor de hand liggend, maar dan moest ik dat horen van iemand anders, want mm. ik kon zelf niet meer nadenken. Van een andere vrouw? Ja, een andere vrouw die misschien hetzelfde heeft meegemaakt, dat heeft ze mij niet verteld, maar ze vertelde dan wel van andere vrouwen in haar omgeving, hoe dat het voor hun was. En dan merkte je ineens van, die vrouw die spreekt vanuit ervaring van anderen of haarzelf, dat weet ik dus niet, maar die spreekt die, spreekt die taal, die taal dat je dan nodig hebt. Hmm. En stilletjes aan begon die taal wel te komen vanuit andere vrouwen. En ook mannen. Die zeiden: van ja, we hebben ook de uh, miskraam gehad. Ja, we hebben ook geen kindje verloren. En, dan, en ineens krijg we wel input van anderen of zo. En dan, na een hele lange tijd, kunnen daar pas je eigen waarheid rond vinden. Je eigen verhaal. En dat is op zich wel wat helend geweest. Dat ik zo wat inzicht kreeg. In, Oké, okay, dat, dat is er nu gebeurd. En dat heeft dat met mij gedaan. En dit zijn zo wat de emoties die daardoor spelen. Maar ja, dan komt, er in, alleen, dan komt er ook een schuldgevoel. Allee, bij mij kwam er dan een schuldgevoel naar Michaël toe. Want dat was heel moeilijk voor onze relatie. Dat was de grootste uitdaging die dat we tot nu toe gehad hebben in onze relatie. Omdat je zit, niet meer, het draagvlak van je relatie gaat gewoon naar beneden. Hè. Keihard, hè. dat is gewoon bam. Um, en ineens moest hij alles dragen. Ik kon gewoon niks. En ja, ik kon ook niet duidelijk maken wat mij terug naar boven ging helpen. Dus dat was gewoon super moeilijk. Um, ja, en ik hoop eigenlijk uit de grond van mijn hart dat, dat vrouwen daar wat meer over babbelen met elkaar, vanaf nu. <laughs> vanaf nu, dit is het startschot. Mm. Want dat is wel wat er helpt, hè. Dat je ervaringen kunt delen met elkaar en dat je tips kunt geven aan elkaar en dat je door naar verhalen te luisteren, zelf je woorden kunt vinden, zodat je kunt uiten hoe dat het voelt. En dan kunnen we beginnen verwerken vanaf dat je het kunt uiten, want anders blijft het allemaal van binnen zitten. En je, je raakt er precies gewoon niet uit. Maar misschien zijn er andere vrouwen die daar allemaal geen nood aan hebben en die, die misschien sterker zijn daarin dan mij. Uh, maar voor mij was dat echt uh, mij ja, onbeschrijfelijk gewoon. Ja, daarbij het puntje van babbelen over dingen. Ik heb vroeger altijd gedacht als om te ventileren of om los te laten, wat zeker ook zo is. Maar de echte gesprekken die mij heel veel hebben gedaan, zijn zo... Iemand gaf mij woorden om iets te beschrijven of te bekijken, dat ik echt dacht... Ja, tuurlijk. Mm. En gewoon omdat je mij die woorden geeft, en daarin zit dat begrip en ook... Maar dat je zo beseft van, ja, inderdaad. En dan vallen al die dingen op hun plek. Alleen, ik wil niet, voor u, niet over die situatie spreken, maar wel dat gevoel van... Door met iemand te praten, kreeg je nieuwe woorden of handvaten, omdat ja, je schijnt gewoon licht waar dat donker was. Omdat mm -hmm. je letterlijk die woorden hebt. En dan is dat ja. zo. Juist. Zo iets waar je anders niet kreeg uitgelegd. Ja. Of, of zo. Hm. Ja, ja, inderdaad. Ja, maar dan zijn we wel, dus. We zijn snel terug zwanger geraakt. Hè? Heel snel. Daar ben ik heel dankbaar voor. We don't fuck around. Or do we? <laughs> But then we do? Dat hadden we helemaal niet verwacht. Dat de de van de meter. Ja, inderdaad. Klopt. Dan waren we terugzwanger. En dan was alles... Dat is gek. Je zit in zo'n zwart gat, en dan ben je terugzwanger, en dat is gewoon weg. En alles is gewoon oké. Okay. En dan denk je, allee, jong. Dus gewoon door terugzwanger te worden, is dat, is dat weg. Hè? Dat je, die leegte is weg, en je moet... Want ik zat heel tijd ja, met het idee... Of je moederschap is terug. Of wordt zo terug ge ja. geactiveerd. Maar dat klinkt. <laughs> ja, dat klinkt zo. Dat is ja, weer ja. Dat, dat, dat binair denken van een man. Ik stond af ja. en staat het aan. Ja, ja. Het is, het is. Maar dat bedoel ik niet. Ja. Nee, nee, maar inderdaad. Je, je kunt terug je rol als. als um, alleen, Mama. Mother, mother to be. Ja. Uh, opnemen. En, en ja, dat, dat was. Ik heb echt mijn eigen uitgelachen. Want ik was heel de hele tijd maar aan het denken: oh nee. Dat gaat belachelijk klinken, hè? maar zo ging dat in mijn hoofd. Oh nee, nu heb ik die miskraam. En nu moet ik dat helemaal gaan verwerken, zodat ik terug perfect ben, zodat ik terug geheeld ben. En dan pas kunnen wij waarschijnlijk terug zwanger worden. En ik moet hier door en ik raak hier maar niet door. En oh, waarom lukt dit toch niet? En wat als ik, wat als ik die pijn doorgeef als ik terug zwanger word en dat volgende kind, oh, ik wil nu zelfs niet eens zwanger worden want in de staat dat ik nu ben, dat is geen goede energie om een kindje in te maken en zo die hoe hard dat ik mijn eigen ja, niet graag zag op die momenten, daar, daar komt het op neer. Ik had echt geen zelfliefde daardoor. En dan die periode toch zwanger geworden, dat vind ik echt een wonder. Um, ja, en dan ineens is dat gewoon van ah ja, oké. Okay, we gaan verder en dat was gewoon geheeld. Waarom ook wel, en dat vind ik wel belangrijk om erbij te zeggen. Dat is dan even een spiritueel stukje in dat verhaal: dat ik echt wel contact heb met die ziel van dat kind. En dat ik weet dat die ziel heeft gewacht op een volgend vruchtje. Dus het is niet zo dat er een ziel bij ons geweest is en weggegaan is. Want dat is volgens mij heel hard om mee te maken, op energetisch niveau, zelfs ook onbewust voor veel vrouwen, denk ik dat dat keihard is. Maar. Die ziel is gewoon gebleven en heeft gewacht op een volgend vruchtje. Dus voor mij, in mijn beleving, is dat ook van oké. Okay, hmm. Second chance. En diezelfde ziel kan nu wel naar ons komen en neerdalen in dit lichaampje. Um, en voilà, alles was gewoon terug oké okay voor mij. Echt een wonder. Oké, <laughs> denkt veel. Nee, ik ben eigenlijk niet aan het denken. Nee. Nee. Dat is ja. er wel zo uit. Je kunt dat goed uh, nadoen. Schappie, dat is eigenlijk de fout. Als er één ding is wat ik vaak tegen mensen wil zeggen, dan kijken die naar mij en zeggen, wat zit je aan Ik zo. Exact niks. Ik ja. <laughs> was echt helemaal niks aan het denken. Ik <laughs> dacht, we waren gewoon leeg. <laughs> maar het lijkt inderdaad alsof jij iets aan het denken waard. Nee, ik was... Um, ik was ja, nee, ik, ik heb dat verhaal uh, al het al een aantal keer gehoord. En ik denk... Um, ja... Dat is. Um... We moeten daar, zoals Charlotte zei, um, minder taboe van maken. En um, eigenlijk is dat iets heel banaal en iets heel alledaags. Waar dan vrouwen um, miskramen meemaken. En als ze er. Um... Vro vroegtijdig, hè? Dat bedoel ja, ja. jij, zo ja, in beginnen? Ja, ja, want dat ik... gebeurt dus echt keiveel. Ja, hm. wel. Um, ik denk dat er eerst en vooral veel schaamte rondhangt Dat is een woord dat jij gebruikt, voel je je dan schaamd? Um, Charlotte voelt dat inderdaad niet. Ik denk dat dat bij veel vrouwen misschien wel kan zijn. Omdat, uh, omdat je dan, weet ik veel, misschien de vrouw denkt van ik ben niet vrouw genoeg, of ik kan geen vrouw zijn, of ik heb geen potentie om, of ik kan het niet, ik ben degene die hier de, uh, het kind niet kan baren, of het is mijn fout, whatever. Uh, maar het is ook omdat er heel veel druk wordt gelegd op vrouwen, druk wordt gelegd op mensen in het algemeen. En laat ons daar gewoon alsjeblieft niet zoveel van maken. Dat is iets heel natuurlijk. Dat is echt kei natuurlijk En mm -hmm. ik denk, als mensen gewoon weten van... Hé, hey, dat is iets dat, dat gebeurt, hè. Dat is ook omdat ze, ja, in een zekere zin denk ik, daar zoveel van maken. Van, dit is een kind krijgen. En dat is nu wat er gaat gebeuren. En, en alles wat je ophemelt, de les is daar gewoon altijd van... Mm. Zo belangrijk is het niet, hè. Het is maar het leven, hè. Het leven is sterfte en uh, leven. En dat is juist ook een punt dat toont onze angst van de dood. En dood is juist eigenlijk een van de enigste zekerheden dat we als mens hebben. <laughs> en om terug de dood te kunnen aanvaarden, hoe dat, wat dat eigenlijk is, gewoon een transformatieproces. Alles is constant aan het sterven. Alles is constant dood aan het gaan. Weet je? En... Um, nadat we sterven, leven wij verder in een andere manier, in een andere vorm. En dat is ergens een filosofie die bepaalde mensen um, overnemen, maar ik denk dat daar een, een zekere waarheid in zit. Als je bijvoorbeeld kijkt naar uh, een kopje thee dat je drinkt, dat die thee die. Uh, verdampt, en die damp wordt uiteindelijk weer een wolk, en die wolk wordt weer regen, en die regen komt weer in een plas water, of in een meer, en dat meer wordt terug water, en dat water wordt terug een kopje thee, en dat is gewoon de cyclus van het leven. En dat is exact wat dat... Allee, dat is mijn standpunt natuurlijk, en die iedereen denkt zo, en iedereen hoeft zo te denken. Het uh, is een manier om het leven te kijken, maar ik denk dat dat wel een manier is die kan helpen om minder druk te leggen op mm. sterfte, dood, en dus sterfte... Van het kind. Um, en dat dat gewoon deel is van het leven, mannen, kom aan. Maar zelfs binnen dat denkkader zeg je wel dat dat de grootste test was van hun relatie. Mm -hmm. He, want de, de andere kant is dan, ik ken weinig mensen die meer met die levensfilosofie bezig zijn. Mm. En ook voor jullie was het een gigantische test. Dus stel je dan voor voor de mensen die dat, dat die ja, een heel ander. He, dus hoe dan ook, blijft dat een heel, een ja. heel zwaar punt. Tuurlijk. Ja, want je, je kunt al die inzichten hebben waar dat wij dan inderdaad heel gefocust op zijn, mee bezig zijn in ons leven, maar wij blijven mensen. Mm -hmm. En wij blijven onze emoties ervaren en de, wij, wij gaan daar gewoon heel bewust mee om. Zo bewust als dat we kunnen. Um, maar we blijven een mens die dat hier moet ervaren. Ik geloof daar ook in dat ik dat moest ervaren. Dat dat allemaal zijn reden heeft. Dat zou ik echt allemaal kunnen accepteren nu. Ik weet niet of dat ik dat zou kunnen accepteren, moest ik niet terug zwanger zijn. Hmm. No idea. Ik, zou nie, ik weet niet hoe dat ik daar was doorgegaan dan. Geen idee. Dat is natuurlijk ook het probleem met dat soort dingen. Je maakt daar mee voor de eerste keer. Hmm. Hmm. Je zit daar alleen in. Dan nog je partner, maar eigenlijk fundamenteel alleen, denk ik. Dat is heel moeilijk om daarover te praten. Ook vaak, zo'n dingen zijn zo persoonlijk... Dat zelfs iemand die iets gelijkaardigs heeft meegemaakt, zelfs daar is het dan weer iets anders. Want de partner was anders, of de omstandigheden waren anders, of de levensfase was anders. Yeah. Dat het ook heel moeilijk is om daar een, een soort van lijnen te trekken. Het is niet omdat je hetzelfde hebt meegemaakt, medes. Dat ook dezelfde impact heeft op u. En dat, is, mm. dat maakt het natuurlijk ook moeilijk om daar, ja, mm -hmm. naar dat op een bepaald moment dat jij zei. Ik heb geen behoefte om meer te rouwen of te praten. Ik heb gewoon, er moet iets op mijn website komen. Kun je mij helpen? Ja. Ik vond dat eigenlijk ook heel mooi. Zo van, <laughs> ja, je bent er op de manier dat je er voor iemand kunt zijn. Hmm. Maar het is ook maar dan natuurlijk. En dat is dus ook het stukje van ja, ik, ik wil wel meer geven en doen, maar ja, je kunt dat niet. Hè? Dat is, als je mm -hmm. naar de televisie kijkt, een atleet en je wilt die energie geven, dat hij toch maar wint. Maar zo werkt, zo werkt dat niet, hè. Nee, nee. Allee, het zijn, maar ah. het zijn dan vaak wat je aanhaalt de schappen is, want het zijn in zo'n alleen In het algemeen denk ik mensen die het moeilijk hebben. Wat er echt helpt, is dat er gewoon wat praktische dingen dat je dat van je lijstje kunt schrappen, zodat je ruimte hebt, zodat alles wel blijft draaien, zodat je je job kunt blijven doen, zodat, zodat je een afwas gedaan wordt, Allee, alle, alle praktische dingen van het leven, zodat je wat ruimte hebt om te verwerken. Gelijk wat er in je leven gaande is. Als je moet verwerken, helpt dat keihard. En is dat echt slim om je vrienden daarvoor in te schakelen. En dat lijkt zo van: allee, dat kan ik toch allemaal zelf, want dat is wat ik doe. Maar als je op zo'n moment de vrienden hebt die dat praktische even overnemen, hè, dat is heaven. Want dat verwerken, dat moet je toch zelf. En uiteindelijk, als het dan echt niet lukt, dan gaat het naar een psycholoog of whatever om je professioneel te laten ondersteunen. Alleen een goede babbel met iemand kan helpen, hè, pas op. Maar dat praktische moet je toch ook niet onderschatten. En dat is zo easy voor vrienden om dat even over te nemen. Dat is daar zo mooi aan. Voor iemand een afwas gaan doen, no biggie. Hè. En je helpt iemand daar waarschijnlijk dan keihard mee. Dus, terug zwanger. De Petra ja. en Meter. Ook <laughs> nog even, dat is geen koppel, hè? Dat was nee, nog... nee, nee, nee. Was die, nog nee dat was heel even aan het denken. Nee, nee, dat is maar... absoluut geen koppel. Nee. Oké. Okay. Dus de Petra en Meter zijn gekozen. <laughs> mm -hmm. Ja. Um, zijn jullie al überhaupt met namen bezig? Ja. 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 Zeker wel. We hebben... Het zal We... geen normale naam worden, dat kan ik nu al <laughs> zeggen. Daniel... En zo ook wel passend in Spanje. Passend in Spanje ook, toch? Luna? Ja. We zouden op alles nee zeggen nu. Tina? Ja, we toch, Hoe weten het toch. Tina! Als je dat je kind wilt meegeven. Wat is dat? Wat kost die condoom? Oh nee. Nee? Nooit. Dat is echt een liedje. Nooit gehoord. Jawel, dat is een Duits liedje. En elke persoon die ik ken dat Tina heet, heeft daar echt een trauma van. Oké. Okay. Of niet elke persoon, maar die ik ken. Ja. Hoeveel tieners ken jij? Twee. Zeker een stuk of vijf. Maar allemaal Duitsers. E? Amai. Nee, dat zijn geen Duitsers. Nee, nee. effectief voor David. Mm. Die, zijn, die zijn vriendin. En ik zei het dan van... Ja, ja, zei... Die komt daar zot van. Die wil dat niet meer waar. <laughs> 100, nee, nee. 100 euro als het een jongen is en als je die Ezekiel noemt. Ezekiel, <laughs> dat nee. Is dat, prachtige nee. Naam. dat is een heel zalige naam. Maar dat houdt dat... die toch gewoon voor uw zoon later? Ja, dat is plan B. <laughs> ja, zeker. Uh, ja. We hebben nu... Allee, voor jongen zijn we eigenlijk al... Ja, dat is dat duidelijk. Zijn we zeker. Dat is dat heel is duidelijk. duidelijk. Michael junior. Toema. Nee. Uh... Mickey le deuxième. Mickey le deuxième. Uh, Miguel. Als, als, uh, ah, Miguel. Meisje... Miguel, Miguel. Als meisje... In het Spaans. Miguel. Als meisje hebben meisje we opties. Er... En zijn we nog niet zeker of het een van die opties zal worden. Nee. Daar zijn precies zo nog wat, daar zijn nog wat groeimogelijkheden in, vind ik. Dat is waar. Guadal ja. Guadalupe. Maar ja, als ik een Spaanse vriendin had, ik zou die echt die kleine, als een meisje Guadalupe noemen. Een Mooie naam. Ja, dat is echt mooi. Ja. Er zou wel iets tot ons komen. Misschien dat we wel in Spanje gewoon keert geïnspireerd worden, hè? We zijn eigenlijk wel open tot suggesties. Noem die de de Kobe. Oh. Kobe is een heel mooi naam. Kobe. Of Jacob, maar dat is wel wat bijbels. Het is maar voor Kobe een meisje is... dat we nog geen naam hebben. Ja. ja. Mm. Allee, we hebben namen, maar we weten gewoon nog niet of dat het dan gaat worden. Ja. Eva. Nee. <laughs> Sanne. Nee. Amelie. Nee. Nee, we willen echt iets Spaans. Het is echt wel iets. Uh... Okay. Iets dat in Spanje uitgesproken kan worden, want als ik daar kom, die kunnen niet Charlotte zeggen. Ze mm. zeggen Carlota. <laughs> Rosanna. Nee. Nee je gaat er veel kunnen zeggen. Ja, we kunnen nog een hele telefoonboek afgaan, man. Gabriella? Het is zo'n neeknik. Nee, oké, oké. Shut up. Geef het gewoon op. Oké. Dus, oké. Spannend. Ja, en dus magisch, want wij doen dan af en toe zo'n klein ritueeltje samen om die ziel te verwelkomen. we nemen onze tijd om dat zo ja op energetisch niveau ook ja bijvoorbeeld ja um, wat is dat zo'n ritme? ja dus mm. um, binnen hey, we hebben nu al eentje um, binnen een aantal dagen gaat daar iets aan gekoppeld worden dus op dit moment wat we bijvoorbeeld doen dat komt uit een um, ik een documentaire dat ik ooit eens had gezien waarbij dat ze in een Afrikaanse stam um, wanneer, het kindje, wanneer ze weten dat het kindje in de buik is wordt er een een zaadje geplant een boom geplant en elke uh, dag zingt die moeder, totdat het kind gebaard wordt of eruit komt, uh, een liedje. Uh, een soort van uh, mantra of whatever. En elke keer als het kind dan door een uh, test gaat of een challenge gaat, dan kan dat kind de, uh, dat lied ook effectief... Hè, dat wordt dan gezongen tijdens als, als dat klein is en... Uh, dan, dan is dat zo zijn veiligheid. En dan is dat ook iets dat hem kan gidsen door uh, challenging times of, of belangrijke beslissingen. Wacht, en dat zaadje wordt een boom. Dat is. wordt een boom, hè? dus mm -hmm. een plant. Ja. Ja. Um, en dat wordt dan effectief een boom. En dan is het ook de boom waar hij naar kan toegaan, als een soort van veiligheid, als een soort van anker. Anker, inderdaad. En dat is zo mooi. Ja. Maar ja, ja, dat is super symbolisch. En dus we hebben al een liedje gekozen. En de dus blom... dat is een liedje wat je niet zelf maakt? Dat is een... nee. nee, dat is echt ook zo'n gekomen. Tina, wie veel kosten die condoom? <laughs> <laughs> maar, oh, Zalig, zo, Zal dat is echt. Ik... Nee, we hadden een meditatie gedaan samen. en We hadden ingetuned met het kind. En wij kwamen daaruit. En Michaal kwam dus met, met een bepaald lied, de mantra. Mm. Waar we de betekenis niet van buiten wisten. Maar ik zei direct: um, het kind komt voor de eerste keer naar hier, naar de aarde. En is wel op andere plaatsen geweest. Aarde-like planeten, waar mensen, of ja, de, de beings daar, veel dichter tegen de natuur leven en veel meer intertwined zijn met de natuur. Dus de maatschappij is in de natuur, dat is allemaal gekoppeld. Um, en dat kind komt naar hier voor de eerste keer, komt ons uitleggen hoe dat we het beter kunnen doen hier op aarde. En, uh, en komt hier dan nog wel een paar keer reïncarneren. Dat was de info dat ik gedownload had. Maar eerst voordat ik dat zei, had Michael ineens gewoon een mantra doorgekregen. Mm -hmm. We hebben de betekenis opgezocht. Ja, Misschien moeten we het gewoon eens zingen. Oké. Okay. Wacht, ja? ik ga het een beetje na achter doen. Hé. Hey, hey, ja. Sorry, sorry. sorry. <laughs> Hou dat, nee, dat wel dichter. Wil jij meezingen? Nee, hou dat wel dichter. Maar ja, ik kan niet zo mooi zingen als Michaël. Maar zeg, tuurlijk wel. <laughs> Oké, okay. we gaan. Hei yama yeah, yo, wana hei hei yo. Hei yama yeah, yo, wana hei hei yo. Hei yama yeah, yo, wana hei hei yo. Hey yama yo, wana he neyo. Wahi, ya, my yo, wanna hear <laughs> me yo? Wahy, hey, 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 ho, Wahi, hey. Voilà. Dat is het uh, liedje. Dat is um, van de. Dat um, uh, is van een bepaalde stam. Um, ben even vergeten van wie. Zuid-Amerika. Het is niet een Navajo, maar anyways. Het betekent gratitude for existing here and now. Gratitude for every moment. I am born. I grow up, I teach and I return to earth to be born. En we vonden, vonden dat allereerst, ik denk, mantras zoals deze zijn eerder gevoels gebaseerd, waarbij je voelt van, oh daar zit iets moois in. En zeker als je dat, dat lied opzoekt um, door Kurawaka, is dat, um, daar zit een bepaalde... Energie achter is het een bepaald gevoel van wow, presence. En dat alleen al was al heel belangrijk, uh, maar daarnaast de, de, het symbolische van de vertaling, de woorden die erachter zitten van dankbaarheid voor het leven, dankbaarheid voor hier te zijn, hier en nu. Um, ik groei op, ik word, gebo ik word geboren, ik groei, ik groei op en ik teach. Dat is ook eh, in een zekere zin wat je meegeeft aan een kind van: kijk, je zit hier om. Om jezelf te zijn, maar ook om daarmee anderen te helpen en anderen te dienen en terug te geven. Um, en ik denk, als je dat kunt meegeven van het begin van een kind, die veiligheid, die geborgenheid, dan kan het kind zich volledig ontplooien tot wie dat het, um, hoort te zijn hier op aarde. En tot het, dan kan hij dat ook met vol vertrouwen doen en kiezen en... En denk dat dat heel belangrijk is. Gewoon de basis, de veiligheid voor het kind om zichzelf te kunnen zijn. Maar dat impliceert wel Oeps. dat jullie een duidelijk idee hebben van het kind, wie dat die is, kan worden, zou kunnen worden, wat potentieel is. Dat zijn wel ideeën die je hebt. Nee, bepaald. nee ik heb nee. niet echt een idee over wat dat die kan worden. Maar nee. ah, ik dacht, als je dat zo zei, dan moest ik daaraan denken. Nee, dat gaat eerder over waarden en normen of zo. Dat dan gaat erover. Over dat, dat, dat dat kind zich um, vrij veilig. en veilig tegelijk veilig en vrij, voelt. Ja. Um, bij jullie of in de wereld. In de wereld. Eerst bij jullie dan in de wereld. Eerst, juli, in de wereld. Ja. Ja. Eerst zijn wij de wereld en daarna wordt die groter en groter en groter. Veilig en vrij genoeg voelt om. Um, de wereld wordt kleiner. De wereld wordt <laughs> dat kleiner. Dat is ook zo. Het kind wordt groter. Veilig en vrij voelt. Om zichzelf te ontplooien tot wie dat die persoon hier Hoor te zijn, ja. hoort te zijn, hier wilt worden, waarom ja. dat die ziel naar hier komt, dat heeft een reden. En wij staan eigenlijk gewoon aan de zijlijn te cheeren. Mm -hmm. yep. You go girl, you go, you go boy. boy. Mm -hmm. We zijn er altijd voor u en je gaat dat hier goed doen, en wij geloven in u en met ups en ja. downs zullen wij er altijd zijn. Ja, zo echt de, de levende guides, de levende gidsen. Ja, mm -hmm. ja, dat is denk ik ook het enige wat je als ouder kunt zijn, is een facilitator om, om die eigenheid naar buiten te brengen zonder te forceren wat dat uw point of view is. En dat gaat, mm -hmm. hey, dat is een dat filosofie. De uitdaging, dat is de uitdaging natuurlijk, <laughs> hè? want allee, ik ben natuurlijk nog geen vader, dus ik kan dat natuurlijk niet zeggen. Ik zal het u dus zeggen wanneer we um, tien jaar verder zijn, of dat het gegaan is. Maar um, ja, dat is in elk geval de intentie dat we erin zetten. Van kijk, we zijn hier om u te laten ontplooien tot wie dat je wilt, kiest, hoort te zijn. En um, we zullen er alles aan doen om, om dat u te bieden in de mate van het mogelijke. Mm -hmm. Ik heb heel hard het gevoel eigenlijk, nu dat wij dat uitspreken, dat mijn ouders dat enorm hard. Um... Ook hadden als standpunt. Mm -hmm. Idem. Mijn ouders ook. Ja. Dus dan zit dat goed, hè? Ja. <laughs> daar is die kikker weer. Ik had weer een kikkertje. Ja. Mm -hmm. right up. Jullie, jullie gaan dat gewoon goed doen, hè? Oh, dank dank you. je wel, dat is lief. Daar ben ik van overtuigd. Ja, we voelen ons daar ook wel echt klaar voor. Zo, hè? Zeker. Ja, misschien dat we daar een heel andere visie in hebben dan anderen, hè. dat weten we niet. Maar ik denk dat je ook als ouder de vrijheid hebt om het te doen op je eigen manier. En dan anderen daarin te respecteren hoe dat zij het doen. En... Ik kijk al uit naar playdates met een paar vriendinnen die ook zwanger zijn. Wat zijn playdates? Ja, dat playdate. Geen idee. Dat is dus, je komt play, samen, play dates. de vaders drinken samen een pint. Jongens. de moeders, Wacht, de dat is, samen. Op, ik... Engels, dat is niet gelijk Playdoy, PlayDate, dat is echt play Dat is een speeldate. Ja, het komt erop neer dat je allemaal dus samen. een orgie met zwangere vrouwen. Dat is echt heel weird. Dat klinkt oh, nice. my een god. Een PlayDate, ja toch? Guys. <laughs> ja, ja. <think nice>. Zo <laughs> nee. kun je het ook bekijken. Dat is gewoon omdat je Playboy hebt. Huh. Daarom maken jullie die verbinding. Nee. Ik maakte die niet verbinding. Ja, okay. ik maakte die ook niet. Ik, ik zag hem, Kom, hem kijken. <laughs> ik, ik zag hem kijken. Ik dacht, dat is toch duidelijk wat hij aan denkt? Een playdate is. Jij hebt kindjes, wij hebben kindjes, wij komen samen zodat die kindjes samen kunnen spelen en zodat wij samen kunnen hangen. Ah, ik dacht tijdens de zwangerschap. Je bedoelt mm. postzwangerschap. Ja, nu dat ik eraan denk, wij zijn eigenlijk ook al aan het samenkomen tijdens onze zwangerschap. Dus voor en na. Maar het woord playdate gaat er wel over dat u. Kinderen kunnen samenspelen. Kunt jij nog seks hebben als je zwanger bent? Ja. <laughs> ja, ik wel. <laughs> <laughs> ja, je kunt dat, maar er zijn. Oké, okay, ik wil daar wel open over zijn, dat is misschien ook wel gewoon. Hoe om die taboe te doorbreken. Er zijn gewoon fases, maar ik kan nog maar van, van een, een klein stukje van de zwangerschap spreken. Het is het nu week 11. Hè? Ja. 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 Um, ik denk dus puur dat dat met hormonen te maken heeft. Op een bepaald moment heb je echt gewoon geen nood aan seks. En dat was voor mij heel raar om te ervaren, want zowel Michaal als ik hebben een hoog libido, denk ik. Jullie? <laughs> en ja, ineens, dat was gewoon weg. En dat was, dat was ook niet. Ja, bij u. Ja, ja, ja bij mij. Niet bij Michaël. Maar dat was, dat was heel raar, want ik voelde me eigenlijk dan even zo niet mezelf. En ik, ik voelde me ook zo van: alleen zeg. Waarom gebeurt hier beneden niks? Er komt ja. geen, uh, geen vonkeltje, geen... Allee. Maar dat, ik had er ook echt geen nood aan. En mijn geur was dan ook heel hard naar boven gegaan. En ja, Michael heeft een baard en een snor. En ja, hey, dat eten komt daar wel eens langs. En dus als ik die kuste, ik rook ook heel de tijd dat eten. En oh, ik was... Ik, ja, ik moest ik, ik gewoon echt alleen zijn... Maar ik vond dat wel erg, want allee, ik hou keihard veel van Michaël. Dus dat was een rare fase, maar we zijn daar nu al door. Hè? Ja, had elf weken? <laughs> <laughs> um, ik het. het andere okay, is, ja, best nee, best helemaal best. in het begin hadden, was dat juist weer, was dat wel keihard. Dus. Uh, Die stank. Nee, 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 dat we wel veel. Allee. <laughs> zeg. Oh, man. Nee, nee, maar het is wel echt zo geraakt ineens. Kijk uh, Bij mij, mijn geur is altijd... Wat heb je nu? Je het over je eigen lichaamsgeur. Mijn reukzin. Nee, mijn, mijn reukzin. reukzin mijn... Geur. <laughs> mm -hmm. <laughs> mijn reukzin ging dus ineens, ja, wow, alleen dat ging echt maal duizend. Um, en vroeger kan ik niet zo goed ruiken <laughs> dat is zo mijn sens dat niet zo goed werkt. Ja, echt waar. Ruiken heb ik nooit goed gekund. Ik meen dat echt. Als iemand ja, ooit echt... een scheetje liet vroeger, dan was ik echt de laatste dat daar ook. <laughs> en dan zeiden ze allemaal... Eh? <laughs> dat is een gave wel, eigenlijk. Ja. Misschien had ik dat moeten zeggen als talent in het begin sinds ineens ruikt het dan alles en dat is echt gewoon walgelijk. Want je trekt de vriege open, de, al die geuren komen, je, mm. je, je wordt daar instant misselijk van, je doet de vuilbak open om iets daarin te doen, oh, je begint al te draaien. Van, allee, je wordt daar allemaal misselijk van en je wilt dan ook niet eten, want dat ruikt ook allemaal zo intens. En ja, dan Michaels zijn Baard ook, ja, dat was daar ook bij. Of ook als mensen met je praten, of mensen komen met een parfum binnen voor een one-on-one. -on -one. Echt jong, ik moest. Een raam openzetten gewoon. Hmm. Allee, dus dat was er wel. Um, maar ik denk wel, ik weet ook van een paar vriendinnen, als je al wat langer zwanger bent, ja, dan zijn er gewoon sommige standjes dat je niet meer kunt doen. Hè? Omdat dat wat moeilijker wordt. Ja. De helikopter en zo gaat het allemaal naar meer hè? <laughs> De helikopter? <laughs> ja. Ja, helikopter is de top, kan zitten? Ken je een helikopter niet? Ik, ik heb een visualisatie, maar ik durf die niet uitspreken. Ik zat wel opzoeken. Zoek het op. Ik ga niet on the is... naar gokken. Yeah. Wat helikopter is. Um, ja. Maar ik denk wel, ja, als een koppel: you find a way in. A... Zister. <laughs> nee, maar is, dus je zit nu in de fase dat je geen goesting hebt in seks. Jawel, dat is door. Ah, dus, okay. Dat is weer voorbij nu. is mijn ups en downs. Ja, en nu lekker. is dat terug helemaal normaal geworden. En je ge, ge, ge ruikt weer niks. Jawel, ik, ruik, ik blijf wel alles ruiken. Mm. Um, maar Michael doet zo wat eucalyptus in zijn baard. Mm -hmm. Dat helpt wel. <laughs> 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 dus zo essentiële olie, eucalyptus. En nu kan ik dat allemaal terug aan. Mm. <lacht> <lacht> maar ja, ik werd misselijk als ik hem kuste. Dat is niet fijn, hè? Allee. <laughs> nee. voor hem ook niet, hè? Allee. Maar ja, nu is dat weer door. Die... En dat is wel een belangrijke, denk ik. Hè? Dat is waarbij dat ik dan even heb gedacht van... jong. Ik, het is al even geleden dat we hebben gekust en ik probeer dat dan. En waarbij je dat eerst niet hebt uitgesproken. Maar ja, ik vond dat kei-awkward. Nee, te maar schat. ik was hier heel blij dat je dat uitsprak. En dat was, dat was op ja, dat dan moment... Kun, dan kun je daar ook iets dan mee. Dan je daar ja. iets mee. dan denk ik van... Ay, fuck. Dan kun je naar oplossingen beginnen zoeken, niet de oorzaak. Zo, wat is de oorzaak? Wat is de oorzaak? En dan is dat uitgesproken. Kun je ah, dit zou ik kunnen of dat? Ah, ja, kan mijn baardes wassen? Nee. En, ik kan en, doen. Dat, knippen. Is, dat is een belangrijke, waarbij <laughs> dat je als koppel echt gewoon dingen uitspreekt. Want um, hmm. nee, de, 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 daar hebben we zeker nog heel veel werk in. Ik denk, hey, elke persoon. Um, maar gewoon eerlijk op tafel smijten wat er gaande is, dan kunnen daar echt wel iets mee. En vaak hebben mensen... Angst om, om iets te zeggen tegen hun partner: van Dit is waar ik mee zit. Mm. Maar als je het dan ook uitspreekt, dan is het eigenlijk minder erg dan dat je het in je kop hebt gemaakt. Ja. Denk ik echt wel. En dat, dat, dat wilde ik gewoon even zeggen, want dat is wel belangrijk voor mensen. Ik, ik denk wel zo'n uh, relatief goede regel. Is. Eens dat je het voor jezelf voelt of kunt definiëren, blijf dicht daarbij helemaal tegen de ander. Zolang je zelf niet weet wat er aan de hand is, mm. veel, ga, dan hoef je dat respect ja, ja, niet te gaan. Want... Ja. ja je kunt zelfs niet uitleggen waar het om gaat, ja. maar eens dat je zo denkt van ik denk dat dit het is, zeg dat dan, want dan zit hier er zo veel. Ja. Mm. Oké, okay, ja. maar kijk, ik heb een tijdje in die fase gezeten dat ik dacht, what the hell is wrong? Ja. Waarom voel ik ineens niks en waarom wil ik het je niet kussen? Dat is keihard. Hm. Dat is de vader van mijn kind. Wat is er mis met mij? Huh? En ik snapte er niks van en pas na een tijdje had ik het door, maar dat is omdat ik dat allemaal ruik en ik word daar gewoon misselijk van en dat was zo mm -hmm. en was hij klikker mm. dan hebben we erover gepraat denk ik mm -hmm. ja maar dat is en ja we zijn ook wel we zijn ook wel heel erg bezig met uh, secret seks mm -hmm. um, op een heel mooie manier ja want exploreren in elk geval hè hoe dat je ja. um, want je komt ik denk dat dat, dat, dat ook wel een heel erg taboe is en iets waar dat Mensen als ze seks hebben, um, dat, allee, wij houden van de goede harde. Seks? gaat alleen. Ja, ja, ook okay. seks. Zeg, maar, wacht, maar, zeg, maar. We zijn dat hier... hier vandaag geen camera op staat, oh. want jullie... De zijn wel, zijn wel ja, heel maar goed. Maar aan, laten laat ons er hierover spreken. Dat is toch geen taboe? Wat is dat nu? Ik denk dat dat heel belangrijk is, dat we dat okay, okay, juist okay. op tafel kunnen smijten. Maar ik weet gewoon niet waar dat je naartoe gaat in je verhaal. Ja, ah, wel. Ah, allee, daar begint hem wacht. al mee. Dus, ik denk dat <laughs> heel veel mensen gewoon zo... De pleasure, en wat ik daarmee bedoel, dat hoeft niet per se die harde seks te zijn. Dat is gewoon de pleasure van een zin... Tot het orgasme en klaar. Ja, en dat zou tot een culminatie werken. Maar, um, en dat is, dat, is heel, dat is eigenlijk vrij nieuw voor ons. En het kan zijn dat andere mensen daar verder in staan. Maar gewoon om zo de tijd te nemen, zachtjes. En echt gewoon elkaar lief hebben. En echt vanuit liefde. En niet dat daar geen liefde bij zat bij de seks. Integendeel. Maar um, dat is heel anders. Dat is ook mij. Zo ademhalingsoefeningen en, en effectief zo ja, neerzitten in gekruiste uh, positie, in elkaar zo kijken, misschien uh, elkaars handen vastpakken en, en uh, tegen elkaars handen duwen. En zo echt zo bepaalde oefeningen die je doet om elkaar op een heel ander niveau ja, te ervaren. Die, die intimiteit. Die intimiteit, ja. Exact. ja. Maar blijkbaar kunnen vrouwen ook klaarkomen, wist ja, Charlotte heeft daar geen probleem mee. De dingen, ik was daar met Benny, Benny begonnen over te praten, die is blijkbaar een boek aan het lezen, The Multi-Orgasm Man, en dat gaat zo over het stukje, die oosterse ideeën rond de seksualiteit, waar dat je zo'n twist hebben wij en kijk gewoon naar al onze porno. Zo het enige mm -hmm. wat telt is zo de, het orgasme van de man, en dat is het dan. Maar zo, blijkbaar, hij was aan, hij was aan het vertellen, je kunt het, het orgasme loskoppelen van het ejaculeren. Mm. En dus een man kan blijkbaar meerdere orgasmes hebben voordat hij effectief klaarkomt. En dat is, daar ging die een boek over en hij zei, uh, best interessant. Okay, ja, dat is dus, heel uh, interessant. Want het, ik zei zo van, kijk, als man, dat is mijn mening, als je zit klaargekomen, is dat echt zo... Oh, ja, ja, die ontlading. Moet ik nu nog beffen? Dat is zo... Oh, <laughs> Dus, dus je probeert dat wel ja, uit te stellen. Want dat is gewoon niet, ik vind dat gewoon geen fijn gevoel. Dat is zo'n gevoel waar je over meestert. Ja. Dus alles wat daarvoor is, is heel aangenaam. Dus als je daar je tijd in kunt nemen, is... Dat is, dat is, ik vind dat super. Ja, ja. Maar alles daarna voelt echt zoals oh zo weet je. Mm, een opdracht maar dat ja. is hormonaal ook. Hè? dat is net die hormonen die ja, die vrouw ervaart nog. als ze mm. een baby heeft en die verliest en allee, dat is juist dat is niet hetzelfde maar dat is hetzelfde concept waarbij ja wij... dat is gewoon iets waar je je, niet tegen, je kunt je daar niet tegen Ik verzetten krijg. dat is gewoon je mm. lichaam dat de wet dicteert en niet je ja. brein of zo ja. maar ja. dat is nu het mooie aan dus die tantra oefeningen allee, op tantra gebaseerde oefeningen die dat wij doen mag tantra heeft dat, want ik ken alleen het seksuologische, in de seksuologische in de context binnen seks. Ja, zou ik zou denken dat het boek dan dat Benjamin aan het lezen maar, is, dat het daar ook mee te maken heeft. Maar, denk ja, Tantra is niet enkel seks, by the way. Tantra nee, is een energetische ja. vorm en is ook allee, yoga. en mm -hmm. Dat gaat veel verder dan het seksuele. Heeft ja. Ja. het woord tantrum daarmee te maken? Dat is een goede vraag. Dus, dat, weet oh ja, okay. dat weet ik ook niet. Maar dat is waar jullie, wat je net zegt, die sacred sex en ja. tantra, dat zit dan allemaal in het verlengde van de filosofie je, waardoor je naar seks kijkt. Of naar ja, niet ja. seks, naar. Ja, 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 ja. Dat je dan meer op het. Ja, en bijvoorbeeld. Ja, dat je dus op, op heel veel verschillende manieren connectie legt tussen de twee lichamen en de twee zielen. En uh, hoe dat je ook je eigen lichaam exploreert en dat dan doorgeeft aan de ander. En... Mm dat dan een cyclus van energie is en dat gaat eigenlijk dan niet meer over het orgasme. Mm -hmm. en... Ja, niet meer primair, ja, niet meer ja, primair. Toch, ja, toch wel. Wacht even, wacht even, in maar in... wacht even, Charlotte. Het gaat wel. Uh, allez, hey. <laughs> nee, het nee, dit, maar dat komt daar voor. Het is thing. gewoon. Valla. Voilà. Yeah. Dat is, is een unification. Part of the game. Dat kan, dat kan gebeuren. En ge... maar het, ja, het is, een, dus... het is heel mooi. Het is een hele mooie vorm. het is. Het is uh... Als koppel, wou gewoon, dat, ja, ik kan dat eigenlijk bijna niet uitleggen. Dat is zo. Ja, ja. ja je, zei, je wordt echt één met twee. Dat is. Mm -hmm. Voila. Mm -hmm. Punt, ja. Mm -hmm. Ja. Ja, want zodra ik het koppel zei dat zijn of haar seks moet inplannen, dan weet je dat je niet uh, vrij, mm -hmm. vrijdagavond. Dan weet je oh, dat je niet... niet. Uh, ik denk wel... I don't know. Ik denk wel, allee, als dat voor sommige mensen helpt... Ja, ja als last ja. resort, maar dat is nooit het optime. Nee, nee, dat is waar, dat is, waar, dat is niet het Ik weet dat niet, ik als u, wil als daar echt niet over oordelen, want... Ja, maar ik, ik bedoel ik dat mijn... niet oordeel, nee, dat is geen oordeel. Maar dat is geen oordeel, maar ik kan mij wel voorstellen als een relatietherapeut zegt, oké, okay, probeer het tenminste in te plannen, hmm. en, en ik bedoel niet in te plannen, ja. uh, af, afrijden, en dat is, nee, een moment van el voor elkaar. Ja, dat, als dat de vangrail is, oké, okay, super, begin dan daar. Yeah. Maar sorry, als je mij nu vraagt wat je ooit in je relatie een periode hebt, gegeven dat je de keuze hebt waarin je dat moet inplannen, ja, dan hoop ik toch dat iemand tegen mij zegt, wacht eens, de, de, yeah, de yeah, dingen yeah. zijn yeah. toch naar beneden aan het glijden, toch niet naar boven? <laughs> Slechte woord, maar <laughs> <laughs> het gaat bergaf, niet bergop. Allee, zo, yeah, zoiets. Yeah. Zonder, nee, tuurlijk is dat geen waardeoordeel aan mensen die dat... De realiteit is de realiteit en dat is multifactor, dat is niet één ding, maar... idealiter is dat toch? Ja. Ja, yeah, ja, yeah, allee... Ja. Maar ik begrijp wel dat ik daar niet... Ja, nee, nee dat dat niet... Wie weet werkt dat gewoon voor mensen, wil ik maar zeggen. En wij hebben dat ook nog niet meegemaakt. Um... Maar het is hier koeken vandaag. Oh, vandaag is het druk. Veel sirenes. Ja, ja. ja wij zijn gewoon momenteel keivrij. Hè? Allee, ja. wij hebben... Maar, maar we, we kiezen er ook voor om ja. heel vrij te zijn. Dat is een belangrijke. Wacht. En dat is een dat wij gaan blijven kiezen. Iets waar ik heel even wil bij stilstaan, eens mm. dat je vader wordt... Je kunt heel je leven gewoon de beste dead jokes uithalen. <laughs> dat zijn zo van die echt extreem flauwe mopjes. Oké. Okay. Um, Voorbeeldje. Oké. Okay. Wat heeft drie letters? Uh, wacht, ik moet erover nadenken. Die is nog niet klaar om papa te horen. Ja. Dus wel... Wat heeft... Ja, maar het is omdat ik, het... ik probeer het uit het Engels te vertalen. Dat... Ah, nee, ja, en ja. dat is altijd tricky. <laughs> ja, ja, ja. Maar het is zoiets als... Um, wat heeft drie letters en waarom zes? Wat heeft drie letters en waarom zes? Ja, seks dan? Allee. <laughs> Want S-E-X en seks is zes. Dus. Ik ging zeggen E, maar dat heeft maar twee letters, maar die zijn wel met zes. Oké, okay, dit is de dead joke. Luister heel, neem het heel letterlijk. Wat heeft drie letters en waarom zes? Ja, zes dan, of... 5. Nee, wat? Nee. W-A-T, drie letters. Wat? Waarom zes? Dus de dead joke is gewoon wat hebt uh... drie letters, waarom zes? Uh... Ik weet niet of dat Michaël ooit zo'n moppe gaat maken. Is echt... Er is een hele <laughs> subreddit, dead jokes, waar dat dus die vol staat met oh, wow. soms echt heel goede grapjes. my En ik kijk daar nu al naar uit om constant van die grapjes uit te halen met, met mijn kleine. <laughs> <laughs> Zot. Four boy. Ja. Anyway, jullie <laughs> gingen iets anders zeggen. Is dat that... Echt? Ja, ik heb je even onderbroken. Want ik zei, ah, dat van die deadjokes, wil ik even zeggen. Ja, en dat was nu niet bepaald een meerwaarde, ik. <laughs> nee, <dat> was <laughs> Ik heb geen idee wat we gingen zeggen. Echt niet. <laughs> nee. nee niet. La, la, la. Dat we vrij zijn. Vrij. Ja. Ah ja, en jij zei dat dat een keuze is. Dat is, een dat keuze. is echt een superbeuze. de keuze die wij ja. gemaakt hebben in onze levensstijl. Wij zijn vrij in ons huis. Wij... Wij leven daar, wij werken daar, we zijn vrij van een plaats ook. Wij... Maar bedoelt je met keuze dat dat iets is waar je ooit op een moment bewust van hebt gezegd, dit is de richting die we uitgaan? Ja. Yes. ja. ja. Je kunt kiezen om vrij te zijn, je kunt kiezen om slachtoffer te zijn, ondanks het feit dat je denkt dat je alles wat er rond je gebeurt, dat dat precies allee, uh, niet hoort te zijn of zo. Alles is een keuze. Alles is een keuze in het leven. En um, daarom ook de mensen die nu um, het, het minder goed hebben, wel besef: dat is van voorbijgaande aard. En op dit moment kun je je leven rustig aan anders beginnen kiezen, stap per stap. En als je niet, als ergens zijt waar je het niet graag hebt, stop dan met de complainen, met de zagen en doe er iets aan. Um, en ik denk. Dat is waarom dat we nu zijn waar dat we zijn. Um, waar dat ook hey, onze, um, onze levensstijl uh, door sommige mensen dan ineens um, wordt gezegd van... Ah, en en, en op, met een soort van weerstand wordt um, uh, omarmd. Of uh, weerstand wordt uh, ontmoet. Of hoe zegt je dat ook? Uh, wel, ja omdat, omdat ze waarschijnlijk zelf op dat moment niet per se oké okay zijn. Um, als, als dat is wat dat je wilt, ga er dan voor, doe dat dan zelf. En um, ja, dat is, dat is eigenlijk het enige wat ik wil zeggen. Is dat, je kiest ervoor om vrij te zijn. Ja. Je kiest ervoor om niet vrij te zijn. En je kiest ervoor om niet vrij te zijn. Ja, ja, ook een heel, heel goede. Ja, mm -hmm. dat vond ik. Ja. Dat vond ik heel goed van kopen ook, om dat aan te vullen. Ja, ja, maar Zo van: je kiest ervoor om vrij te zijn, uw uitleg. En, dan, en je kiest er ook voor om niet vrij te zijn. Exact. Ja, exact er, is zo, er zijn een aantal. Er, er zijn twee vragen, maar dat tweede vergeet ik. Maar er zijn zo een aantal podcasts die ik dan heel intens volg. En eentje was: De dus Street, Streetman is een gast, echt een uh, gast waar ik heel erg naar luister. En die zegt zo van, ja, ik maak een podcast, 500.000 luisteraars per aflevering, dus ik heb een bepaalde mate van vrijheid, financieel, maar ook met wat ik maak, omdat mijn publiek zo groot is met adverteerders, mm. kan ik eigenlijk doen wat ik wil. En dat is mm. vrij nieuw, dat is van een professor op MIT, maar die gaat dus die richting uit. Een jonge gast, onze leeftijd. En um, die, die praat met Joe Rogan, en Joe Rogan zegt zo van... Die maakt het punt van, het gaat over fuck you money. Wat dat Lex zegt, dus eigenlijk zit ik nu op een fase waar ik eigenlijk doe wat ik wil, want ik ben onafhankelijk. En waarop Joe zo de vraag stelt van what's the point of fuck you money if you don't say fuck you? En dan gaat dat zo over mensen die eigenlijk de mogelijkheid hebben een bepaalde vrijheid in te nemen, te nemen, of een bepaalde maatschappelijke positie te claimen, of te zijn wie dat ze eigenlijk echt zijn, of te mm -hmm. manifesteren wie ze zijn, maar die dat bewust niet doen. En dat is zo'n vraag waar ik zoveel over nadenk van sinds dat ik een maand geleden dat heel bewust heb gehoord, zo van, ja, wie, als je, dus trek dat weg van het financiële, maar naar, als je de mogelijkheid hebt om iets of iemand te zijn, of te doen, of te betekenen, en je doet dat niet, ja, wat is dan, wat is dan het, wat doe je dan met die gift van die vrijheid? Die, die, het feit dat wij bijvoorbeeld hier zitten en een bepaalde vrijheid hebben, maar als je daar dan niks mee doet, of mogelijkheden hebt, mm -hmm. ja, wat dan is dat toch ook gewoon volledig verloren. En vandaar ook, dat is ook een keuze die je maakt om niet die vrijheid aan te grijpen, om iets te doen. En dat kan, je kunt dat op zoveel vlakken zien, en dat is wel iets waar ik zo veel over zit na te denken, van, wat is het potentieel dat je die niet durft tonen, of zo, omdat, ja, omdat je jezelf censureert, of beperkingen hebt, of zo, of zo denkt van, mm. wat gaat die daarvan denken, en wat gaat die zeggen, of zo. Mm -hmm. Maar dat je gewoon, ja, dat dat zonde is dat je zoveel ruimte gewoon laat weggaan. Want, want wat zou iemand kunnen zeggen? Wat zou ik kunnen zeggen? Wat zou ik kunnen vinden? Ja. Ik weet niet of dat aansluit bij wat je zei. Er zou gewoon veel over denken zo. Ja, nee, dat is. En ik denk dat ook een, langs een bepaald moment die keuze om vrij te zijn hoeft niet bepaald af te hangen van. of dat, dat je op het moment zij toegekomen om vrij te zijn. Want in dat voorbeeld dat je nu zegt, is bijvoorbeeld: fuck you money. Je hebt het geld om, om te doen wie dat je bent, uh, of om te zijn wie dat je bent en om te doen wat je wilt doen. Maar eerlijk gezegd, dat kun je op elk moment mm. doen. Je kunt hier en nu al vrij zijn. En het is als je die keuze maakt dat de vrijheid vanzelf komt. Want dan gaat het dat beginnen aantrekken omdat mm -hmm. je je radar daarop zet. Het is gelijk dat je een radio op een andere post zet. En je zet je gewoon op vrijheid. Mm -hmm. Abundance, ook een belangrijke. Mm -hmm. ja, ik heb je dat al vaak gezegd, hè? ik vind dat cool hoe dat jij dan, omdat ik u iets beter ken, hoe dat jij dat zo al jaren geleden zei: van dit is, dit is mijn pad en ik ga dat zo, zo en zo doen. Want ik denk dat ik toen zei: van waarom blijf je zelfs halftijds werken? Ga je daar gewoon voltijds zo En dat je dan zei: van ja, nee, ik blijf dat doen. en dan Kwam die sluiting en eigenlijk de, de, werd de keuze geforceerd. Allee, dat was ook al, ja, ja, een jaar University, later of zo. Ja, jawel, jawel, Ja, die keuze werd geforceerd. En dan heb je gezegd: Ja, ik ga dat doen. En dat is zelfs ook al een jaar geleden. Hè? Mm. Ja, ja. Dat en, en, snel, hè? Ja, en je ziet wel dat je in die zin. Dat is niet allemaal vanzelf gegaan en dat is niet met zijn ups en downs. Maar dat is wel een duidelijk traject. En, dat is wel, en ik vind ook zo dat idee cool van: als alles goed gaat, ga ik toch over vijf of tien of twintig jaar nog leven. Dus als ik dan mm. toch een idee heb van waar ik naartoe wil, ja, dan kan ik toch vandaag een keuze maken die een functie of die mm. dat ondersteunt. Mm. Of je maakt een keuze die dat niet ondersteunt. Maar allee, zo in het idee dat dat toch gaat gebeuren, kan ik toch maar beter proberen van, ja. van daar naartoe te leven, denk, ja, dus. denk ik dan. En als ja. de passie groot is, de passie voor het leven in het algemeen, maar ook gewoon mm. ja, op alle vlakken. Hè. Als je je passies hebt en als je goed weet waarvoor dat je leeft en waarvoor dat je hier bent, wat dat je hier komt doen. Ja, dan weet je gewoon de weg, precies. Het is gewoon duidelijk. Het komt allemaal op je pad. En je hebt maar te zeggen: ja, nee. Ja, dat wel, want dat klopt in mijn verhaal. Nee, dat niet, want dat is totaal niet waar ik naartoe ga. Dat is uw waarheid, maar niet die van mij. Dat is uw verhaal, niet dat van mij. Dus ik ga dat niet doen. Hup en verder. Ja, dat is ook zo'n mooie silver lining van heel die uh, corona-toestand. Gelijk dat die vandaag is, dat je zo merkt van. Ik was daar. Ik denk, afgelopen podcast waren bezig met de jongens zo van... Ik denk, denk, vorig jaar was voor veel mensen nog zo het jaar dat ze zo eh, toch probeerden van hun werk of zoiets te maken door digitaal te gaan. En dit en dat. En dit jaar dat je zoveel mensen gaat horen van, wil ik echt wel nog voor die bank werken? Van, mm. ah ja, dus vorig jaar was het, oké, okay, we gaan van fysiek naar online, we gaan dat zo, zo, zo. En nu is het zo, oh ja, maar ik heb echt al tien jaar die droom om, om, om die bakkerij over te nemen op de straat. ...waarom doe ik dat niet gewoon? En mm -hmm. dat je daar wel meer begint te zien... ...en dat je daar ook zo merkt van... ...hoeveel mensen zijn er eigenlijk die s'avonds thuis komen... ...en denken, wat heb ik eigenlijk vandaag gedaan? En als ik morgen weer zeven weken binnen zit... ...die Dave Chappelle maakte daar bij Joe Rogan ook zo'n comment over... ...die zegt zo van... ...in veel, in veel mate is, is corona zwaar... ...omdat dat duwt u met uw neus op de mm. feiten... Op, op, de, ...op de keuzes die je hebt gemaakt. Je zit vast met een partner... Die je hebt gekozen, yes. in een huis je hebt gekozen, met kinderen die je hebt gekozen mm. en je zit klaar om van een brug te springen, bij wijze van spreken. Maar dat zijn allemaal, je zit vandaag in de situatie die jij zelf hebt gekozen of waar dat jij zelf de, de, de verantwoordelijkheid voor draagt. En het ja. feit dat je niet tevreden bent met je partner, je kinderen, je job, je, wat dan ook, mm. dat zijn keuzes die je hebt gemaakt. Mm. En in die zin worden veel mensen gedwongen om, om ja, een soort van Inventaris te maken van wie ben ik eigenlijk tot vandaag. En dat je het ineens merken van. Like, mensen zeggen aan mij, mijn beste vrienden van 2019. Ik heb ze eigenlijk al bijna een half jaar of een jaar niet gehoord, mm. mis ze eigenlijk niet. Mm -hmm. En ik heb dit afgelopen jaar nieuwe vrienden gemaakt die ik eigenlijk nooit. Had. Allee, zo, yeah. ja, dat, is, dat is een goede. Yeah. Dat toont aan wat dat, wat dat echt was, of wat yeah. meer echt was en minder echt. En in die, die zin het... is dat wel heel mooi. Ik denk dat het best wel confronterend kan zijn, maar, deze periode. Hoe dat, mensen moeten maar eens opzoeken. Dave Chappelle, Choices, Joe ja, Rogan ja, ja. of zo. Jongen, hoe dat hij dat zegt, het is ja, ja. zo van... Ja, die zegt dat tien keer beter dan... Echt zo. Ja. Juist. Ja, ame, ja. Het zijn echt allemaal ja, keuzes. En nog, bijvoorbeeld, voor mij, want ik wil ook persoonlijk zeggen, ik wou per se in Antwerpen centrum wonen. Mm -hmm. ja, alle voordelen van de stad. Maar ja, in corona heb je vooral de nadelen. Mensen zijn wat norser, het is ambetant. Ja, ja. Je kunt niet buiten, je, niet, je hebt niks spontaans of minder. Dus je hebt veel meer nadelen, minder voordelen. Ja, ik heb geen terras, ik heb geen tuin, ik heb geen, geen mm -hmm. ruimte om weg te gaan. Mm. Dat zegt zo, ja, dit was mijn keuze. En dan zit je hier en denk je, is dit eigenlijk echt, echt wat ik wil? Ja. Mm -hmm. Misschien wel, misschien niet, maar je wordt wel keihard geconfronteerd met, dit was mijn keuze. Ooit heb ik hiervoor gekeuze, gekozen om bewust hier te komen wonen. Maar je wordt zo gedwongen om daar dan opnieuw over na te denken van, ja, maar was dat wel echt mijn keuze? En dat is wel, ja, in mijn geval, dat gaat over een fucking appartement, dat je, je kunt het nieuw huren. Dat is niet een grote keuze. Maar als het ja, over kinderen, job, mm. omgeving gaat, waar dat je heel moeilijk uitkomt, ja, dan is dat heel pijnlijk. Ja, ja. Of kan dat heel pijnlijk zijn? Ja, ja. ja ik denk ook dat wij daardoor um, beide uh, een stijging hebben ervaren in hoeveel mensen dat hulp hebben gevraagd aan ons. Hmm. Ja, dat is... Ik denk, mensen worden enorm geconfronteerd met... Met alles dat hier bij ons staat, inderdaad. Alles dat ze gemanifesteerd hebben. En ook met zichzelf. Zelfs niet met hun eigen kinderen of, of hun vrouw of man, maar ook gewoon zichzelf en hun eigen demons. Het, hetgeen dat nog niet verwerkt is, hetgeen dat door je hoofd blijft spoken omdat je tussen die vier muren blijft zitten en je kunt er echt niet van weglopen nu. Dat... Um, ja, dat pusht mensen nu wel echt om, om keihard in de spiegel te kijken en om hulp te zoeken, hulp te vragen. Ja, durven hulp vragen is, uh, is een belangrijke. Ik denk dat er nog heel veel mensen niet het durven uitspreken en dat ze vanuit hun kot, zoals ze dat dan zeggen, um, ja, echt wel in, hun, in hunzelf blijven zitten. Ik denk dat we nog half niet gezien hebben welke impact dat allemaal heeft. Verhoorzakt, waarom lacht Ja, Dat is gewoon, dat is zelfs te flauw om on the record te zeggen. Ja, nee, maar ja, als je zit te lachen, moet je ook ja, zeggen dat waarom. Omdat... We hebben daar recht. Hij triggert zo die flauwe humor in. Je, We hebben dat toch nog eens gehad? <laughs> dat is zo één begon zo met flauwe humor. Hey, is... En dat was gewoon de hele avond. Ja. Dus zegt... Oh echt... Ik snap je. Dus jij zegt... Sommige mensen blijven zichzelf zitten en ik denk, ja, dat zijn vooral vrouwen. Maar, zwart, Zo, oh, okay. zo dat die, Dus ja, het was zo dat type avond. Oh, wauw. Ja, okay. inderdaad. Dus het is, het is nee, nee, dat, okay. dat is echt helemaal oké, okay. dat is toegestaan. Um, <laughs> je maar. Ik um, wist je, dat het wel okay. Het is oké, okay, het is oké, okay, het is oké. Okay. <laughs> het is ook oké. Okay. En ik, ik denk, um, hey, laat, dit een, laat dit een call zijn voor de mensen om, om echt wel daarover te spreken. Je zei niet alleen um, durf. Durf hulp vragen, durf naar buiten komen. Um, we zitten in enorm veel watermanenergie, astrologisch gesproken. Dit is verbinding. Mensen die nu dingen alleen doen, they lose. Ask for help. <laughs> Ga met mensen verbinden. Spreek met mensen die je misschien nog niet eens had gekend. Maar iedereen... Dat is ook het mooie aan deze lockdown. Het is iets heel universeel. Hmm. Ondanks het feit dat we allemaal... Verplicht worden om geïsoleerd te zijn van elkaar, hebben we toch een iets uh, waar dat we mee kunnen verbinden. En in een zekere zin is dat altijd de universele pijn. Pijn is altijd iets universeel waar dat mensen met elkaar kunnen verbinden. Um, maar laat het niet over de pijn gaan. Laat het over groei gaan. Laat het over luisteren naar elkaar. Hope. En hoop. Ja, maar dat is. <laughs> en, dat is um... Er is hoop. Heel veel. Ja, ja. Heel, Heel veel. veel. Ja. Je, moet even, je moet even een donkere periode hebben om dan het licht te zien, om een nieuw perspectief te zien, om te zien hoe het beter kan. En dat is gewoon wat er nu gebeurt. Um, ik wou aanvullen dat ik heb gemerkt in mijn omgeving dat dan mensen zichzelf tegenkwamen of ja, in een moeilijke situatie kwamen, in hun huis, met zichzelf, uh, een beetje struggelen met... Persoonlijke, persoonlijke groei, enfin, maar dan totaal niet wisten wat dat hun kon helpen en dan daardoor maar niks doen zo. Hmm. Maar dan? Maar is ook moeilijk om dat te weten. Dat is ook keihard. moeilijk. Dat wil ik aanhalen. Het hmm. Is keihard moeilijk om door te hebben dat er iets is en dan hebben je dat door en dan moeten daar woorden zo wat voor vinden en dan ze van ja oké, okay, maar moet ik hier dan niet gewoon mee leren leven? Terwijl je hebt het recht om gewoon vrij te zijn in je zijn en gewoon oké okay te zijn met jezelf en vanuit zelfliefde en um, zelfdiscipline ook wel en, en ja, zelfwaarde, zelfvertrouwen te mogen functioneren hier op aarde. Je hebt echt dat recht en je moet dat recht opnemen als je het gevoel hebt dat dat er niet is. En dan komt het er uit mijn eigen ervaring en ook gewoon nu vanuit mijn professionele blik Erop neer van gewoon tegen mensen uitleggen te wat er aan de hand is en te zeggen: En ik weet niet wat dat mij kan helpen. Heb jij suggesties? En op een bepaald moment gaat het wel langskomen ze, en je probeert wat dingen uit. En je moet gewoon een stap zetten. Je moet gewoon ene stap zetten naar een therapeut of uh, een manier van verwerking voor jezelf. En dan komt de volgende stap weer vanzelf. Want het gaat erover dat je het universum even uitstuurt: Ik ga mijzelf nu helpen. En dan komt de volgende stap vanzelf. Want wat jij het universum ingooit, dat komt terug. En dan zit we vertrokken en stap na stap. Je moet, niet, je moet je eindbestemming niet weten daarin. Je moet niet weten hoe hard dat jij moet helen in een bepaald stuk of waar je dan wel naartoe moet. Jij moet gewoon weten: het is nu niet goed. Ik wil hieruit. Kunnen mensen mij helpen? Alsjeblieft, help mij. En je, je, je straalt gewoon je hulpvraag uit. Dat moet zelfs niet helemaal duidelijk zijn. En dat komt dan wel. En dan is het gewoon een kwestie van erop handelen en wel actie te nemen en niet te blijven hangen. Ja, en ik zeg ja. altijd to sit with it. Om, ja, met je eigen praten en, en gewoon... Ja. Ik vind ook zo... Uh, uh, niet kan om vergevingsgezind zijn naar jezelf toe. Hmm. Als vandaag met Jozef aan het praten ik zeg ook zo ah ja, ik voel dat dit niet de beste weken zijn, voor verschillende redenen. En ik merk dat bijvoorbeeld, ik, ik schenk dan sneller een glas alcohol in of zo, zo'n glasje rum, zodat ik echt merk aan Ik heb dat nu vijf dagen deze week gedaan, één glas of zo. Daarom voel ik van, het gaat eigenlijk niet zo goed en ik ben mm -hmm. zo op andere dingen wat korter en dit en dat. Ook dus zo, dat oké. Okay. Ik ben nog steeds elke dag buiten aan het bewegen, aan het sporten, mm -hmm. ik let op mijn eten. Sommige mm -hmm. dingen gaan minder goed, andere gaan beter. En dan zo, oké, okay, rustig. Mm -hmm. ik ben nog steeds zo van, geef jezelf ook zo wat. Uh, Vergevingsgezindheid, dat je niet eender welke mini-trigger dan zo'n hele kast. Ziet je wel dat ik nooit bla 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 bla... Nee. zet yeah. maar... wel lief naar jezelf yeah. En, en, mm. en geef dat ook wel ruimte. En, en... Maar, maar dat is allemaal heel moeilijk. Allee, dat is allemaal heel... Zo'n grijze zone, dat is niet zo rationeel van, ah ja, nu geef ik mezelf ruimte en dan weer niet. Want wat betekent dat? betekent dat uitslapen, dat betekent dat vroeg opstaan en de invulling... om maar te zeggen. Ja, 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 daar zit ook wel in invulling Ja, je voor. moet ook in de wereld dan weer... Bijvoorbeeld nu ook, ik heb zo geen nieuwe bubbels tot midden maart ongeveer, met mensen die ik niet ken. Dus ja, nu zijn jullie hier, we doen nog een junto. Misschien dat er nog andere gasten die in het verleden zijn geweest nog eens langskomen. Daar waar ik dus veel minder stress voor heb. Maar ja, is dat goed? Want ik voel bijvoorbeeld aan gasten dat die zoiets hebben. Wacht nog een maand tot na de lockdown. Of totdat het weer wat beter wordt. Dan zijn we, voelen, dat voel ik echt bij zo'n vijftal mensen. Dus mm -hmm. midden maart gaat dat weer in de gang schieten. Maar dan is dat zo. Oh, ga ik nu vier weken niks doen tussen en Dat is dan zo wat je direct voelt. Maar anderzijds mm. ik heb je genoeg boeken die ik al lang wil lezen. Dus. Is... Oké, okay, pak daar dan nu tijd voor. Of babbel op uh, dit soort gesprekken. Of babbel gewoon met maat. Of doe een Junto extra. Of wat dan ook. En, maar je weet nooit op voorhand van wat moet ik nu exact doen. Je kunt alleen maar. Ja, de hand you were giving. Je kunt maar spelen met de kaarten die je hebt en daarin zo probeer je gewoon het beste van te maken. Mm. Dat je daar zo wat vergevingsgezind bent en niet zo van ik had die combinatie kunnen zien, ik heb dat niet gezien. Ik ben zo dom. Zo, nee, nee. Ik heb gewoon met wat ik wist, heb ik het beste geprobeerd te doen. Mm. Yeah. En ook gewoon ja, weten van ja, het is moeilijk of, of, of ja, het, is, het is een zware periode. En dat komt ook wel binnen, maar je hebt daar zelf ook weer die keuze in. Maar rustig, zo, chill. Mm. Zo, je moet niet alles direct weten. Maar ja. Maar dat is makkelijk gezegd. Het is moeilijk ja. gedaan. Wat daarmee helpt, is dat ik mezelf observeer. Dus dat ik mij precies daar zo wat uithaal. Hmm. En dan, soms kan ik dan ook gewoon een keer met mezelf lachen. Ja, ik, <laughs> zo. Doe dat, ik doe dat super met een journal. Dan schrijf je ja. dingen neer en dan lees ik dat en dan denk ik, waar zit je eigenlijk? Ofwel <laughs> positief mee bezig, bezig? <laughs> of negatief. Zo, dat je zo weet, dat ik zo opschrijf zo van uh, bijvoorbeeld zo. Um, ik zeg maar, ah, ik ben veel aan het sporten, maar ik ben nog niet afgevallen. Ik zeg maar zoiets stoms, hè? Ja. Ik voel me niet zo goed in mijn lijf. En dan observeert je en dan schrijf je aan. En dan denk je, maar gast, je zit elke dag met iets positiefs bezig. Je zit in mm -hmm. een goede vibe. Je amuseert je twintig mensen die zijn beginnen meetout te springen. Gewoon omdat je er af en toe een pauze dat is. Toch Allee, zo. Mm -hmm. probeer, probeer dat zo te zien, zo, die positieve dingen. En dat helpt dan wel dat je zo je eigen gedachten zo wat kunt. Op een plaats zetten, letterlijk en figuurlijk, maar ook zodat je weet: zo, oké, okay, die angst is 2% van mijn gedachten vandaag. Laat dat niet 20 worden, of 40 of 50 of, of 95. Zo, dat is gewoon één gedachte. 10%. Ja, dat is ja. grappig. Ja, ik, ik hou zo van dat idee van: je hebt de bandbreedte, mm. mentale bandbreedte. Mm. Allee, dat concept van bandbreedte kent iedereen wel, zo hoeveel data je door iets kunt sturen voordat het vol zit. En idealiter is dat elke dag gewoon. 100% uh, als, je begint vanaf 0%. Maar je hebt kleine dingen die een beetje bandbreedte innemen. Ik moet die nog een mailtje sturen. Die persoon gaat vanavond komen. Allemaal van die kleine angsten die in je hoofd zitten. En voor je het weet is eigenlijk je bandbreedte voor 70% gevuld. En heb je eigenlijk nog maar 30% ruimte terwijl. Die, die 70% is een constante belasting op je uw, op uw mentale staat. Ja, en ja dat want is dat niet hangt bij. daar, hè? Voilà, niet weg. Ah, ik moet die dat nog, ik moet die nog, meer. ik moet dat nog. En ik heb tegen die effe gelogen, moet ik dat nu wel gaan zeggen, niet gaan zeggen? En probeer daar gewoon zo leeg mogelijk te houden, dat je tenminste van die 100% is, is het wat koud hier? Ja. Ja, ik, ik dacht ook al, ik had er verwarming over <laughs> Maar dat je zo tenminste van, die, van dat idee van die 100%, dat je daar zoveel mogelijk van ophoudt. En niet dat je jezelf al s'morgens met, ay, je eigen been afzaagt voordat je moet gaan lopen. Maar dat doe dat je dan mentaal. Ja, ja. ja uh, wat ik vaak doe is zo. Dan, bijvoorbeeld, ik ben triestig. Ik ben ineens triestig voor een situatie. Of soms weet ik gewoon ook niet waarom ik triestig ben. En dan zeg ik gewoon tegen mijn eigen: Ah, we zijn triestig. Oké, okay, dan zijn we even triestig. En dan, ja, to sit with it. Gewoon in mijn eigen even ruimte geven om triestig te zijn. En, en om eens te wenen. Of om, om naar het bos te gaan. Of daar met iemand over te bellen. Of inderdaad om te schrijven. En gewoon echt te observeren van... Oké, okay, ja, dat wenen heeft wel geholpen. Dat was duidelijk een ontlading. Of, oké, okay, die knuffel van Michaël, dat, dat was de ondersteuning die ik even nodig had. Nu voel ik mij precies terug beter. Ah ja, ik voel mij al terug beter. Ja, Oh nee, ik ben toch nog terug triestig. Ja, misschien moet ik toch nog iets meer gaan doen. En dan ook zo gewoon de rest ook echt even laten. Ook al had ik dan iets anders te doen, alleen in de mate van het mogelijke natuurlijk. Hè, maar zo, ja, mijn eigen echt gewoon die ruimte geven om dan te voelen waar dat er op dat moment even moet langskomen. En dan als dat door is ook gewoon daar niet in blijven hangen. Gewoon van, ah ja, oké, okay, nu is het eigenlijk wel beter precies. Ja, het is beter. All right, dan gaan we verder. En dat probeer ik heel veel te doen. Dat lukt niet elke keer, maar dat is zo mijn trucje dat, dat elke keer wel werkt, om te proberen altijd de observator te worden van wat dat er gaande is. Ook als het gaat over ik en een ander, ook dat observeren van ah ja, nu voel ik die spanning tegenover die persoon. Oké, okay, laat die spanning er even zijn. Even ruimte voor maken. Eventueel de betekenis van die spanning proberen te begrijpen, maar zelfs ook niet altijd. Soms wil ik gewoon ook die spanning daar laten zijn, en gewoon respecteren dat er even een spanning is. En vertrouwen dat die spanning wel weg zal gaan. Dat er wel een oplossing komt. Zo, dat brengt mij heel veel rust. Dat ik precies zo mijn eigen... Dat er een storm is. En dat ik daar boven ga en dat ik dan die storm beneden zie gebeuren. En ik zie mezelf wel in het oog van de storm staan, maar ik ben daar niet. Ik, ben... ik hang daar boven en ik kijk naar hoe ik in het oog van de storm sta. Zo van, oké, okay, dat is de situatie en dat zal allemaal wel gaan liggen. En dan is het weer beter zodat. Ja, ik denk dat dat iets is dat. Um, okay, dat niet veel mensen is gegeven, by the way, om zo ineens u beginnen te observeren. Um, ik denk bij mensen die dat wel doen, de, is de uitnodiging om het gevaar, wat, wat bij mij dan vaak is gebeurd, omdat als je mediteert, dan leert je dat om jezelf. Vanuit een bird's eye view te bekijken mm -hmm. en dat uh, te, ja, te laten zijn. Maar het gevaar is dat je daar niet in de ervaring gaat en dat dat, dat, dat geobserveerd wordt en dat je zo, ah ja, ja dat zal wel overgaan. En dan door ernaar te kijken, dat verandert je dat. Maar ik denk dat um, heel belangrijk is om het echt wel te beleven. De ziel wil dat echt beleven, de ziel wil echt die emoties beleven. Dus om kwaad te zijn, om verdrietig te zijn, om je schuldig te voelen... ja voelt dat dan, en dan kun je dat loslaten. Ja, en dan ja. kun je een manier vinden om dat te uiten voor jezelf. Van, ah ja, oké, okay, yes. deze lukt precies, oké, okay, deze lukt niet. Ja, ja, ja. <laughs> Hoe ga ik dat hier... Ja, energy in motion, hè? dat moet kunnen bewegen. Ja, zo. voilà, voilà. Ja, ja, ja mooi. Ja. Firm, even af. <laughs> Kempen. Prachtig. <Okay>. Ui, ui. <laughs> Um, ja, ik heb uh, twee aankondigingen gedaan, ja. richting uh, Costa del Sol en, sí, claro. uh, en uh, de, zwangerschap. de zwangerschap. De zwangerschap, ja, eigenlijk, we hebben nog niet echt verteld wat we in Spanje willen gaan doen, hè? of wel? Allee, onze... Ja, misschien moet je eens vertellen wat je in Spanje gaat doen. Eigenlijk. <laughs> eigenlijk. <laughs> en hey, nu dat we er toch over bezig zijn. We wij, ja. wij hebben een visie, ja. ja. En jullie pakken dan de auto. En dan rijden jullie naar Spanje. En dan. Bam. Dat is het dan. <laughs> dan zien we dan. Ja. We gaan dan nu vier, vier maanden, hè? We komen terug. Maar eigenlijk hebben wij een hele visie. Ja. Dus. Ja, zou ik het zeggen? Helikoptervisie. Maar... De heer, ik zie hoe je Man, man, man. Um, dus ja, hij, Charlotte en ik we zijn allebei bezig um, met mensen helpen, um, zij, als um, zowel artiest, zowel als um, ja, um, healer of, of therapeuten, of hoe of dat je dat ook wilt noemen, en ik als astroloog en yoga teacher en leadership coach en. Uh, we, hebben, uh, we hebben echt wel een visie om. Wacht, anders ga ik dat vergeten. Ik heb dat al drie keer gedacht. Ja. Wat is dus kundal, kundalini Streak? Streak? Dit niet zo elke dag Kundalini. Ah, mm -hmm. ah ja, ja, ja. waar ik zit? Ja, ja, of hoeveel dagen op rij je dat nu gedaan hebt? Um, ik zit momenteel bu buiten dag 1111, sowieso. Oké, okay. dus, dus, ik... dus dat wil echt zeggen: 1100 consecutieve dagen dat jij een Kundalini-sessie. Yoga sessie in de ochtend? Ja, in de ochtend heb je gedaan. En dat is een sequentie van opstaan en uh, de jabji lezen. Dus dat is, dat is de heilige tekst van de Sikhs. Mm, en dan um, uh, yoga, um, dus postures, exercises, pranayama, breathing exercises. En dan één uh, mantra. Normaal is het uh, een echte aquarium sadana, is twee uur en half. Uh, dat je doet. Maar um, dat, dat heb ik zeker niet elke 1111 dagen gedaan. Um, maar wel de sequentie van oké, jabje, uh, yoga en dan zingen mantra. En in minimum 1 uh, uur tot 2 uur en half. Altijd daarintussen gevarieerd, maar dat wel elke dag. 1111 dagen, zeker. Dus jij zit als ik snel tel, drie, we drie jaar en drie weken. Klopt. Als ik echt heel snel. Tel. Ja, dat is inderdaad. Ja, drie jaar. Zalig. En drie zalig. Ja, okay. Dat, dat wil ik ook even tussendoor, want ik weet dat er sprake kwam deze week toen ik zei: ja, ja. Ik kwam en zo, echt Oh, doet hij dat nog? Allee. Mm -hmm. ja, wel. Dat is heel cool, dat is heel ik inspirerend. Die, de eerste keer dat hij mij zei: Denk ik, ik, ik weet niet of dat de eerste keer was met een geleerde kennen. Ik heb zo'n 400, nog ah, iets in mijn hoofd, 430 ja, ja, ja. of zo, dat had ik in mijn hoofd. Dat ik toen al dacht: Woe? en dat, <laughs> dat, dat vond ik toen al heel sterk. En dan dacht ja, ja. ik: Ah ja, oké. Okay. Ja, het is, nu is de kunst. Allee, ik heb mij al, um, want je kunt. Ik heb mezelf bewezen, ik kan het doen. Okay. Maar nu is het oké, okay. kunnen kun we het loslaten, kun je het ook mm -hmm. niet doen. Mm -hmm. uh, en, en Wacht, wordt het ik... niet een stuk van uw identiteit? Ja, exact. Mm -hmm. En, en hey, dat lukt wel. Uh, er zijn momenten waarbij dat ik nu echt gewoon ook bijvoorbeeld een Jodie meditatie doe. of gewoon iets heel iets anders. Een zonnegroet. Een zonnegroet doe. Maar het concept blijft wel hetzelfde: ontbijt of bed? Ochtends, Ja. <laughs> <laughs> hmm, nice. Yeah. I like where this is going. Ja, yeah, De breakfast posture. Ja, <laughs> um, yeah, nee. En, en, maar ochtends mediteren, dat, is, dat, dat voel ik wel. Dat heb ik... Dat heeft mijn ziel. Dat, ik verlang naar. Dat is niet dat ik dat nodig heb, hmm. maar dat is wel van... Daar, daar is zoveel liefde voor. Om zo, dat is... Dat is Ah, dat is waarom dat ik s'avonds wil gaan slapen, zodat ik s ochtends kan gaan opstaan om te mediteren. Dat maar is... dat is zalig, jongen. Ja, dat is mega zalig. Het feit dat je kunt gaan slapen met goesting voor de volgende dag. Ja, ja, ja. Veel mensen kunnen dat zeggen. Ja, dat dat een... hebben alle twee heel sterk. In ja. ja, dat... alle twee, dat ja, is... Dat is waar, dat is waar. Maar dat is super inspirerend om, allee, eh, om met je samen te leven en... Ja, om je constante drive daarvoor mee te maken en, en te observeren. Mm -hmm. Dat ondersteunt mij ook enorm in mijn proces. Dat is mooi. Ja. Ja. Het uh, ging ik... over Spanje. <laughs> Wat een omweg. Ja. Maar wel een goede omweg. Een goede omweg ja. Deze keer wel. Ik denk dat het er zeker mee te maken heeft. Want... Omleiding in Spaans, desavio? Desbio. Desbio. Ja. Okay. Ik heb nog veel te leren. Ja. Circumferentia. Ook. Anyways. Uh... In ja. Spanje. Dus het, het is een beetje in het verlengde van het, het hele mediterende, ja. self-help, uh, ziel. Um, want wij, wij willen eigenlijk een, een centrum openen waar mensen naartoe kunnen komen. Op termijn, hè? niveau de nee, Ja, dat is echt niet. Daar zitten we zeker nog niet. Uh, maar, um, maar ook weer wel. Ja, we, ja, jawel. Maar oké, okay, we, 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 we zijn Ik weet dat niet, dat is voor mij al heel aanwezig. Ja, Nog niet in fysieke vorm, hè, maar dat is zo. Ja. Dat is daar al. Ik voel dat al maar helemaal. Wel. Kijk, als je bijvoorbeeld zegt: ik wil een plek hebben waar mensen kunnen helen. en je zegt daar straks: hey, in april kunt je komen, bewijs ons. Ik bedoel, eh. dat is een. Dat is al een begin, hè? Van, Toen, een, ja. Zonder dat dat inderdaad een te, business hotel voilà. is, bij wijze van spreken, maar dat is al een plek waar mensen naartoe gaan. Zeker ja. wel, zeker wel. Mm. Maar allee, de ultieme visie voor mij. Jullie bieden al het. een plek om dat te doen. Ja, zo, ja. Zo, zo, zo moet ik het zeggen. We zijn al begonnen eigenlijk. Ja, 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 ja. ja dat, dat, mm. ja, ja, dat, dat is zeker. Dat, daar ben ik 100% Maar Maar het, 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 het wordt echt een plek waar mensen kunnen komen, um, niet alleen retreats doen um, of uh, ko kunnen komen helen, maar ook waarbij dat er communities worden gecreëerd, waarbij dat er wordt. Mijn visie in elk geval en dat is iets zelfs wat ik nog niet heb gezegd is, waarbij dat mensen kunnen komen in brain, uh, think tanks kunnen komen en, en echt zo wereldoplossingen bedenken en echt zo de, de geniale minds bij elkaar brengen. Uh, maar uh, de ultieme uh, wat dat wij willen doen is echt wel is is. Ik zal afkomen. Ja, 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 nice, sorry, zeker voor die wel. Voor de Genie minds. <laughs> Tuurlijk wel. We, we, is... <laughs> sorry, sorry. Um, Ik pak mijn jem mee. Dan een beetje zijn vibes erbij, dat is gewoon uh -huh. Sorry. Ja, een retreat center, hè. dat is, dat is yeah. het eerste. Dat, dat, dat gaat dieper J door. Jullie hadden al iets op toog. Ja. Allee, ik weet dat er we een, een hebben een, een droompand. Ja, er was een concrete in. versie mm. of, of, ja. of pand. In wat deze. dat helemaal onze stijl is. Dat is op ons afgekomen toen als we in Spanje waren. We hadden toen elk uitgestuurd in de wereld. En ook tijdens de meditatie Loshoog, samen. Ja, voor de zomer. Ja. Ja, um, wat dat we wouden. Maar we hadden geen details natuurlijk. Want ja, je weet niet hoe dat, dat er moet uitzien. We, hadden daar nog, allee, we waren daar nog niet. En ineens kwam, uh, kwam die link, ja, kwam Lisa ja. met die link en die zei van, ja, er staat ergens een huis te koop in Andalusia. En dat, ja, dat, dat pand is gewoon, <laughs> ja, dat is gewoon exact, mm. hoe we het zien? We het zien hè? Um, want natuur. bij ons allee, komt dat leuk ook heel hard naar boven, van, daar moet ruimte zijn voor creativiteit. Want vanuit de Kundalini-yoga, daar werkte heel hard met de Kundalini-energie, de seksuele energie. Maar dat is ook de creatieve energie. En dan ik als artiest, ik wil ook enorm hard werken met uh, creatieve therapie, um, retreats waarbij dat, dat echt naar voren komt. Waarbij dat je gaat uit via creativiteit. En waarbij dat je vanuit je baarmoeder dan als vrouw gaat creëren en nieuwe ideeën gaat hebben. En niet vanuit je hoofd, maar vanuit je baarmoeder. Um, dat tweede chakra is eigenlijk echt de start van het leven. Hè? Niet alleen maar van een babytje, maar ook evengoed bij mannen is dat de start van. Van alles. Van creatie. Mm -hmm. En daarvoor heb je de, de natuur nodig. En dat pand is bijvoorbeeld echt helemaal omgeven door natuur. Dus. Maar zoals dat je kunt horen, wij zijn, wij zijn onze visie nog aan het bouwen. En... We voelen dat al helemaal en we praten daarover en we zijn op één lijn aan het komen stilletjes aan en dat is prachtig om daarin te zitten als koppel om dan zo dat professionele ook als koppel te doen. Mm. Dat is echt zo'n volgende dimensie aan onze relatie die dat er ergens ook altijd al geweest is, maar die dan nu wel echt in volle groei aan het gaan is, echt wel um, ja een, ver... Allee, een stapje sneller. Evolutie. Ja. ja. Um, waarbij dat ik heel benieuwd ben, zo, waar gaan wij over die vier maanden staan als wij geweest zijn? Waar gaan wij over een jaar staan? Mm. Zo, we don't know, maar wij voelen wel gewoon, dat zit keigoed. En op een bepaald moment zullen wij inderdaad een, een businessplan moeten maken en gaan wij uh, beginnen nadenken over, oké, okay, gaan wij met investeerders werken? Um, gaan wij een crowdfunding doen? Gaan wij nog met een ander systeem werken dat we nog niet kennen? Um, met wie gaan wij ons omringen? Wie gaat ons advies komen geven? Wie... Ja, wie heeft die ervaring? Wie begrijpt helemaal waar dat wij staan en waar dat wij naartoe moeten? En wie weet, wie, wie komt er allemaal op ons pad en van wie gaan we allemaal leren? Dat vind ik ook mm. heel interessant. Wij gaan zoveel leren nu van anderen. Ik ben al helemaal zo de strever, die keilier hier is en die, die ervaringen van mensen wil te horen en, en geïnspireerd wilt worden daar. Um, dus ik voel ergens wel dat dat nu al gaat gebeuren tijdens die vier maanden. Alleen dat dat gaat starten zo. Wacht, waar jullie nu naartoe gaan, is in de buurt tussen aanhalingstekens. Ja, tussen aanhalingstekens, inderdaad. Dat is ook dus in Andalusië, ja, 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 in ja, ja. Ja, ja. Ik heb één keer de fout gemaakt, ik kwam terug van Brazilië. En dus ik zei hier in België, ja, Gent, dat ligt toch aan de kust. Omdat in Brazilië, alles ja, wat ja, ja, 100, ja. 100 kilometer is, ja, ja, ja. dat is toch aan de kust, bij je ja. spreken. En ik ben hier uitgelachen, zo... Weet je niet dat Gent niet aan de kust ligt? Ik zo, ik weet dat Gent niet aan de kust ligt. <laughs> maar ik kom net uit een land waar dat 30 U kilometer of whatever... Vrij relatief is. Yeah, hmm. Ja. ja. Oké, okay, maar dus daarom in de buurt, yeah. niet op ja. de Belgische versie, maar op de yeah, yeah. mondiale versie, dat ligt ergens in de buurt. Ja. Ja. Daar ja. kunnen we ook wel altijd goed mee om, met afstanden, want allee, ja, je hebt ook een tijd in veel grotere landen gewoond. Mm -hmm. Ik heb in Amerika gewoond een tijdje. Ja, dat is, <laughs> Dan, yeah. dat is goed om uit België te gaan af en toe, want ja. Uh, yeah. mm -hmm. Dus je kunt wel die vier maanden als uitvalbasis fysiek, voilà. maar ook mentaal gebruiken. Ja. Maar wat willen wij nu, als dit permanent zou zijn, hoe zou dat er dan uitzien? Ja. Onder welke omstandigheden? Ja, dat is een stage. Ja, het is ook ja. een, een heel goede manier om, om te ontdekken van, is het effectief wel wat we willen? We zijn er vrij zeker van, maar mm -hmm. dan doet je het mm -hmm. Je legt contacten met de mensen daar. Hoe is het leven om, hey, zeker voor Charlotte... Um, die wel Spaans verstaat, maar om Spaans te spreken. Ik ben er 100% van overtuigd dat dat wel in orde gaat komen. Maar ook de business online. Die kleine, volledig. Die kleine kakker erbij. Die kleine kakker yeah. erbij. Ja, in die fase. Ja, inderdaad. Ja, dat is waar. Dus het is een, um, een gift of the universe waar dat we heel dankbaar voor zijn. En uh, dat op ons pad komt om een soort van experiment te doen. Um, en om het al eens te experimenteren. MVP, minimum product, om gewoon niet. Pfft, ja, het daarna nog beter te doen. Mm -hmm. Hmm. Het was ook heel leuk hoe dat onze ouders daarop reageerden. Hè? Mijn papa zei echt zo van: Ja, ik begrijp het helemaal. Voordat je kindje er is, moet je dat gedaan hebben. Dat is jullie grote droom. En je moet daar eerst eens gaan proberen. Dat is ideaal dat je dat nu kunt doen. En die, was, ja, die mens was helemaal meter. Terwijl wij eigenlijk een beetje zenuwachtig waren om dat tegen onze ouders te zeggen. Maar eigenlijk, oké. Okay. Ik was zenuwachtig. Michaël niet, zegt op Misschien een beetje. Nee? Nee, oké, okay, nee. Ik wel dan. Oké, okay, ik zal het mezelf spreken. Um, ik was wel zenuwachtig. En ze hebben heel goed gereageerd, dus dat was fijn. Ja. Gaat je op vakantie komen, kom <laughs> Want we ik gaan hem wel missen. Ik zou graag even langskomen. Ja, ja dat is goed, jongen. We fixen dat. Is dat nog een extra kamer? Ja. Of moet ik tussen jullie komen liggen? Nee, we wonen in een huis met zes slaapkamers, drie badkamers, een zwembad. Ja. En wij zijn met een koppel en dan nog twee mensen apart. Dus we hebben nog wel wat kamers over. Met een koppel en koppel? twee mensen apart. Dat zijn wij. Wij zijn het koppel. Ah, oké. Okay. Ja, maar ja, wij zijn met een koppel. En twee, men... <laughs> twee mensen apart? Ja, dat is Sarah doen? en dan heb je ja. Levi. Ja, een, een vriend van haar ja. die we nog moeten kennen, maar. Hebben we hebben goede vibes van Ketje? Ik heb daarop gependeld. Dat was een <laughs> grote ja. Ja, maar okay. ik mag er toch eerlijk over zijn? Ik wist het niet goed, want ja, je kent die mens niet. En ik dacht, oké, okay, ik ga mij connecteren met het kind. En ik ga vragen, wat vindt dat kind daarvan? En dat was, op Spanje was dat een grote ja. Bij Sarah was dat obviously ook een grote ja. En dan vroeg ik, in Levi? En dat was nog een grotere ja. Dus die mens gaat een hele goede invloed hebben op uh, de zwangerschap is dus uw manier van een Facebook-profiel scannen voor je die persoon leert kennen? I don't Pendel. need no Facebook. Hé, hey, kan me helpen. Hè? Het is dat. als ja. je start met een, met een open hart, open houding. Ja, ja, vallen. Voilà. En een open hart. Dat zit er ook, hè? Dat is er Daar ook. Is een open hart ook. Drie open harten. Ja. Drie? Ik oh zei wel open heart, hart. Niet. Weet dat weet <laughs> <het>, maar... <laughs> Open hart, open. Ja. <laughs> hey, hey. Moeten we nog iets vertellen? Een mopje? Ik heb er geen, hè? Maar ik zou dat gewoon leuk vinden om een mopje te horen. Geen mopje. Ik zou niet durven zeggen dat ik mopjes heb, want meestal valt dat val ik aan. Ik dacht dat je er wel ging hebben eigenlijk. Nee, oké. Okay. Mm, nee, nou, niet, niet meteen. Ik zeg het ja, mijn woordspeling van de dag was de Net Nietjes machine. dat op, ik vond dat goed. Ik vond het heel creatief. Ik, ja. ik, stond, ik stond aan de douche toen ik daar aan moest denken. Oh, dat is goed. Ja, ja. Dat is waar je trouwens de meeste inspiratie krijgt. Ja, voor mij is dat... douchen is geniaal. voor voor mijn creatieve output. En een bad. Dat mis ik. Ik mis een bad. Ah, je hebt een bad, ik mis dat echt. Zoals een 2-kilo zout erin, bij wijze van spreken. Ja, dat hebben we gisteren ook gedaan. En hier gisteren ook. Oeh, schatje. Heb je net een confession gedaan? Twee keer. dat is Dat is echt heel leuk. Dat bad is uh, ja. baden. Ik heb daar ja. ook in baden heb ik al de, de diepste channel momenten gehad voor mezelf. Dat er echte dingen tot mij kwamen, inzichten die niet gewoon inzichten waren, maar echt gewoon, bam, ja, downloads gewoon. Waar dat ineens, ja, ik kan er ook bijna niet wat leggen. Maar in bad nog veel meer dan tijdens meditaties of tijdens een wandeling of. Hmm. Maar ze doen soms zo studies. Nou de, maar ja goed, je weet dan toch nooit wat het echt is. Maar blijkbaar zijn veel activiteiten waar je zo wel een minimale inspanning moet doen, bijvoorbeeld hmm. tanden poetsen, douchen, autorijden. Je moet wel een minimale uh, uh, actie ondernemen. Maar dat is net voldoende om zo, wat ik net zei, van die bandbreedte. Dus dat is net voldoende om zo uh, toch een beetje bezig te zijn, maar ook om nog heel veel vrije ruimte te laten. En net daarom hebben mensen heel veel van die doorbraken in de douche, omdat hmm. je zo. Je bent net druk genoeg bezig om niet met kleine dingen bezig te zijn. En je hebt nog genoeg ruimte om zo ineens zo. Ah oh Ja, mm, dat is dat. Ja. Tuurlijk. Mm. En, ja. Ik denk dan nou wel dat die activiteiten aangenaam moeten zijn. Nee, want anders dan. Ja, maar breien kan, dat, dat kan ook breien. Iets, iets waar je eigenlijk op automatische piloot doet, maar waar je ja. wel een beetje moet opletten. Autorijden, ja, dat doet je op automatische piloot, maar je kunt niet volledig uitzonen. Gelijk dat je in bed gaat liggen. Mm -hmm. En breien en douchen. Ja, schilderen, hè? bij mij is schilderen. dat schilderen. Ik heb kei veel inzichten tijdens schilderen. Ja. Mm -hmm. ja, cool. Wow, ik heb een kikker. Oh, um, ik ben kei blij dat ik nu maar alleen ben. Nu, Michaël nog. Wat <laughs> right up. Geen kikkers. Oké, okay, ik kijk even naar de klok. Moet we nog iets zeggen? Wat zegt de klok? De klok zegt. Uh... Mag ik. Ah nee, gaat het over hoe laat dat is? Yes. Of, want want wat dus ik ben aan het, okay. het, het leren om tijd in te schatten. Want, ah, dan moet je de lengte van, de, van hoe lang we gesproken hebben moet je inschatten. Oh shit. Ik dacht, hoe laat Nee, Wat dat... heb ik u geleerd, schatje? Oké, okay, wacht. Micha heeft mij geleerd hoe ik. Oké, okay, dus even om dat uit te leggen. Ja. Ik kan niet zo goed de tijd inschatten. Oké, okay, maar wat heeft hij geleerd? Oké, okay, hij zei, om te beginnen, uh, hoe voelde u? Zijn we wakker? Zijn we moe? Zijn we uitgeslapen? Meestal is dat morgen. <laughs> ik moet gokken van hem. Um, zijn we uitgeslapen of niet? Ik voel me nu wel een beetje moe. Ah, dus je bedoelt, je moet morgens dus als je wakker wordt, gokken om hoe laat je zit wakker geworden? worden. Ja. ja. Omdat ik vraag altijd hoe laat is het is, en ik zit er echt valikant naast, maar echt uren ernaast. Ik <laughs> het om... Vijf uur ochtends, dat het dan negen uur ochtends is, of om elf uur ochtends, dat het dan zeven uur ochtends is, of zo. En dan moet ik kijken naar het raam. Omdat ik moet buiten kijken, omdat ja. de zon al schijnt of niet. Ja. Ik moet ook luisteren, of dat ik het verkeer hoor, of dat ik de klokken hoor luiden of niet. Of dat ik al mensen hoor, de buren of zo. Dat of dat gaat helemaal niet. Het gaat echt over ochtenden. Hè? Ja, Allee, wel. Schijnt de zon? Dat is een vrij fundamentele vraag voor de agentschap. Ik weet het, maar is. als ik wakker word, ik heb, ik heb dat allemaal. Nul niet. Besef. Ik ben echt nog in een baas. Doen we eens een gok, ofwel hoe laat het is dus, of hoe lang we aan het opnemen zijn? Oh, of dat... beide? Ik denk wel zes uur. Hmm, Oké. Okay. Nee, en hoe, nee. lang we, hoe lang zijn we aan het opnemen? Um, wel lang, denk ik ze. 3 uur. Op de minuut? Nee, minder denk ik eigenlijk. <laughs> Maak eens een schatting op de minuut. 2 uh, uur en 32 minuten. Hoe nee, jij? Twee minuten 47, waarschijnlijk. 2 <laughs> uur 46, 15 seconden. En het is tien en oh. zeven. Oh shit, dat is al wel wat later. Een beetje. Nee, nee, ik zat er eigenlijk. Ja, ze zei zes uur. Normen. Ja, ja, <laughs> <met dat. laughs> ja. Oh, ik ben. Ja, maar ik ben, ik, ik ben toch niet trots op mijn negen. Ik vond dat ik oh, beter kon. Ik vond je ik beter je kon. komt al dichterbij, ja, je zit aan het kalibreren. Aan. Ja, maar die, wat zei ik nu? Zes uur? Zes uur, het is tien na zeven. Ja, dat vind ik er toch echt wel naast. Alleen dat is ja, meer dan cool. een uur verschil, maar dan Zo. Kom. Allee, dat is vriendelijk dat jullie een beetje... Maar je mocht nee, we zijn... ook wel ik mocht iets kritischer zijn voor mij. Ik moet hier wel groeien, hè. Happy, Allee. happy wife, happy life. Ja, ja, dat is zo. Dat is heel goed gedaan, Charlotte. Dat is echt... Wauw. Forever. Echt, hoe dat jij dingen inschat. Oh. Dat is... Zo... So. Punt, punt aan het scoren voor uh, Miguel. Voor de Miguel... Oké, okay, ja. dan is het echt wel tijd om af te ronden. Want dan is dat ook normaal dat ik honger heb. Ik dacht, oh, dat is weer zo'n zwangerschapscraving of zo dat ik begin te krijgen. Dat is omdat wij daar straks over koffiekoeken hebben gebabbeld. Maar dat is gewoon omdat het tijd is om te eten. Nog even, en je zit in de fase dat alles de schuld van de zwangerschap is. Hè? Dus dan, <laughs> dus dan kun jij naar de bakker, dan kun jij uh, eender wat doen, het is allemaal de zwangerschap. Mm -mm. Ik moet dat doen, want er was een moment, <laughs> ja, ik had een craving. Ik had een bepaalde craving <laughs> en dat was zuurtjes. Maar de goede zuurtjes. Ik had in de bioplanet zuurtjes gekocht. Doet dat niet? Want dat zijn niet de echte zuurtjes. Die zijn zoet. Die zijn, die zijn te gezond. Alleen dat, dat werkt niet op zo'n moment. Dus ik, ben, ik was aan het zagen. Zagen voor zuurtjes. En Michael heeft gezegd. Stop met zagen en ga naar de nachtwinkel, zoiets, hè? Ja, nu niet zo extreem. Ja, nee, maar dat was gewoon omdat het er over was van mij. Ja, nee, ja, ja, ja maar Ik was, was nu stop met zagen. Ik was zij, zij ligt in, in mijn naar zuurtjes. En de afstandsbediening, iPhone, whatever, ligt een meter te ver. Aha. Schatje. Ik ben zwanger. Nee, ja, ja, ja. Ja, wel, dat doe ik niet. Dan pak ja, wel, ik dat zelf. een beetje wel. Schatje, weg. we hebben niet eens een afstandsbediening. We hebben nee, geen tv. Geen we hebben dit nog nooit meegemaakt. Schatje, de bel gaat. Ja, ik zit er twee meter vanaf. Jij moet helemaal van boven komen. Maar kom, juist, de bel op. Doen. Want, want ik ben zwanger. We zijn nu... Ze gaan nooit zeggen, want ik ben zwanger. Daar is het te dat gaat er, Ja, dat gaat er impliciet in zitten. <laughs> maar niet expliciet. <laughs> Ja, ik weet niet hoe het zal zijn. Ik weet wel... Maar de beste manipulatoren hebben het niet door of houden de schijn op. Dat, ze niet aan het dat is zijn de beste leugenaars. Oh, Michael. Ja, nee, nee. nee. That's you. Maar ik heb toch niet gezegd dat dat van mijn zwangerschap is? Nee, maar dat zat er wel impliciet helemaal onder. Hé, hey, maar voor alle duidelijkheid, ik ben dan wel zelf naar de nachtwinkel gegaan om zuurtjes te halen. En ik heb daar zo van genoten. Maar dat was gewoon hetgeen dat ik nodig had. Dat is, uh, en dan was alles terug oké? Okay. Voilà. Kunnen we nog gewoon voordat we afsluiten zeggen wat we gaan eten, allemaal? Dat vind ik wel Pizza, leuk. Please. Ik wil wel nog voordat we afsluiten, want heb ik in het begin ben ik daar vergeten. Ik wil u bedanken voor de mooie bloemen die jullie hebben Eindelijk. meegebracht. Dank voor, Dank voor die bloemen. En het zijn nog dat tulpen ook. Heb jij dat niet zo grappig gezegd? Was dat? Nee, Dank nee, voor die bloemen. Nee, nee, dat is gewoon. De pauze. dat zo. Nee, de, nee, nee, de, de pauze? zegt dat zo. Wat zegt de pauze? Dank voor die bloemen. De paus zegt in alle talen bedankt voor de bloemen dan. En dan zegt hij dat ook in het Nederlands. Maar dan is dat dank voor die bloemen. Ja. Dan denkt hem Duits en Nederlands tegelijkertijd. In één keer. Dank voor die bloemen. Ja, wij zijn tulpen gaan kopen op de markt in Bergen. Ja. Hmm. Schoon boeketje, hè? Ja, je kreeg dat gratis bij een pakje zuurtjes. <laughs> Oké, okay, en jij wou nog iets zeggen? wat je gaat eten. Ja, Michael zegt nu pizza. Maar dus oh, ik sinds ik zwanger ben moet ik echt in invoelen... Een goede standard. Een margarita. Toch, dat wel. wel, wel, wel piek, die hebben we echt fucking Ja, En die zit jij dicht bij ons, hè? Pakt is super dicht bij ons, dus wij hebben altijd pizza van. Ja, binnen 10 minuten zijn die dan altijd. Zitten die, die niet op Thailandje? Nee. Misschien ook, dat kan. Dat maar die kan. zitten alleszins ook in Pact. Twaalig. Maar schat je dan die margarita. En? Een, een goede burrata. Ja, of hmm. een vierseizoen. En maar daar hebben ze niet vierseizoenen. Hmm. Echt? Ik denk dat niet, nee. Mm, die hebben, ja, maar Uten, die hebben, hebben heel, heel cool pizza's. Quattro stagioni? Quattro stagione. <laughs> ja, ja, dat hebben we wel. Ja, dat is een jobstudent. <laughs> Meneer, heb je vier seizoenen? Nee. <laughs> maar nee, dus dat zijn ze niet. Kijk, maar maar nee, stagioni. die hebben echt coole pizza's eigenlijk. Jonge, ja. standaard, Zo allemaal... Ja, ja. Wel niet zo groot. Nee, die dat is waar, dat klopt. Dat is wel, als je zo als man heb ik toch een, ja, ja. een, een, een bias voor kwantiteit. Ja, ik heb er makkelijk twee op, ja. ja. <laughs> Uh, maar dat weten ze, jong. Ze zijn slimme, ze. Het is raar dat ik het ga zeggen, maar ik wil alleen niet te veel groente. Dat is niet van mijn gewoonte, maar ik heb precies gewoon zin in echt een hele simpele... Salami. <laughs> oh, nee. Amai, nee. Ja, wat, dan? Ja, oh, wat schiet er je dan over? Maag van. over? Ja. Als je geen pizza met groente wilt, wat, wat wil je dan? Margarita? Zeevruchten? Nee, gewoon tomatensaus en kaas en klaar. Dat is wat ik nu uh, wil. Margarita, ja, margarita. Ja, zelfs niet met ham. Oh, nee, ook geen ham nu. Nee, dat voel ik... Ik denk dat we hier moeten stoppen. Ja, ik, ik denk, denk dat ook. Ik denk dat En dan als dessertje, zuurtjes. Tiramisu. Ik vind wel... Oh ja. wel, Of panna cotta. Oh ja, panna cotta Ik krijg zoveel honger nu. Ja, panna cotta vind ik... Als ik mag kiezen, ik vind tiramisu heel lekker. Ik vind panna cotta wel. En dat is ook zo... Ik heb wel al gemerkt, als je zo indruk wilt maken op iemand, tiramisu, dat kent zo iedereen. Dus bijvoorbeeld in de Vapiano, dat is zo'n keten die in Amber is gestart, maar dat is zo'n pizzaketen, maar wat deftig. Dan ging ik zo, een Mieke update date. En zo, wat jij? En ik zo... Ja, ik zeg tegenwoordig Mieke en Griet. Dat is echt verschrikkelijk. Wat is het verschil tussen een Griet en Mieke? Niks, maar Zelf, in, de, in Limburg uh, zeggen wij in dat in niet. Ah, ja, 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 okay, okay. In Limburg zeggen wij niet. Mieke, als ik, als ik terug naar mijn familie ga. Als ik terug naar mijn familie ga en ik zeg: Ik heb daar Mieke gezien, dan vraagt die: Wie is Mieke? Echt waar. Punt. En Griet, ja. <laughs> maar dus, um, dus je gaat naar die of naar een Italiane en je zegt: uh, Wat wil jij? En zo, ik weet het niet, ik, zo, ik, twijfel, ik twijfel, maar ik ga toch voor de Panna Cotta. Hij zegt zo: Oh, Panna Cotta. Zo. Ik wil dat is toch totaal niet... Iedereen kent toch een panna cotta? Nee, Iedereen nee, nee. kent dat toch? Er zijn nee. echt veel gasten die gewoon tiramisu zien staan en denken, ik pak dat omdat ik dat herken. Ah, ja. En dan zit je... Ah ja, ik zit weer met zo'n oermens samen, zo, die, nog nooit... maar, nee. die, die nog nooit op restaurant is geweest. En als je dan zegt panna cotta, dan kijk je zo van... Hmm. Oh, je dacht kronkels, dat is echt hilarisch. Nee, maar dat is zo... Maar ik wil even iets opentrekken. Wat, wat als jij vraagt, vraagt voor mij allebei... Half-half. Ik zou dat durven. Als je geen alle twee zin hebt, waarom kiezen? Ah, maar je hebt het over desserts. Voor wow. <laughs> we anders kopen. Voor mij, en mij allebei half. Er is toch niks mis mee. Ah, wel, voilà. Dus dan moeten we toch niet kiezen, dan pakken we gewoon alle twee. En wat trek je nu open? Ja, jij zit aan het zeggen of je tiramisu kiest of panna cotta. Maar wat als je nu gewoon alle allebei. twee kiest? Dus... De keuze hebben. Van Tuurlijk. Beide maar dat is een, bij mij gaat het erom dat je toont dat je iets ja, 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 uh, verfijnder ja. zijt en werelds. Exact. zo'n boer, het enige wat hij kent, is, uh, is uh, mayo, ketchup en cocktails. Want nee, er zijn ook andere dingen die je op je toerum kunt doen. Je is ook samurai. Ja, dat je zo wat verfijnder zijt. <laughs> <Ja>. Snap je? <laughs> Ja, toch? Ja, ja, nee, zeker en vast. Ik, maar uh, ik wil ook wel ik gewoon, het? ik wil echt 50-50. Hier Ik kan niet nadenken, <laughs> maar Ik kan niet meer nadenken. Nee. Dat gebeurt er als ik een beetje Henk. Allez, zeg. Allee, Allee. We gaan afsluiten. Dank u om te luisteren. Dank u, Koba. De volgende Monster podcast Monster. doen we iets uh, zuidelijker. Ja. Oh ja, ja nice, ga. je dan uw materiaal meenemen? Ik heb zo drie van die microfoons. Dat is eigenlijk heel. En dit, en dat is supermobiel. <gasps> dat kan dat eigenlijk makkelijk meepakken. Oh my god. Zalig. Hey, en dan cool. aan het stranden van het zwembad. Sowieso een oh. cocktail. Pizza erbij. Panacota. Mocktail. Ah nee, daar doen we zo je, ja. pinchos en zo. En paella, ja, ja, dat soort mm. dingen. Oh, nee, pinchos is Tapas. Tapas. Ja, joh En zo veel van die. Veel vis en zo. En ja, oh, slag. Veel vruchten. wat... Zo, <laughs> Oh, dat is echt... Oh, dat, is wel kaas. dat had ik niet zien aankomen. Ik heb gewoon deze week iemand een goed mopje gemaakt met slagroom. Die, had, die zegt zo... Ze eet veganistisch en ze had ergens veganistische slagroom gevonden. Oh, wow. En ze vond dat go zo goed dat ze de winkel is uitgestapt. Die bus in haar mond heeft. Oh, zo lekker zalig, was ja, voilà. dat. Daar, daar kan ik echt appreciëren, zo'n zo. overgave. Moment, ja, echt zo. zo. Oh, Toch Ik kan niet zalig. wachten en zo. En die legt dat dan ook grappig uit. Ik, echt die hemels. Ja, want het was veganistische slagroom. Dus daarom... Maar wilde jij slagroom op je zeevruchten? Mm, ik denk dat ik dat niet op zeevruchten ga doen. Maar zo'n lekker kaasschokkeltje... Dat was echt wel in de war kopen. Ah, nee, nee. maar nee, dat is een grapje. Maar slagroom is... Weet je wat je bijvoorbeeld... Kijk, nee, in de zomer, hè. Je komt zo bij iemand thuis en die heeft een ventilator staan, hè, want het is warm, ja. en die blaast. Dan pak je gewoon stiekem een beslagrol. Oh, nee. Je gaat voor die ventilator staan. Nee. Je duwt gewoon en dan schiet dat zo twee meter naar voren. Oh, jong. Nice. Dat is ik niet gedacht. Je kunt ook met wc-papier, maar dat is wat tricky, want je moet dat zo recht houden. Ja. Dan komt zo iemand voorbij. Hè, dus jij wandelt zo voorbij. Hier staat die ventilator en ik doe gewoon zo... kijk ze naar boven en dan in zo is er zo'n en zo. Flop. In iemand zijn gezicht. Nee? Dat is wel een goeie. Oh, jong. Ja, dat, dat, dat is iets wat, dat doet je met je peten Dan zeg je zo, hey, kom eens. Ja, dat is waar. Toont, ja. Dan toont je die dat, zon. Ja, maar ik denk dat Michala ook wel zo met de kinderen gaat doen, zo met die mopjes. <laughs> Prepare. Be <laughs> ready. Oké, okay, jongens, het was heel leuk. Succes in uh, Spanje. Dank je Kobe Ik zie jullie daar, als alles goed gaat. We yeah, love you, Kobe. En jij met een dikke buik. Ja. Yeah. Dikke buik. Ja, groeien. Klein beetje zichtbaar. Mm. Thanks. <laughs> Mag ik stoppen met opnemen? 3, 2 Als je geniet van gesprekken zoals deze, abonneer je dan op Spotify of YouTube. Geef een recensie op Apple Podcasts. Of volg me op Instagram, at The Kobeshow. Ik zit ook op Twitter, at Kobe van Rippelen. Een podcast zoals deze luister ik aan gratis, maar het maken is daar helaas niet. Als je waarde in deze gesprekken vindt, overweeg dan om bij te dragen via Kobe. Show slash steun. Zoals altijd, dank om te luisteren. En tot gauw.